Ja, lieve mensen, welkom in die klote chat. Fakka Wes, Fakka Henk, Fakka Kleine en Fakka lieve kijkers, welkom. Bij deze eerste Bardo elke donderdag soort van poging tot met Dennis. Woehoe. Ja, dit is een beetje raar. Ik dacht me ook. Ik weet donders goed wie jij bent en de meeste kijkers waarschijnlijk ook. Maar... ja? Toch. Weet ik niet. Kennen jullie Dennis? Type 1 als je een idee hebt wie Dennis is en type 2 als je geen idee hebt wie Dennis is. Oh, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ben ik ook heel oprecht heel erg benieuwd. Ja, Rolaf, alerts doen het hier niet. Dit is zonder alerts vandaag. Wel bedankt voor je geld. Dennis, kijk hoeveel mensen hier kennen. 2. Wat twee. Was 2 was niet, toch? 2 kennen ze hier niet, nee. Oh, dan zijn er best wel veel mensen die me niet kennen dan. Oh, wauw. Terwijl ik heb het gevoel van Banjeboeis dat ze hier wel moeten kennen. Ik weet niet, misschien heb je nieuwe mensen. Ja, ze hebben nieuw volk aangetrokken over de jaren. Ja. Ja, ik wil eerst even één ding zeggen zelf, want dat is even heel handig om mee te... De kast die hierachter staat, want ik heb een kast gemaakt waar alle spullen in staan, zeg maar. Kan ieder moment omvallen. Nee, hij is nu bevestigd met een scharniertje bovenop. Ja. Dus alleen ik zei dat tegen de man die bezig was. Ik zei, pas even op, hij is een beetje wankel. Oh ja, hij trekt de kast erover. Het zal je verbazen. Maar dan flikkert godverdomme één microfoon kapot. Dus ik moet mijn microfoontje vandaag in de pot tabak hebben. Want, ja, ik heb de betere geëist. Ja, het is ook lullig als ik bij jou die pot tabak zeg, dat ik rook. Dan kan ik gewoon zo even één seconde hoor, even een peukje maken, weet je wel. Al dat geritsel bij die microfoon. Ja, is dat niet? Ga je dat horen? Dat hoor je wel. Ja, ik zie die audio springen. Een soort talkshow, een soort van... voor de mensen die zich afvragen hoe of wat... jullie kunnen een beetje de touwtiefers genieten in de chat. Jullie kunnen wel dingen roepen. We gaan niet heel veel opletten bij de chat. Hallo knappe mannen, Fakka Felicia. En dan let ik gek weer op bij de chat. Wat een lul, hè? Wat een klootzak. Maar, hoe zou jij jezelf omschrijven? Ja, want niemand heeft dus enig idee wie de... Ze hebben wel een idee, maar... Nou, ten allereerste ben ik een van je allerbestigste vrienden. Dat is lief. Dus ga ik er gewoon even bij eten. Vind je dat goed? Ja, nee, tuurlijk. Vertel me meer over mij. Stop maar over jezelf, vertel het maar. Nee, en ik denk dat we... we kennen elkaar van de middelbare school natuurlijk. En... toen ben jij begonnen met... je was al begonnen met Banjemovies. Nee, ik begon. Ik begon met Banjemovies toen ik bij school kwam. Ja, toen ik bij jullie kwam, was het mijn briljante idee om als de clown van de school filmpjes te maken. Ja, super goed om populair te worden ook. Ja, dat was echt... die beiden werden wild, jongen. Die slipjes vlogen door de school, wil je niet weten. Jongen. Ja, nee, maar ja, vervolgens gewoon... Ja, eerst hadden we... Ja, is dat misschien leuk om te vertellen? De rivalen. Waren wij rivalen van elkaar? Nou, eerst wel. Ja? Ja. Weet je dat nog? Toen waren er 2 groepjes jongens die filmpjes gingen maken. Oh ja, ja, dat was iemand. Ja, want ik maakte filmpjes en toen gingen ze ook andere mensen filmpjes maken. Wij gingen ook filmpjes maken. Ja, wij noemden onszelf Wackass. Ja, Wackass. Dat was in de Jackass-periode natuurlijk, voor de mensen die dat nog kennen. Maar het hebben toch zoveel hitsige pubers in onze tijd gedaan. Die gingen allemaal Jackass nalopen. Ja, tuurlijk. Dus dat deden wij ook. Maar wij deden dat helemaal. Volgens mij hebben wij met Wackass dan, met z'n drieën, 2 filmpjes of zo gemaakt. Ja. Eentje weet ik nog, dat jullie met een winkelkarretje van een berg af gingen. Ja, nou dat waren volgens mij Jan en Jeroen. Mm-hmm. Heb jij ook mee? Heb jij iets gedaan voor? Nee, volgens mij heb ik nooit... Nee. Ik was meer van de culinaire humor. Dat was daarom dacht ik ook, ik ga bij Banjemovies. Dat is veel leuker. Er is een reden dat YouTube mijn kanaal had verwijderd met die eerste 4-5 video's. Omdat ze echt bij zichzelf dachten van, jou moet je horen, deze knurft. Wat was die eerste ook? Volgens mij de eerste... had ik naakfoto's van Kim Holland erin gedaan. Waarbij je dan zeg maar Kim Holland... zeg maar als een kalkoen gevuld ziet worden. Om netjes te zeggen. Full on op YouTube. Ja. Tweede was geloof ik I'm Too Sexy van mij. Ja. Dat ik aan het dansen was op een halve striptease. Deed als 14, 15-jarige. Dat je dacht, oké, culinair weer, Bardo, culinair. En de dansvideo met Shake It van Metro Station. Oh ja, maar dat is wel wat later. Was dat later? Ik had YMCA, I'm Too Sexy, Pokémon. Die dingen. Ik moet daar de hele tijd aan denken, omdat er nu allemaal van die memes zijn op TikTok. Mm-hmm. Van de 90s emo kids. En dan zie je die zonnebril met die geblinde... Oh, die... Nou, je bek. Tief maar op met je intro. We zouden het over jou hebben. Weet je wat het is? Dat is echt zo. Dat vond ik zo mooi. Ja, die... ik weet, Dos was hier laatst en die heb ik ook die shit laten zien. Ja. Ik dacht, wat is doe je dat gewoon vrijwillig? Nou ja, zij zei, nee, niet schamen. Niet schamen. Ja, maar dat kan niet. Ja, ik wil dit niet, maar fuck it. Oké, dus ik heb inderdaad toen gekozen voor Metro, Shake It. Let's drop!
Ja, voor de mensen die het niet weten, er was een periode dat TikTok niet bestond. En Barney Movies begon heel erg. Oh, wauw, dat was gewoon TikTok-content. Dat is 100% TikTok. Als TikTok had bestaan in mijn puberteit, zat ik daar. Ja, dat wil je niet hebben. Dat is echt. Dat was wat ik deed. Dat was cringy. Mijn eerste video's, ik denk mijn eerste 10, 20, waren allemaal lip-sync-video's. Ja, maar ja, dat was ook wat je toen deed. Ja, tuurlijk. Dat was makkelijk. Alle kapotte camera's, als het fout gaat, liggen achter die stoel daar zo. Dus die, volgens mij kun je die precies net niet bij jou in beeld zien. Dat is mooi. Hou er zo. Je jas ligt er precies voor. Mooi. Hou er zo. Even, lieve mensen, wat is deze 4 FPS? Hé, chapeau, dan ga je toch ergens anders heen, vuile boef die je bent. Vandaag met dubbele punt wit. Dit is Dennis. Dit is 100% Dennis. Maar Dennis, wie ben jij nou? Wat doe je nou? Op Barney Movies, daar kennen ze je van. Ja, je lang verhaal kort, ja. We zijn nu in 2008 ongeveer. We moeten nog zo'n 10 jaar, dan hebben we weten wie Dennis is. Ja, nee, dat is het eigenlijk. Maar mensen kunnen mij kennen van Barney Movies, waar ik, hoe lang is het inmiddels? 14 jaar, 15 jaar? Als mensen aan jou vragen van wat doe jij dan in het echt? Wat zou je dan zeggen? Oh, zo. Ik ben een videomaker ten eerste. Mm-hmm. En dat heb ik op verschillende plekken gedaan. Video maken of content creator? Ik denk content creator, ja, dat is beter inderdaad. Ik heb communicatie gestudeerd op Windesheim in Zwolle. En toen ben ik aan de slag gegaan in de commerciële marketing business als contentmaker. En nu werk ik in het onderwijs als contentmaker. Meen je? Ja, meen je? Meen je? Ja, is de eerste keer dat ik jou dit ook vertel. Ja, niet normaal. Weet je wat jij zou moeten doen voor je onderwijs? Nou. Gewoon een goed spotje voor Saxion. Gaan we nu weer? Feel the power. Just do it. Just do it. Hey, wanna go to school? Go to school, bitch. Let's learn, go. Bitch, learn. Ja, learn, bitch, learn. What up? Maar toen heet die een ook weer. Die van Old Spice, die zwarte vent. Tyrone. Oh, ik dacht Neil deGrasse Tyson. Dat is, ja, nee, die doet dat. Ja, maar die ene met die grote spierballen. Ja. Je weet wie ik bedoel. Zeker wie ik bedoel. I'm on a horse. I'm on a horse, ja, exact. Die guy. Ja. Die zou dat heel goed kunnen. Ja, misschien in Nederland Steven Brunswijk. Heb jij zijn nummer? Huh? Heb jij zijn nummer? Nee, van Steven Brunswijk wel, maar dat is een soort AliExpress-versie. Oké, nou dan kijk ik wel even op dat. Eerst Steven Brunswijk. Eerst even pitchen. Eerst ben ik benieuwd bij, want we gaan zo wel, jongens, we gaan een andere keer verder lullen over Dennis. Kun je de verse 50-song uit je hoofd? Ik wel. Kun jij iets van de verse 50-song? Zeker. Ik denk dat. Dat ga ik nu niet doen, maar ik kan heel veel. Kun je compleet? Dat is rijmend, hè? Kun je compleet rijmend? Ja, maar ik. Moet ik hem open? Zag daar Justin Bieber staan? Ik ging naar de kindercrash. Zag daar Justin Bieber staan? Ja. Oh nee, ik ging naar de kinder. Crash. en ook reed ik op een roze baviaan. Toen werd ik aangevallen door een paarse baviaan, maar goed genoeg. Oh. Ik waste een aap, maar die stal mijn melk opeens. Ja, deze ken ik niet. Welke ken ik wel? Nicht is op vakantie bij Michael Jackson geweest. Ik ken nog wel een ander stuk, maar dat weet ik niet meer. Mm. Nou, ik val nu al door de mand, dus laten we verder alsof, gaan. Ja, alsof de kijkers hier op af gaan rekenen. Ja, nee, hij kent de tekst niet. Ik ken het niet meer. Drink smakelijk. Lieve mensen. En ik alleen maar denken dat Dennis van Roddelpraat was. Braakbal, schaam je diep. Dacht iedereen dat Dennis Schout hier ging zitten? Denk het. Wat teleurstelling. Ja, dan heb je ook mijn kubbel droog uit. Nee, morgen ben ik wel bij Dennis. Oh, leuk. Morgen, dan ga ik die stream van hem opzetten. Alleen, ik kreeg dus een appje van hem. Yeah. Ik was bij hem en ik zei tegen hem, je moet 4 dingen doen. Deze 4 dingen, doe ze gewoon. Dat was geloof ik Twitch mailen. Je iDeal koppelen, hij had geen PayPal. Dus als je dat allemaal hebt, kan je dat gewoon fixen. Dan kan je affiliate worden, kan je subs krijgen. Ik heb het gevoel dat hij niks heeft gedaan. Nee, had jij het gedaan dan als iemand het tegen jou had gezegd? Nou ja, ik heb het wel allemaal gedaan toen ik begon met Twitch. Ja, ja, alleen voor hem is het zo erg bijzaag dat hij waarschijnlijk niet heeft gedaan. Dat je denkt, ja lul, dit is... Waarschijnlijk hoopt hij dat jij dat dan voor hem gaat doen op dat moment. Ja, zou dat zijn? Zou dat zijn? Dat weet ik niet, maar dat kan natuurlijk. Ah, jezus zeg. Lekker pikmaatje, Dennis. Grapje, zeer vermakelijk. Bardo, kan je Pronkpraat van André, de AliExpress-versie daarvan? Ja, Pronkpraat. Ken je André Pronk nog? Ja. Paardenbek, die heeft dus zijn eigen Pronkpraat begonnen. Oh. I kid you not, die man die is... Was dus dat niet dat fragmentje van hem ook, dat die vriend van hem helemaal te kakken zette? Ja. Oh, ja. Hij is nog maagd! Ja. Oh, ja. Dat is echt, ja. Waar was dat van Egbert, toch? Ja. Egbert heeft hem ook. Ja, ik had Egbert helemaal ook opgelicht, wat ik zeg, ingelicht. Met wat er allemaal is. Tootje, bedankt voor het aanbod. We weigeren voor nu even. Ja? Oh. Nee joh, Jay, Intens Broodje, die heeft dus mijn hele setup gemaakt, hè? Oh. Alles waar we nu zitten. Dankjewel. Ja, daarom, dankjewel, Jay. Maar, ik was even benieuwd. Oh. Jij had een verhaal daarnet over de Bulls. Ja, dat was gewoon een nieuwsfeitje. What up met de Bulls? Met de Bulls. Voor de mensen die het niet weten, de Bulls is een grote coffeeshop in Deventer. Ja. Het is altijd een soort boevencafé.
Ja, dat is het wel. Het is echt als je bij de Bulls naar binnen loopt. Het is gewoon Hollywood. Het is echt Hollywood. Zeg maar, als je nog geen idee hebt van hoe een coffeeshop er van binnen uitziet, dan is dit een beetje de voorstelling die je maakt. Ziet de Bulls er ook gewoon uit. Het voelt een beetje aan als zo'n western film in sneeuw, waarbij je zo'n deur opentrekt, die sneeuw gaat zo naar binnen. Ja, precies. Je ziet allemaal bad guys aan de zijkant, zo'n schemerlampje erop. En iedereen zit echt zo inderdaad te hangen. Zo. Wat moet die man hier, wat gaan ze hier doen? En je bent helemaal geïmponeerd gewoon. En ja, je wil bijna gewoon weer weg. Je wil echt zo snel mogelijk wil je er ook weg. Misschien is dat wel eigenlijk het plan. Om zo snel mogelijk weg te gaan. Dat is gewoon helemaal opgerold. Koop je wiet en wegwezen. Maar het is echt een astronomisch enge, rare tent. En ja. Het punt is ook, die bar van die coffeeshop, die ziet er heel erg uit als een... het heeft iets Hawaii-igs of zo. Ja. Het heeft een soort... Maar dat hebben alle coffeeshops toch al een beetje in die periode? Ja, neon is nu helemaal het ding. Hè? Oh ja? Ja, volgens mij wel. Al die coffeeshops hebben allemaal zo'n neonbordje hangen met erop geschreven. Ja, van de Bulldog van Amsterdam. Ja, de Bulldog. Ja. En we hebben hier in Deventer nu ook die Dr. Pleasure. Ja, die doet dat ook, ja. Ja, die heeft ook dat apres-ski gevoel een beetje. Ja. Ik weet niet, Blikken Deur heeft dat niet, hè? Nooit gedaan ook, nee. En de Kikker, weet je? Ja, die zit ook in een oud pand, dus waarschijnlijk mogen die ook niks. Ja, maar dat is toch met de voor de mensen die het niet weten, de Blikken Deur is de plek waar wij altijd heen gingen om onze jonko's te klappen. Om onze jonko's te klappen. Heel hard, wij gingen wel. Hello, kids. Wanna clap some jonko with me? Yeah, let's go. Nee. Kijk, weet je wat het is? Maar ja, de Blikken Deur zit geloof ik volgens mij in een monumentaal pand. Volgens mij is die coffeeshop ooit overgenomen voor 1,7 miljoen of zoiets, toch? Dat is echt een prijs. Ja, dat is echt een heel duur pand. Goeie genade. Ja, I know. Dat was echt bizar. Dus dat was een beetje het feit dat religie uitsterft. Dankjewel, Chapo. Hoe is het leven in de Bijbelbelt, wordt er gevraagd door Chapo. Wij vallen niet onder de Bijbelbelt, hè? Nee, ik heb niet het gevoel dat je goed ingewezen Ken je hebt, topo? Chapo. Ik ben ook slecht in topo, maar dit is niet de Bijbelbelt. Als je had gezegd Achterhoek, dan vooruit. Nou, Windesheim, dan zit je wel ineens heel dicht bij de Bijbelbelt. Klopt wel, ja. Als je daarom van had afgeleid, Windesheim is wel je Bijbelbelt. Dat denk ik ook. Nee. Voor de mensen die niet weten dus. We hebben dus in Deventer hebben 5 coffeeshops. Ja, dat is wel de bedoeling. Je hebt de Blikken Deur, je hebt Bulls, je hebt Dr. Pleasure en de Kikker. Alleen we hadden altijd in de binnenstad hadden we er ook eentje zitten. Maya's. Maya's, en die is failliet gegaan. Ja. En nu is het zo dat ondertekening om nog een coffeeshop te openen in Deventer, die 5e, is een soort halve criminele wereld opgedoken. Dat iedereen wil die rechten hebben om die 5e coffeeshop te kunnen openen. Ja, en dan hadden ze mensen... Hoeveel mensen voor ingeschreven? Meer dan 300 of zo, volgens mij. Echt waar? Ja. Voor dat ene... Ja, voor die vergunning. En is die al verdeeld? Weet ik eigenlijk niet. Volgens mij wou de gemeente eigenlijk helemaal niet die coffeeshop doen. Maar waren ze verplicht of zo? Omdat ze moeten dan zoveel vergunningen, die zijn er dan. Dus is het dan zeg maar per 20.000 één vergunning of zo? Zoiets? Dat, weet ik niet. Ik denk dat ze dat gewoon zo langzaam, zo lang mogelijk uitstellen. Zodat het allemaal minder wordt. Want ze willen geen coffeeshop in de binnenstad. Nee, maar je hebt er al 3 zitten, 2 nu. Maar ja, niet in de binnenstad. Binnenstad, centrum. Ja, oké, dat zou die inderdaad zat al die tijd. Deventer, Duitsland is Deventer is basically Duitsland, dankjewel. Oh ja, dat zeggen wij over Enschede. Oh ja, maar dat is ik was ook in Enschede, ik liep dat station naar. Wat lullig. Bij Dennis Schouten. Ja, dat was heel pijnlijk om te zien. Ik schop ook mijn voet even tegen de tafel uit ergernis. En daar liep het van buiten, direct een bord. Achtung, keine alcoholische trak in de stad. Ja, dit voelt echt gewoon fucking hell, echt als Duitsland waar we nu zitten. Ja, klopt ook. En daar word ik echt heel verdrietig van. Ik denk, Jezus Christus, Enschede. Het is ook gewoon Duitsland. Maar zal ik een feitje dan nog even snel gooi vertellen? De Bulls-feitje. Want dat was eigenlijk waarom het begon. Dat de eigenaar van de Bulls moet zijn ontslagen bedrijfsleider... Nou ja, er waren verschillende koppen. 30.000 of 50.000 euro dokken. Omdat hij onterecht is ontslagen. Aan een van de werknemers? Aan de bedrijfsleider die hij heeft ontslagen. Oh? Dat is sick, hè? Waarom? Dat zijn echt van die Amerikaanse praktijken in mijn beleving. Ja. Wat is gebeurd? Hoezo? Weet ik veel. Onterecht ontslagen. Was een Stentor-artikel, dus ik mocht niet verder lezen. Loodzakken. Ja, dat is betaald, hè? Ja, Stentor moet er echt mee kappen. Doe gewoon een paar freebies. Maar dat is ook met AD heeft dat altijd. Als ik bij het AD op die site kom... Maar bij AD mag je toch 5... of nee, waar is dat ook alweer? Telegraaf misschien? Trouw? Nee, Telegraaf niet. AD is kut. AD is verschrikkelijk kut, man. Ja, maar je hebt een krant waarvan je 5 keer mag... Hoor je dat? Dankjewel voor de 4,20 euro pindakaasbaas. Maar alerts staan hier nu uit. Binnenkort gaan de alerts het hier doen en dan kom je op dat scherm. Maar voor nu staan ze uit. Ik hoor je zeg maar via de andere computer nu. Dus dankjewel
voor je gulle donatie van 4,20. En hij zet erbij mannen. Mannen. Avond. Ja, dat gevoel. Ik denk, ja, lul. Oké, fuck it. Maar oké, dus hij moet 30.000-50.000 euro. Ja. Ik vraag, dat is toch niet zoveel voor een coffeeshop-eigenaar, toch? Valt wel mee. Voor één persoon? Hallo? Ja, maar dat is... Kijk, voor ons is dat moker veel. Maar voor een coffeeshop, die rechten zijn al duur. Je zit in de binnenstad, dat is duur. Pand is al duur. Je hebt best wel wat vermogen, denk ik, hoor. Je zit er niet voor de katse kut, hè? Nou, als je het slim aanpakt, heb je niet veel vermogen. Ja, wel vermogen, maar niet veel. Ik denk niet, dat is allemaal zwart geld en zo. Gekkigheid, nee joh. Laat ik het zo zeggen, misschien kan hij het wel betalen, maar hij is er niet blij mee. Ik zou nog altijd wel een keer willen proberen om een plantage te beginnen. Plantage? Waarom een plantage? Of stel je zoveel moeilijke vragen als ik een idee heb? Ik kom ook met een idee dat ik zeg, hey, ik wil een illegale wietplantage op mijn zolder beginnen. Ik ben gewoon geïnteresseerd en ik wil je hierin steunen. Nee, bier, tabak en kip. Dankjewel. Ja, pindakaasbaas. We horen je zeg maar in het andere hok, horen we je afgaan. Ik weet, volgens mij horen jullie het ook niet eens. Maar dankjewel, pindakaasbaas, voor nog een keer 24. Slap lullen de podcast. Nee, maar ik zou oprecht... Ik zou het wel willen weten hoe dat is om gewoon die plantjes... Wil je een plantage waarbij je dus illegaal moet verkopen aan coffeeshops? Ik zou graag een coffeeshop willen openen. Jij zou een coffeeshop willen hebben? Ja, natuurlijk. Dan zit je aan de witte kant, zeg maar. Mm-hmm. Niet racistisch bedoeld, maar dan zit je gewoon aan de legale kant. Mm-hmm. En je kunt bakken met geld verdienen. Mm-hmm. Het enige wat je hoeft te doen is... Nou ja, mensen je shady business op laten lossen. Ik snap wat je zegt, maar als coffeeshop heb ik het gevoel dat je juist in die schemerbusiness gaat belanden. Ja, maar dat zeg ik. Dan moet je dus... jij bent gewoon helemaal 100% legit. Mm-hmm. Maar je zorgt ervoor dat je een paar mannetjes hebt die dus de inkoop regelen. Mm-hmm. Want dat mag jij officieel dan niet. Nee, dus jij koopt niks, maar je verkoopt wel. Maar en dan, nou ja. Okay. Kun je geld verdienen. Maar je wil gewoon een tussenmannetje ertussen zetten... zodat je van de problemen af bent in dat geval. Nou, niet van de problemen, maar van het gezeur. Weet je, dat is niet jouw taak. Je runt een coffeeshop, dus dan ga je niet dat zelf langs de plantage zeggen... Hey, jongens, ik ga naar buiten. Ja, true. Weet je wat is? Als ik een plantage zou beginnen op mijn zoldertje... wat ik niet ga doen, overheid. Ik heb geen plantage op mijn zolder. Ja, kijk maar op zijn dak. Kijk maar op mijn dak. Ja, ik kan hier zo'n dak op en dan zie ik een hele plantage staan. In de kelder. Dat doen ze toch altijd om die plantages ook te spotten met een helikopter. Kijken waar geen sneeuw ligt. Fucking easy om het te vinden, man. En als je ergens een raam dicht... Ik heb dus ergens bij mij in mijn buurt... Zie ik altijd een raam. En die is helemaal dichtgeplakt. Altijd. Ja. En dan denk ik, ja. Volgens mij moet daar eens even maar, winnen. Ken jij niemand met een plantage? Niemand? Nee. Ja, oké. <okay. laughs> Ik denk al, oké. Nee, ik ken niemand. Jij wel? Hoezo dan? Wat? Overheid kijkt niet mee. Nee, maar hoezo? Nee, oprecht, nee. Heb je nog nooit iemand ontmoet met een... Maar dan denk ik dat we dezelfde kennen. Ja, ik allebei in ieder geval ja, één. Dan, ja. Ik ken nu wel twee mensen persoonlijk in Deventer met een plantage. En wat voor plantage hebben we het dan over? Want als je 5 plantjes in je huis hebt, is het geen plantage. Nee, hè? Want dan ken ik er ook nog wel wat. Ja, nee, oké. Die reken ik allemaal niet mee. Okay. Dat is niet een all-out grown plantage, zoals je zou zeggen. Een zolderkamertje. Ja, gewoon. Ja, okay. Wat je op de elektriciteitsrekening terugkomt. dat is wel het idee ervan. Ja, nee, ik ken er twee nu. Wat moet je een nummertje hebben? Nee. Maar ik vind dat altijd wel interessant. Ja, ik ook. Ik vind dat donders interessant. Het levert altijd... ook best wel veel geld op. Ja, ik vind van niet. Ja, je krijgt er een leuk zakcentje mee als je illegaal gaat lopen kweken doen. Ja. Je krijgt er niet zoveel van dat je er, weet je, onafhankelijk... Het risico is groter dan het opleveren. Zeker. Kijk, ik zou meer... Ja, jongens, het is niet de bedoeling dat jullie dit nu thuis gaan lopen doen met z'n allen. Workshop, coffeeshop en biet openen. Yeah, ja, dit is een kut idee, maar elke donderdag. Kost ons 10 minuten voordat we verbannen zouden zijn. Toen ik het eerste onderwerp meteen. Nee, maar dat is een punt wat ik denk. De risico's van de echte harddrugskwekerijen in bijvoorbeeld Brabant. Yeah. Ik zou liever zo'n risico willen lopen voor groter geld... dan dat ik voor kleiner geld bijna een gelijk risico... Want het is toch zo'n... Als je met een plantage op zolder gepakt wordt... dan is de straf toch even groot als met een pillenmachine? Dat denk ik niet. Nee. Want wiet wordt gedoogd. Mm-hmm. Het hebben van wiet is... weet ik niet of het strafbaar is... maar ik weet ook niet of het hebben van grote hoeveelheden wiet echt strafbaar is. Tuurlijk, je mag niet meer dan 5 gram op zak hebben. Ja, dat klopt. Maar laat ik het zo zeggen, ik denk dat daar milder over gedaan wordt... dan wanneer jij keihard in de coke of in de pillen... overheid wil dat ook liever aanpakken, hè? Ja? Ja, tuurlijk. Ik denk dat... Tuurlijk, je hebt er gezeik mee.
En ook te veel voor het risico, maar... Chat moet zijn bek houden. Ja, open gewoon 3 ecstasy labs. Ja, je hebt het over straf, maar denk eens even daar over de mensen waar je mee om moet gaan. Ja, dat lijkt me ook killing. Weet je, dus lijkt me ook heel eng. Daarom, tussenmannetje moet je ertussen hebben, anders kom je nooit meer uit die wereld. Hè? Dan ben je echt voor altijd erin vast. En de tussenmannetjes worden ook altijd genakt. Dus. Ja, daarom. Maar ja, als die tussenmannetjes weg is, dan ben jij de eerstvolgende die genakt wordt. Ja, oké. Maar dat vind ik altijd het mooie aan tussenmannetjes. Het zijn vaak hele naïeve mensen. Mm. Ik bedoel, de dealertjes die jij op de scooter voor je deur krijgt, dat zijn echt, ja, vind ik altijd een beetje van die piepo's. Als je op dit zwakke ijs, we lopen nu echt op heel glad ijs, maar fuck it. Ik vind dat zo tragisch bij Peter R. de Vries. Oh. Je weet direct wie ik bedoel. Die kneuzen die Peter R. de Vries hebben vermoord. Dat je gewoon weet, jullie zijn loopjongens binnen een hele grote criminele organisatie. Jullie stellen geen kut voor. Nee. Jullie moeten die trekken. Volgens mij kregen ze ook een bedrag of zo van een paar duizend euro. Ja. Ik, voor een paar duizend euro heb jij dit gedaan? En dat zijn gevaarlijke, trieste loopjongens, want die willen zich bewijzen. Ja, maar dat zijn wel... Nou, het leek wel niet voor ze opkomen, maar dat zijn wel serieuze guys. Ik heb het meer over die gastjes die iedereen wel kent, ook van de middelbare school. Mm. Die dan een beetje zo van, ja, ik wil je wiet kopen. Je bedoelt gewoon Jesse Pinkman figuren. Jesse Pinkman was... In het seizoen, en hoe die was. Zo, exact, een beetje stoer doen van... Oh, voordat je Heisenberg ontmoette. Precies, zo van, oh, ik doe een beetje in de drugs. En ik ken wel een paar jongens. Dat vind ik altijd echt, ja, nee. Joh. Ja, daar ga je heel slecht op. Nou ja, die doen altijd heel erg cool, hè. En dan, maar die doen eigenlijk niks. En die jongens die, vind ik, heel zakelijk zijn en heel goed... Daar heb ik dan meer respect. Ja, dat zijn gewoon goede zaken, man. Ja, maar dat eigenlijk gewoon even voor de mensen. Ik weet niet, kennen jullie in de chat, kennen jullie Breaking Bad? Type 1 als je Breaking Bad kent, type 2 als je Breaking Bad niet kent. Ik denk dat iedereen het wel kent. Jij bedoelt meer de Gustavo Fring. Ja. De Gus, weet je wel. Ja, dat is wel echt... Het zijn wel de top gunners, maar... Ja, maar de Gus, ja, ik zie ook heel veel eentjes. Iedereen kent hem natuurlijk. Want dan praat je echt over die... Maar dat was met Heisenberg altijd in Breaking Bad. Was gewoon een losgeslagen gek. Die deed wat hij wou en... Weet je, daarmee was het klaar. Dat was altijd daar een beetje fascinerend ook. Hey, fucker, Danny. Jesse, we need to cook. Dat is ook mooi. Heb je de Super Bowl commercial gezien? Van hun? Ja. Is er een Super Bowl commercial? Er is een Super Bowl commercial met van hun. Van Breaking Bad? Ja, echt gewoon full sell-out, maar wel leuk. Is dat met dat drankje wat ze hebben dan of zo? Nee, met de chips. Met Doritos. Tenminste, ik weet niet of het Doritos was. Ja, is het Doritos? Het Doritos, chat? Kunnen jullie dat even napluizen? Of is het een ander merk? Super Bowl... Breaking Bad commercial. Ja, jongens, voor jullie is het ongemakkelijk. We gaan het... Ja, ik kan het scherm wel delen trouwens. Hier kan je het scherm zien. Bovenste of onderste of welke moeten we hebben? Ik denk... Ja, die. Ja. Benieuwd. Oeps. Chat, sorry. Heel benieuwd. Ja, ze zijn all out gegaan, hoor. Oh, nee, popcorners. Yo, Mr. White, this is a bomb. And they're air pop, not fried. Popcorners? You're an artist. This is art. Actually, Jesse, it's just basic ingredients. No, we don't eat our own supply. Mr. White! Jesse. Everyone's gonna want a taste. And I know just the guy to talk to. Dit vind ik ook helemaal mooi. What are these? We call them popcorners. Say their name. Popcorners. Wat goed. Ja. Type. Yeah. How much of this stuff do you have? We've got 6 signature flavors, yeah. 7. You make 7. 7. 7 works. Yeah. We're gonna eat a lot of snacks together. Popcorners. Oh, goed. Ja, toch? Oh. Vind ik echt leuk. Marketing done right. The one who snacks. Weet ik alleen het erge vind hieraan? kleine spoiler, misschien ook geen spoiler, fuck it. Ben ik al Sal. Mm. Die had in de allerlaatste seizoen... Yep. Dat is best wel bekend, dus ik kan het gewoon zeggen. Komen Jesse en Walter voorbij. Oh, leuk. Want dan zo sluit het ook aan op Breaking Bad. Maar ze zien hier veel beter. Hey, dankjewel Renzo voor het suppie. Alert staan alleen uit. Dankjewel, boef. Alleen het is zo dat ze hier komen ze veel beter uit de verf als Walter en Jesse dan in Better Call Saul.
Maar wanneer komen ze daar? Dan komen ze toch wel, dan zijn ze al veel verder in de serie, toch? Ja, het is zeg maar, Better Call Saul speelt zich al voor Breaking Bad. Of voor? Ja, dus het speelt zich ook een stukje daarna, hoor, maar voornamelijk ervoor. Okay. Dus het is zeg maar op het moment dat hij Jesse en Walter ontmoet, moeten hun die kneuzen zijn aan het begin. Snap je wat ik bedoel? Van Breaking Bad. Ja. Yeah. Alleen dat is inmiddels 15 jaar geleden. Ja. Yeah. Kijk, en Walter, die was ook al oud in de serie, dus hij ziet het verschil niet. Maar voor Jesse is dat best wel een dingetje. Yeah. Dat je bij Jesse zoiets hebt van, wow, jij was toen echt een jong knaapje en nu ben je zeg maar een jonge vader. Succes hiermee om die look te kunnen rocken. Maar leuke reclame was dat. Ja, vond ik ook. Ik vond het erg leuk. Ik heb heel weinig gezien van de Super Bowl. Zaten er leuke dingen tussen dan? Oh nee, ik heb het ook alleen dit gezien hoor. Soms krijg je wel... Waarschijnlijk is er dan niks boeiends gebeurd als dit het enige is. Nou, die Mario-reclame was heel leuk. Oh ja, dat heb ik wel ergens voorbij zien komen. Dat is die reclame voor een schoonmaakbedrijfje. Ja, in die keuken. Ja, dat ze... Ja, daar heb ik een klein stukje van gezien. Mis die acteurs samen, dan moet je op hun gram kijken. Zij hebben echt 3-4 bedrijven, zijn ze begonnen samen. Ja. En het is altijd maar hetzelfde wat ze doen. Ja, true. Maar het werkt als een gek. Wel leuk. Ja, een van de beste iconen die we hebben. Weet je wat nog op een dag bij de Bulls, wat ik een mooi verhaal vond? Oh. Misschien kun jij dat beter vertellen dan ik. Die keer dat er een coffeeshop werd verkozen van Deventer. Weet je dat nog? De beste coffeeshop van Deventer. Dat is de beste coffeeshop van Deventer. Dat is echt zo'n schandalig verhaal. Dat is echt... er zit een shout-out in naar ons, zeg maar. Want voor de mensen die het niet weten... Wij gingen altijd smoken bij de blikken deur. Ja. En dat deden we dan tot... we begonnen om 10 uur. We gingen door tot een uurtje of 12 of zo. En na 12 gingen wij dan naar buiten. Gingen we daar lekker verder in de garage of in het park of wat dan ook. Ja. En het punt was... Blikken deur ziet er stijlvol en mooi uit. We hadden het net al gehad natuurlijk over de Bulls. Dat ziet er een beetje funzig en viezig uit. Dan kan je niet heel veel... ouderwets ook gewoon hout. Exact, daar word je niet heel blij of gelukkig van. Nee. Alleen Bulls is stijlvol. Of blikken deur is stijlvol. Nou ja, het was ook wel oude meuk, maar... Ja, nou, het zit in ieder geval mooie glazen, tegelvloer. Het was netjes. Daarom, je kon er je kont keren op een mooie manier. Ja. En alleen het enige nadeel was, ze hadden altijd treden daar. Dus wij moesten jou altijd naar binnen tillen. Nu ben je het alsnog zelf aan het vertellen, hè? Ja, maar dat is het enige wat ik erbij vertel dan. Daarna geef ik hem over aan jou. Dan kun je hem af en toe in koppen. Mag ik de clue zeggen? Ja, want dit is een beetje de blikken deur waar we altijd kwamen. Pak hem over dan, want anders vertel ik inderdaad... Nee, dat maakt niet uit. Maar nee, het idee was dat er een wedstrijd werd gehouden in Deventer... Mm-hmm. Waarin de beste coffeeshop van Deventer werd verkozen. Nou, en als iedereen die een beetje verstand in zijn brein had... wist wel dat dat de blikken deur was. 1000%. 1000%. Maar goed... De criteria waren niet alleen of het er mooi uitzag of dat het leuk of gezellig was, maar ook hoe toegankelijk het was. Mm-hmm. Nou wil het zijn dat er denk ik de enige stoner in... Nou nee, trouwens niet de enige stoner in Deventer die in een rolstoel zit. Er waren wel meer stoners in Deventer die in een rolstoel zitten. Ja, maar die zie je niet zo vaak. Nee, maar die zijn we wel eens tegengekomen. Dat was wel grappig. Ja, mm. Wist je nog dat meisje die we toen een keer tegenkwamen? Meisje? Ja, kwamen toen een keer een meid tegen. Ja. En ik weet niet meer hoe we met haar in gesprek kwamen. Maar toen ze wegreed, toen zei ze van... Hij heeft me stoned. Echt waar, ja. wat goed. Ik zal nooit vergeten dat ik met Stef ook een keer... kwamen uit de blikken deur gelopen. En we hadden... Weet je wel, we waren pubers. Ik weet niet of het was napubers. En we hadden net genoeg om een tientje te halen of zo. Weet je wel. Dus dat is zeg maar een grammetje of zo. Dus niet heel veel. En we liepen over straat. En voor ons liepen twee... grote beren. Yeah. Echt grote beren. Volgens mij echt, weet je, een zo'n Arabier en een zwarte man. En die waren, wow, dat je denkt, shit man, dan wil je niet mee fucken. Nee. En wij zagen dat terwijl die gast zijn telefoon pakte, uit zijn zak, zo'n zakje eruit vloepen. Oh. En toen waren wij echt een soort van die hoe heette die ook weer, het worden vak van die Murloc-wezentjes. Oh. Die op een afstandje zo. We gingen verstoppen en dachten, oké, ze kijken nu niet, nu moeten we rennen. En we pakten zo heel gaaf, we rennen weer terug. En ja man, dat was echt... Oh, ik weet nog, ik een week lang bang was dat die gasten omkeken en ons hadden gezien of zo. Was je keihard kapot gemet. Nou, die mensen, die hadden nou echt figuren van je denkt, ja, die schieten me gewoon liever. Nou, dat gevoel heb je. Ik ben 18, 19 jaar, ja, weet je wel. Ja, die steek je neer. En het waren gewoon van die bandjes, Tupac figuren, weet je. Echte gangsters. De echte gangsters, ja. Met grote jassen. Dat je denkt, ja, fuck me, man, ik ben genaaid. Daarmee ben ik gewoon keihard genaaid. Maar... Die prijs, dachten wij, gaat naar de blikken deur. Ja, de prijs voor de beste coffeeshop van Deventer. Uiteraard gaat hij naar de blikken deur. Maar omdat dus toegankelijkheid ook een ding was... en de blikken deur voor de kijkertjes, de luisteraartjes thuis... had 2-3 traptreden. Onmogelijk om als rolstoelen binnen te komen. Dus, wat zei de prijsuitreiker? De Bulls wint de prijs. Want die is wel bereikbaar. Nou,
Wij allemaal huilen. Ja, maar... Dus ging de eigenaar ook nog tegen mij zeggen. Echt waar? Ja, weet je dat nog? Oh, die is naar je tafel gekomen. Ja, dat is waar. Die, ja. Of was toen we binnenkwamen of zo, dat ze daar meteen over beginnen. En toen, toen kwamen de plannen van, nee, maar we gaan de boel verbouwen. En, Maar ik heb ook geen beeld meer van die eigenaar, zou ik je eerlijk zeggen. Niet? Nee, ik weet... Was Turkse man. Er was altijd een moment... Dat in de coffeeshop, dat ze achteraan die deuren gingen opengooien. Oh ja, dan moesten wij, ja, daar zaten wij altijd. Ja, we zaten altijd in het hoekje van de coffeeshop. Ja. Toen die deuren open werden gegooid, dat dan vanaf de hoek, zeg maar, dat ze naar voren gingen lopen. Ja. En dan kwam die gast altijd bij, ook, altijd bij jou, specifiek bij jou. Ja. Van, hé, maar alles goed, oké. En de rest energeerde iedereen, weet je wel. Maar... Dat heb ik nou eenmaal met Turkse mensen. Maar ik zou niet weten hoe die gast eruit ziet. Ik weet wat hij deed. Ik weet dat hij altijd bij jou er kwam. En, maar ik weet niet. Ik hou van die man. Wat een geweldige fan was dat. Was het die iets Arabiers? Nee. Ja, een Turkse man. Wel ja? Met een beetje kalend kort haar. Weet je, zo'n strenge stap had hij. Misschien heb ik dan wel het juiste beeld voor me. Hele aardige vent. Ja, ik twijfel. Maar volgens mij heb ik het nog wel goed voor me. Ja, ik denk maar ja, in ieder geval, door jou hebben ze dus die prijs verloren. Dat is het mooie ervan, hè? Nou. Die beste kusje op van Dave, zijn hun niet geworden. Blikkendeur, als je luistert. Shout-out naar jou, Blikkendeur. Jammer, joh. Doe me trouwens wel denken. Jij kwam hier altijd. En dan zit je altijd al maandenlang over hetzelfde te mopperen. Je? Ik? Ja, dat je iets voor jezelf. Nou was ik dus net bij de action. Kijk eens. Het zijn er niet die mooie normale. Dus ik heb nu voor jou een heel klein, raar... Krijg ik een eigen asbak? Je hebt nu je eigen asbakje. Want dat wat leuk. Ik zat er net. Ik dacht, oh ja, jij hebt die nodig. Ik was toevallig. Voor die ene sigaret die ik hier rook. Voor die ene sigaret. Nou, dat is meer voor jezelf, voor thuis. Want jij zei altijd, jij is voor jou. Echt waar? Ik hoef hem hier niet te hebben. Wat leuk. Nee, want ik maar jij begon er altijd over. Oh, kut, ik moet nog steeds naar de action al 2 jaar lang. Dat vind ik leuk. Ja? Ja, dat vind ik leuk dat je dat hebt onthouden. Dankjewel. Ja, ik liep daar. Ik dacht, oh ja, goeie, die neem ik mee. Ja, maar dit is ook een leuke. Leuke asbak. Voor playtime, toen net nog bij de blik geweest, lekker bezig. Laat zien dan. Het is gewoon een asbakje wat hij heeft. Ja. Hè? Het is een glazig asbakje. Ik vind het alleen kut. Ik denk, jij bent meer van die tinnen asbakken, of niet? Gewoon die achter je staan. Die metalen. Ja. Ja, die heb ik ook. Ja, maar die hadden ze dus niet. Dus heb ik dan gedacht, fuck, dan heb je een glazen bakje. Nou, weet je, het gaat om deze dingen. Maar je hebt die houdertjes niet waar je peuk in kan leggen. Jawel, die heb ik wel. Maar die heb jij ook. Dat is gewoon heel dun. Mm-hmm. Dus hij valt of naar binnen of naar buiten. Oh, dan pas je crackpijp er niet goed in. Ja. Dan heb je een crackpijpje er goed in kunnen leggen. Ik wil mijn lul graag hier precies. Ja, dan zou je precies je snikkel erin leggen. Kleine penisje. Oh, godverdomme jongens. 0,99. Ja, het is een hele goedkope asbak. Dat klopt, game over. Ja, maar het gaat niet om de prijs. Het gaat om het gebaar. Ben jij ook zo'n lul op de verjaardag X game over? Ja, ja. Oh, maar nee. Dat magazine kost maar €3. Ja. Dat doe ik voor mij, dat kost 20. Weet je wel, ik ben beter. Game over, stik in je huig, man. Moet je trouwens ook niet over je eigen cadeaus doen, hè? Wat? Ik vind het altijd heel irritant als je dan een cadeau geeft... en mensen zeggen van, oh, maar hij was maar €10, hoor. Ja, nou, ik heb er wel een heel erg neiging van. Ja, heb jij daar neiging van? Ja. Foei. Mm. Moet je niet doen. Ja, maar... Oké, voorbeeld. Doen mensen ook over kleding. Als je ze een complimentje geeft. Oh, leuke trui heb je aan. Oh ja, komt van de H&M, echt €15. Nee, dat vroeg ik niet. Ja, maar dat vind ik nog wel leuk als mensen dat doen. Dat ze dan een beetje het relativeren. Nee, want je ontkent het compliment. Je duwt het van je af. Ja, oké, je bagatelliseert een leuk gebaar. Ja, dus je moet... Je mag wel zeggen van... Goh, dank je wel. Ik heb hem gekocht bij de H&M, maar... Mensen zeggen, ik kan je niet betalen, dus ik hou de prijs voor me. Fijne boef. Hou je bek. Je vies vuil stuk verdriet. Wat zit je over mijn kleren te oordelen? Betaal godverdomme een mooie trui. Dan kom jij langs met je pauperbek. Lul. Flikker op, man. Dievenzot, hè? Oké, maar ik zou je zeggen, ik ben met je eens. Ik heb er ook een handje van om dat te doen. Ironisch genoeg, vlak voordat we hier gingen opnemen, toen deed jij ook iets van diezelfde strekking. Niet over complimentjes. Oh. Maar dat was dan met de microfoon van mij die was gevallen. Ja. En ik weet al, we krijgen hem hier nooit meer op dit dingetje. Oh, ja, ja. En dan toch dat je zegt, nou, laat mij maar even kijken. Nee, zo, het was... Ja, want hoezo was het dan? Ja, nee, het was wel in die trant. Ja, het was wel in die trant. Nee, maar gewoon daar heb je helemaal gelijk aan. Ja. Jij hebt al, ik had ook gewoon moeten weten, jij hebt hier al een half uur mee zitten handen en te kijken van, nou, ga ik dit fixen? En ik kom
twee seconden en ik zeg, oh nee, maar lukt dit niet zo? Nee, ja, ja. Ik ben geen idioot, ja. Ik kan het wel. Nee, dan hou je bek, man. Nee, maar dat is echt... Maar je hebt ook wel eens momenten dat je dan bij iemand iets hebt, hè, dat je dan zegt, ja, het lukt niet. En dan kijk je en dan denk je, ja, het is gewoon dit. Ja, 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 die herken ik en heel. En het is van, oh, dat had ik helemaal nog niet gezien. Oh, ik ben domme kut. Ja, jij wel, oh nee, fucker. Het is niet altijd vrouwen. Nee, maar je kan ook een domme wel pik vaak. Zijn. Domme... Lul. Dat gaat Twitch zijn. Oh, sorry. Weet je wat ik dus nu heb? Schapje, hè? Schapje. Met dat meubeltje daar rechts van jou. Ja. Dus echt, ik heb zoveel kabels die ik achter die tv moet rachen. Ja, dat is kut, hè? Ja, ik krijg mijn meubel niet meer tegen de muur nu. En ik ben echt gewoon helemaal klaar ermee. Krijg je je meubel niet tegen de muur? Nee. Ja, ik ben nu inmiddels... Ik ben 30, oké? Okay? Ja, dit zijn wel dingen waar we over hebben, ja. Ja, dat is kutzooi. Maar, ja... Maar je hebt ook een lastig meubel daarvoor. Vind je? Nou, nee. Maar dat is wat lastiger. Vind je? Nou, nee, maar ik zeg het wel. Godverdomme zeg. Hey, fucka Danny. Leuk in de chat, oude boef. Nee, maar dit is ergernisje van mij dat ik dat gewoon niet op orde weet te krijgen daar. Ik zit daar dus echt weken, maanden, jaren, dagen mee om die hoek goed te kunnen krijgen. Want dat is echt fucking kuthoek. Ja, projectje. Een projectje. Kamakaya, jippie. Nou moet ik wel zeggen dat sinds ik dat allemaal heb... Ja. Ben ik dus weer begonnen met, geloof het of niet, maar met gamen. Ik ben een gamer. Ja, nou dat vond ik wel cool. Vond je dat cool? Ik vind dat wel cool, want jij hebt wel veel gekeken. Ik was denk ik grotere gamer dan jou, dat doe ik wel te stellen. Dan jij. Ik vind dat middelbaar. Wat heb jij? Killzone en God of War. Dat was jouw lijst. Hoezo? Ik heb... Nou, zeg. Ik, nee, ik denk dat ik een grotere gamer ben dan jij geweest. Ben wel geweest, nee. Ja. Hm? Ja. Misschien dat jij wat meer had dan ik? Nee, ik bedoel meer echt... Eén ding waar je sowieso geen kans op maakt, 100%, dat zijn de beurzen, de kennis. Weet de je? Kennis? Maar dat was gewoon... Over Nintendo, ja, dat telt niet. Nee, maar ik bedoel, ik ben bij elke gamebeurs geweest tot 2014-15, alle kutzooi. En dat tel ik niet mee. Maar echt, ik bedoel, hands-on gameervaring. Uren? Vlieguren gewoon, ja. Kijk, afgelopen 10 jaar, en dan ben ik echt 10 jaar, vanaf 2013, yeah. Win jij hands down. Ga ik niet over twijfelen. Ja, oké. Voor 2013? Ik denk de laatste gamingperiode die ik heb meegemaakt was wel met jou en Jamel en zo, dat we League aan het doen waren de hele tijd. Ja. Yeah. Dat is denk ik ongeveer het einde geweest van mijn gamingcarrière. Ja. Yeah. En ik weet nog dat we met Sander World of Warcraft hebben gedaan. Ja, met Sander ook, ja. Ja, jij oorspronkelijk... Oh ja, ik was natuurlijk met Sander en jij kwam er dan bij. Ja, jij vroeg of ik mee wou doen en vervolgens ging het met Sander weg. En ik dacht, ja, dit is ook kut. Ja, maar dat is altijd met zulke... World of Warcraft is geen leuke game om nieuwe mensen op te introduceren. Dat geldt voor al die games. Eigenlijk best veel games geldt dat. Ja, vind je? Ja, dat is vervelend. Vind ik vervelend. Ja, ik weet niet of mensen dat... Hebben mensen dat? Het is lastig om, zeg maar... Mensen die niet zo goed het wel snappen... Mm-hmm. Als je dan op zo'n bepaald niveau zit... Dan is het moeilijk om ze mee te nemen. Maar moeilijk voor jou of moeilijk voor hen? Voor beide partijen. Echt waar? Ja. Kijk, ik speel als ik... Rocket League is daar bijvoorbeeld een goed spel. Superleuk spel om in te komen. Mm-hmm. Maar als ik bijvoorbeeld met een vriend van mij Rocket League ga spelen... Dan is het skill niveau zo groot... Dat het voor mij niet leuk meer echt is om te spelen. En voor die ander ook niet. Mm-hmm. En dat is voor best wel veel games geldt ook. Maar... Rocket League is toch gewoon een arcade game in de kern? Nee, in het begin. Rocket League is een perfect voorbeeld van easy to learn, hard to master. Oké. Okay. En dat is eigenlijk een beetje de gouden ei in gaming. Mm-hmm. Tenminste, dat denk ik. Maar, ik zit even te denken, want Rocket League, kijk, in mijn beleving... Ik heb dat ook met Zelda, wat ik nu doe. Er komen heel veel mensen langs die gaan mij vertellen van... Ja, maar Bardo, jij moet dan de hele tijd op X blijven drukken... en dan ga je sneller lopen, want als er een hack in de game... dan kun je dit en dit en dit. Yeah. Een soort van de combo's uit je hoofd leren. Yeah. En dat is... Ja, ik vind dat heel killing. Een ander voorbeeld? Ja, dat is singleplayer. Ja, dan, dat is natuurlijk logisch. Ja, maar ik kan me ook in denken dat dat in Rocket League dan het geval... Ik nogmaals, ik heb Rocket League alleen op de fun manier gespeeld, zeg maar. Yeah. Dus ja, dat is voor mij een beetje flauwig om dan daarover in mee te lullen. Ander voorbeeld, waarbij je ook kan zeggen... easy to learn, hard to master. Mm-hmm. Mario Kart. Ja. En dat vind ik heel slecht. De laatste 5 à 10 jaar van Mario Kart...
merk je gewoon dat als jij bij mij langskomt en gaat tegen mij lopen gamen, yeah, dat ik er veel beter in ben dan jou. Want niet in dit geval hoor, maar yeah, ik heb hier de Switch staan. Dus ik ga thuis oefenen en dan kan ik die grinden door de bocht. En vervolgens, yeah, heb jij weer een probleem, want jij kan niet met mij mee. Yeah. En dan, vroeger was het zo, vanaf de Nintendo 64 en GameCube, wij gingen hier samen zitten op de bank en kutten, jointje roken, biertje drinken. Yeah. En waren allebei wel even goed. Yeah. Met een blauw schild verloor ik wel. Yeah. Nu heeft Mario Kart ook dat niveau bereikt, dat als ik hard genoeg eraan trek, ajejo, dan ga je... Maar welke mechanics en zo zit het dan nu in dan? Nou ja, buiten alle bochtjes die je hebt tussendoor. Buiten ja, oh ja, dat soort meuk. Je kan het grinden door de bochten. Ja. Je weet de perfecte auto klaar te zetten. Je weet, ja. Het zijn gewoon kleine tools die jou als persoon beter maken in Mario Kart dan mij. Ja. Of andersom. Ja, het zijn skills. Ja, oké. Okay. En dat is een beetje van vroeger, vond ik altijd zo leuk op Mario Kart, dat je juist iedereen was gelijk. Ja, maar ja, toen was er ook weinig diepte in game, zeg maar. Als je de driftknop inhield, ging dat altijd op dezelfde manier. Ja, je had altijd dezelfde uur die aan het rijden. Ja, dus, precies. Ja. Weet je, dus daar zit ook nul verschil in. Ik denk dat dat wel... Maar ik snap wat je bedoelt. Ja, zeker. Dat ik heb nog steeds... kan ik me boos maken dat ik jou niet kan verslaan met Mario Kart. Ja? Ja. Ja, dit is wel... Heel slecht tegen. Dat is zo mooi. Ik was... En zeker met Stef nog. Oeh. Altijd eeuwige derde. Ja. En daar bouw ik van. Ja, maar dat was bizar, want Stef die wist mij wel echt uit te dagen. Ja, maar, ja, oh, nou, dank je. Ja. Ik heb ook al van jou, godverdomme, jongen, je statief is op die. Ik heb wel eens van je gewonnen, dus het was niet super... Vuile boef die je bent. Maar Stef was wel op een ander level. Maar Stef die wist... dat. Ik bedoel, ik wist dat hij Gran Turismo zo speelde. Maar hij was ook echt goed in Mario Kart. En dat vind ik zo stom. Ik hou ervan, ook voor Rocket League, ook voor Mario Kart, Mario Tennis, Mario Party, I don't Mario care. Mario Voetbal was je ook zo tering goed in. Ja. Die nieuwe Mario Voetbal is helemaal kut. Die staat hier nog ergens in de kast te rotten. Ja, dat vind ik helemaal kut. Hmm. Het hele punt is met name dat ik denk, al die arcade games, hou ze godverdomme gewoon simpel. Zorg ervoor dat ik gewoon hier kan zitten met jou en we gelijke wedstrijd kunnen voeren. Want ik vind dat wel jammer, dat ik jou dan om moet scholen met Mario Kart nu, of dat je mij moet omscholen met Rocket League. Ja. Dat ik mis dat die tijd dat je gewoon samen kon kutten. Snap je wat ik bedoel? Is het niet een hele ouderwetse boomer gedachte? Chat? Ja. Ja, chat, voor de mensen. Ik weet niet of de gamers zijn in de chat. Vinden jullie het dan daadwerkelijk leuk dat de arcade games verdwijnen en dat het telkens meer skill-based wordt? Ja, ik zie daar Fall Guys staan. Fall Guys is daar best wel... Maar daar is inmiddels ook wel een grote skill increase. Dat is natuurlijk altijd met games. Hè? Kijk, als ze net uitkomen, dan is iedereen nog op hetzelfde niveau. Is het heel leuk. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, misschien wordt dit wel heel erg te in diep, maar Valorant ken je wel? Ja, tuurlijk. En dat is eigenlijk een beetje gewoon schieten 5-5 met hoekjes uitkiezen, zeg maar. Dus als ik het heel stom zeg. Maar hoe dat er nu uitziet, want ik heb het in het begin gespeeld, superleuk. Maar nu weten allerlei mensen plekken waarin ze grenades op een exact puntje moeten gooien, waardoor het daar neerkomt. Dat ik denk, dit is te moeilijk. Dit is echt bizar, ja. Het gaat ook niet meer over de core gameplay, het gaat over kennis die je weet om je... Ja, exact. Dat je gewoon, ik snap direct wat je bedoelt. Dus maar klinken wij nu als boomers? Dat vind ik wel echt heel benieuwd. Zal ik een paar voorlezen? Mario Kart is wel de beste. Het wordt inderdaad meer skill-minded. Daar speel ik ook alleen maar drankspelletjes, geen skill nodig. Ja, dat is Beertie. Beertie is ook een streamer. Oh, nice. Beertie is moordwijfie. Eva, Fakka, leuk dat je erbij bent. Bij Mario Kart pakken goede mensen het slechte kaartje en de slechte mensen de beste kaartjes. En zo blijft het nog wel een beetje gelijk. Oh, dat vind ik een leuke oplossing. Leuk gevonden. Moet je per se met een motor rijden? Ja, dat deed Stef altijd. Fucking irritant. Ja? Ja, Stef was gehad in een motorguy. Maar motor is de snelste dan? Of? Nee, dat is gewoon anders. Ja, ik vind het zo bizar dat ze hebben nooit voor de Switch een nieuwe Mario Kart gemaakt, hè? Nee. Ze hebben altijd voor de Switch gewoon aangehouden. Maar Mario Kart 8 was ook best goed. Ja, maar dat is van godverdomme van de Wii U port. Ja, maar maakt er niet uit. Ja, maar Wat wil je dan? Betere graphics? Nou ja, ik wil toch in ieder geval wel de nieuwe Mario Kart nog een keer hebben in mijn leven. Ja, maar wat wil je dan nog in Mario Kart? Nieuwe banen, daag het eens uit met de Rainbow Road en dan weet ik veel wat. Ja, daar had je die packs toch voor. Dat snap ik ook niet. Waarom brengen ze niet aan de lopende band packs uit? Packs? DLC-packs of kaartenpacks? Nee, packs als in banen. Banen? Ja. Dus downloadable content met banen. Dat doen ze toch ook de hele tijd? Ja, weet ik niet. Ik weet dat jij dat toen nog een keer gekocht hebt. Ja, maar dat klopt. Ja, dat was toen inderdaad. Heb ik flink wat geld ingeflikkerd. Ja, nee, maar dat vind ik... Kijk, je kunt zeggen wat je wil van de gaming-industrie en zo. Mm-hmm. Maar ik vind dat wel gewoon voor zulke games best wel...
prima. Ik hoorde dus dat ze Hogwarts Legacy niet willen uitbreiden nu. Daar komt geen DLC voor. Oh, nou dat is heel goed, denk ik. Ja? Ja, nee, ik vind dat echt verschrikkelijk. Vind je het een kutspel gewoon? Nee, nee. Maar gewoon een AAA game moet een AAA game zijn. En niet een beta-versie die vervolgens wordt gepatcht en geneukt. En nee, dat vind ik... Ja, true, gewoon ready on release. Ja, precies. Ja, maar terwijl, er zit er gewoon een hele grote zwerkbalarena bijvoorbeeld in... die niet gebruikt wordt in die game. Dat ik denk, je krijgt godverdomme niet je balletjes werken. Ja, als in een minigame of zo. Ja, gewoon... Kun je geen zwerkbal spelen in Hogwarts Legacy? Nee, je kan geen zwerkbal spelen in Hogwarts Legacy. Oh, damn. Ja, dat vond ik ook apart, hè? Dat is eigenlijk wel heel stom, ja. En als je dan mensen hoort die gaan helemaal los erover... dan hetgeen wat je het meeste hoort is gewoon van... ja, nee, maar het kraantje wat je hier ziet... Het, Jay vertelde me dat toevallig. Intens broodje, shout-out naar jou, boef, in de chat. Yeah. Dat er een plaatje zat op een van de kranen in de wc... die overeenkomt met de eerste film. Want als je daar dan aan draait, dan hoor je die huilende Jenny. Yeah. Ik weet niet of je dat nog kent uit de film. Ja. Dat, en dat dan heel mooi is. Dat ik, ja, maar dit is godverdomme wel de bare minimum. Een PNG-plaatje op een kraantje plakken. Als op die fucking nul. Ja, oh jeetje zeg. Geef ze maar Game of the Year. Ja. Ja, oh, een Easter egg. Ja, dit is wat ik wil. Ah, fuck off. Ik denk, jongens. Leg die lat iets hoger voor de Game of the Year. Toch? Ja, ik weet niet. Wat zijn de... Let's Shoot Larry, dat is de lat. Ja, dat is Game of the Century. Game of the Century. Look at the series. Ik vraag me wel eens af. Weet iemand in de chat dat? Als wij gaan gamen, mag ik dan Playboy The Mansion spelen en Let's Shoot Larry op Twitch? Is dat legaal? Want je wordt verbannen... Nee, dat mag toch gewoon niet? Ja, maar als het in-game is... Ja, maar... Ik bedoel, The Witcher heeft toch ook wel neukscènes? Ik heb The Witcher nooit gespeeld. Ik ook niet. Nee, zitten er geen bosjes in The Witcher? Ja, weet ik niet. Wat gebeurt er als er een... Maar zitten er naakte... Ja? Waar zit het een... Legend of Shoot Larry heeft toch wel partieten? Ja, oké. Okay, maar over het algemeen, games hebben niet tieten. Nee, maar dan echt of... die Playboy The Mansion heeft een spel. Legend of Shoot Larry. Je hebt een paar van die hitsige spelletjes waarbij dat... vroeger was dat. Nu niet meer. Ja, de kut-Amerikanen, die zijn allemaal... Dat bedoel je. Want die zijn een beetje preutsig. Dat het niet meer mag. Ja. Die worden wild als je een tepeltje in beeld brengt. Ja, precies. Bone Town, Bamboo Takeover, geen idee. Ik heb Life of Strange gespeeld gisteren. Nou, kan gewoon dus. Oké. Okay. En Life of Strange? Je bedoelt Life is Strange, denk ik. En daar zitten borsten dan in, denk ik, in Life is Strange? Weet ik niet, blijkbaar. Oh, wauw. Moet je tussen gebannen games kijken, is een lijst van... Oh ja, oké. Okay. Oh, er is een lijst van... Oké, okay. Dus ja. Daar is al Legendary. Ja, dat is weer Meerty. Ja, Meerty is zo goed om Twitchers in je chat te hebben. Shout-out naar jou, Meerty. Moeilijk doen over videogames terwijl tientallen domme dames en tieten zitten te verven op Twitch. Ja, precies. Wel een goed punt. Wow. Ja, I don't know. Oh, gaan we die discussie nu starten? Ja, ik weet niet of dat per se nodig is. Want ik wou dus eigenlijk praten over mijn gamecarrière die weer gerevived is inmiddels. Oh ja, daar hadden we het over. Ja, daar begon het. Ja, jij bent weer lekker aan het zelden. Het verbaast me sowieso dat je het zo leuk vond dat ik het weer doe. Ja. Dat je dat zei. Dat je, okay. Nou, het is toch fijn dat je tijd kunt hebben om iets leuks te doen. Ja, als je ziet wat er achter je hangt. Dat is echt, joh. Ja, dat vond ik ook wel een beetje jaloers. Vannacht, hoor. Ik kan die tv, die hangt nu, kan ik echt draaien. En dan lig ik op een bankje zo, lakertje. Oh, lekker. Hè? Lekker. Dan zit ik die porno zo lekker op en dan even lekker kaarsjes. Zo. Kaarsjes erbij. Oh. Lotion. Parfummetje zo. Parfummetje. Oh, lekker bonbonnetje in het mondje. En dan de gordijnen lekker open laten. Ja. De deur ook open. De buurvrouw kan het horen. Oh. Komt u bij buurvrouw? Nee. Maar het hele ding is... Oh, dat is echt gewoon een thuisbioscoop. Het is een veel te groot scherm. Ja. Maar dan die Last of Us heb ik gekeken, die nieuwe. Oh, die was goed, hè? Ja, dat einde, hè? Ja. Het punt is bij Last of Us... Gaan we dit nu spoileren? We gaan niet spoileren, maar nee. Je weet dat het moet gebeuren. Ja. Toch? Ik weet niet. Het werd al wel een beetje gehind, natuurlijk. Ja, ik weet niet. Het zou toch niet echt zo zijn dat het nu... Nou, hier houden we het bij. Ja. Hier houden we het bij. Goedenavond. Wanneer weer kijk dit niet revival? Fuck us, not a belly. Lekker hoor. Kijk dit niet revival. Die man weet waar die over praat. Ja, dit is een OG. Ik hou ervan. Iemand met kennis. Fucka boefje. Nee, maar dat is echt gewoon genieten. En ik zit nu ook... ik had het laatst, mijn Joy-Cons van de Switch waren leeg. Yeah. En dan moet je hem opladen door ze in die Switch te doen. En dan kan je zeg maar vanaf daar weer verder gamen en daarna weer terug te inzetten. Ja. Yeah. En het valt me op, ik ben nu zo weer gewend aan het liggen op de bank en gewoon lekker Zelda spelen. Mm-hmm. Dat die hele Joy-Cons, ik kan er niet meer mee wennen of doen of wat dan ook. En dat is echt verschrikkelijk. Als in? Nou ja, als ik wil gaan gamen, dan moet ik nu die controller weer in mijn hand hebben. Als ik die twee Switch Joy-Cons aan de zijkant van de Switch doe, dan kan het klote ding vast. Ja, je op het scherm kijken. Zo. Ja, zo. Ja. Dat werkt gewoon niet. Nee? Ik ben er ook niet van hoor, maar...
Nee, ja, jij bent sowieso nooit van de handheld geweest, toch of wel? Ja, nee, vroeger de Game Boy, maar voor de rest, nee. 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 Ik vind het ook, zeg maar, mensen die dan voor kleine momentjes tijd gaan gamen. Mm-hmm. Zo van, oh, even een kwartiertje op een handheld console. Ja, ja, nee, ja. Dat snap ik niet. Niet dat ik uren wil gamen, maar als ik ga gamen, ga ik gamen. Exact. Dan ga ik niet eventjes naar een schermpje turen en even... Nee, ga ik gamen. Heb ik bijvoorbeeld heel erg met bijvoorbeeld Sudoku's. Die doe ik niet vaak. Als ik een Sudoku doe, dan wil ik hem helemaal doen. Echt waar? Ik heb dan juist het tegenovergestelde. Ik ga niet een Sudoku beginnen. Zodat, ik doe even twee hokjes. Ja? En dan ga ik daarna weer aan beloofd. Nee, je wil me helemaal maken, die maar Sudoku. Daarom leggen mensen ze toch ook op de wc? Zo van, eventjes poepen, Sudokutje. Ja, vind je dat een Sudoku op de wc moet liggen? Nou, nee, dat deden mijn ouders. Oh, er wordt ook gezegd, geen DS Lite set, heel erg set, wel echt de beste. Ja, hier, als je Nintendo en Game Boy zegt, mensen op Twitch gaan. Ja, dat is waar. Jullie zijn, maar die nieuwe, hè? Je hebt nieuwe, maar je hebt nu zo'n portable kleine... Oh, dat heet de Nintendo Switch. Dat hadden we net even over. Die bedoel je dus, hè? Nee, zo'n met allemaal geporte games. Ja, gewoon een emulator. Ja, zo'n emulator consoletje, klein dingetje. Vond ik nog wel geinig. Ja, hoe doe jij, hoe duur zullen die kringen zijn? Dat is, weet ik niet. Ik denk 100 euro of zo. 100 euro. Dan kun je alles van Game Boy tot aan SP allemaal op. Ja, dat is heel veel. En zelfs PlayStation 1. Hey, Weird, Foxy, dankjewel voor het subje. Alert staat nu even uit hier zo. Sorry ervoor, boef. Volgende keer beter, maar dankjewel voor je 6 maanden. Zou je dat willen? Nou, ik heb er wel even over nagedacht. Maar ik denk dan... Oh, ja. Het verbaast me. Maar ik denk dat... Klopt ook, want dat is ook niet iets wat ik zou doen. Nee. Alleen, dan herinner ik mezelf aan... Dennis, je weet dat dat een uurtje leuk is... en daarna verdwijnt dat ding ergens. Dus ja, dat is gewoon niet... Want het is pure nostalgie. Ja, exact. Ik ben niet zo'n game nerd die dat echt... Wij krijgen allebei dat inzicht nu, dat we ouder beginnen te worden. En inzien. Hè? En ik had dat Caron had al thuis. Die had een controller liggen. Ja. En ik dacht, controller? Waarom, voor de mensen die Caron is, mijn broer... middelste broer, de oudste Jentel Buxik zit wel eens in de chat. Maar ik dacht, waarom heeft Caron een controller? Die heeft geen gameconsole. Ik denk, schrok je daar echt van dan? Ja. Waarom? Dus ik zei ook, waarom heb je dat? En zei hij, dat is een Android-controller. Daarmee kan je dus op je PC of computer of waar dan ook... kan je de Android-apps doorspelen. Oh. En dat vindt hij gewoon leuk om te doen. En dat ding is dan 40, 50 euro. En dan denk ik ook bij mezelf, oh, zal ik er ook eentje halen? Want dan heb ik wel zo'n Android-controller. Maar aan de andere kant denk ik ook... Nee. Ik game al bijna niet op mijn Switch. Gaan we dat eerst een keer doen? Voordat ik een 50 euro... Ja, maar als ik ooit een keer Jetpack Jack wil spelen op een tv... Jetpack Jack! Ja, leuk. Fuck me. Ja. Of Subway Surfers, of noem het op. Maar ja, dat gaat niet gebeuren. Dus nee. Terwijl het ziet er heel cool uit. Stadia bedoel je? Ik weet niet of de Stadia is, Broekhoest. Geen idee. Nee, Stadia is gefaald, toch? Het is al klaar. Is het al ingestort, Google Stadia? Ja, Google Stadia? Is toch gecanceld? Je kan ook je DS cracken en al die games gratis opzoeken. Niet dat ik het doe of zo. Klopt. Nee, maar dat is ook inderdaad wat ze eigenlijk hebben gedaan. Wat je dan kon doen, hè, dan moest je zo'n boot-ding installeren. Maar nu hebben gewoon mensen gezegd, fuck it, we gaan die dingen produceren en verkopen. Nee joh. Super slim. Oh, wat goed. Dus dan kun je op die manier de boel verder uitbouwen. Ja, het is helemaal geen nieuwe technologie of heftig shit. Maar dan, ja, sorry jongens, dit gedeelte voel ik me echt een boomer die out of touch is met de wereld. Oh. Maar... wat is dat nieuwe van Steam? Van Steam. Steam Deck. Ja, Steam Deck. Ja. Ik heb hier een Steam Deck. En dat is Steam Deck. Dat is een Steam Deck. Ja. Oké, okay, ja. Het is gewoon een portable Steam game. Wil je niet je biertje aftrekken als ik met je praat? Ja, ik zie dat je altijd zo echt om dat biertje gaat. Moet je, als ik hier bij jou, heb je het een portable Steam Deck gekocht? Ja, nee. Ja. Nee. Maar het is een beetje hetzelfde als de... hoe heet die tegenhanger ook alweer? Chat, hoe heet de tegenhanger van de Steam Deck? Hoe heet de tegenhanger van de Steam? Ik weet het niet. Steam Deck is de game changer. Gewoon een full-fledged PC in je handen, wordt er gezegd. Ja, maar waarom zou je het in je handen willen hebben? Dat snap ik niet. Ja, ik zit ook ik zie al kijken. Huurt PSP? Nee, dat is van de portable PlayStation Portable. Dat is het niet. De Switch? Nee. Gert, niemand weet... Wat voor iets zoek je nu? Wat voor iets, want jij bent... Boeit niet. Volgens mij was het wel de Switch. Dat het daar al een je beetje hebt de over iNet GP. Oh ja, die Neo. Ja. Kijk. Neo, Aya, Neo. Ja, dat ken ik inderdaad wel. Ja, is dat muziek dan heel wat? Ik zit nu echt met je mee te kijken. Dat ik denk, de Aya, Neo. Er heet een guy daar een broekhoest. Dat vind ik heel cool.
Broekhoest. Ja, ja, dat is het vaker overal de chats. Oh, Broekhoest. Ja, mijn achternaam is Broekhoff. En ja, in de familie is dat een meme, Broekhoest. Is dat echt zo? Broekhoest is bij jou een meme? Ja, maar weet je wat Broekhoest is dan? Scheet laten? Ja. Oké. Okay. Ja, ja. Ik wist het niet, maar dat is gewoon een gok. Ja, nee, leuk. Dus je rug heb je Broekhoest. Ja. Ik weet niet of dat voor BR Oekhoest ook zo is. Ja, nee, misschien is het wel. Het viel me altijd op dat we... Toen ik hier ging fietsen, dat was vorig jaar. Ik moet nog altijd een keer verder, wil ik de onderzoek naar doen. Oh. Maar als je richting Joenen gaat, Raalte zeg maar. Ja. Er zit daar een broekland. Ben je hem te broekland? Hm? Nee, ja. Wat is een broekland? Weet ik ook niet, maar dat is iets wat broekland heet. Zet gewoon op de kaart. Oh, en daar zijn allemaal een plaats. Ja, ja, Beemte-Broekland. Wel? Ja. Oké, okay, ik weet niet of het Beemte-Broekland is, maar... Ja, dat ken ik. Maar er is in ieder geval een plek en daar waren allemaal... Je hebt Broekland, je had Broekhof die daar was, je hebt Broekmuis. Allemaal namen broek. Broek. Daar moet ik heen. Ja, ik zie ook dat is voor jou een pretpark als Broekhof. Nee, al penscoort. Lekker nee. Bezig. Ja, ja. Dus nee, dat, ik, voor mij was dat altijd fascinerend. En Vakka, Redke ten Oog, Red Krokkie is in de chat. Is de Steam Deck iets goeds? Ik overweeg het te kopen. Is die goed, überhaupt? Ja, dat weet ik niet. Dat ligt eraan wat je wil. Kijk, ik snap als je niet... moet kiezen tussen Broekland of een Steam Deck, waar ga je naartoe? Broekland. Ja, ik zou ook Broekland is dan wel niet, dat is wel de shit, man. Dus sorry, ga verder. Nee, maar ik snap niet waarom je... Kijk, natuurlijk is het cool om zoveel... Kijk, als je een telefoon hebt, hè, bedoel, hier zit ook al best wel veel vermogen in. Mm. Maar het is hetzelfde dat je gaat gamen op je telefoon. Er zijn ook zat mensen die dat doen. Er is ook niks mis mee. Maar dan denk ik van, ja, wat wil je dan? Als jij hier een gigantische processor, weet ik veel, een geheugen... en je hebt echt een beest van een machine... en je gaat daarmee op je bank zitten. Ja, ik vind dat heel gek. Je zit ook op zo'n klein kutschermpje te kijken. Ik zou dus ook... dat is net wat ik net tegen jou zeg. Ik zou dus nooit mijn Switch meenemen in de trein of het vliegtuig. Ik wil mijn Switch bij die tv vliegtuig houden. Vliegtuig ook niet? Nee. Oh, dat zou ik dan ook wel. Oorspronkelijk zou ik dat wel willen, maar nu heb ik echt iets bij mezelf. Nee, ik wil mijn Switch bij de tv laten. Ja. Ik wil hem gewoon kunnen pakken. Ik wil nu eigenlijk met jou zo hierna kunnen zeggen... hier heb je controle, ik heb controle. We gaan van Mario Kart en naar huis. Ja, vind ik leuk. Ik voel hem niet heel erg... Ook niet dat je hem dan meeneemt en dat je hem dan zo je Switch uitklapt... en zegt, hier heb jij controle. En ik, nee, precies. Dat is ook waar je... Ja, als je de Steam Deck wil kopen, ja, prima als dat jouw ding is. En je denkt, oh, ik wil lekker... ik wil zeg maar... Weet je, het is natuurlijk ook wel een beetje stereotyperend... maar ik heb zoiets van, ja, als gamer moet je gewoon lekker thuis achter je PC doen. En in het openbaar moet je lekker om je heen kijken... En gewoon meedoen met de maatschappij en niet in de bus zitten met zo'n ding. Ja, nu klink ik echt een boomer. Laat maar. Nee. Jezus. Ik heb dus een paar dingen opgeschreven voor de mensen die ik gebarden. Waar kijk je af en toe naar? Ik heb hier een blaadje gewoon met dingen van ik eruit zou wel lachen om op te noemen. Een van de dingen die ik had opgeschreven voor mezelf is helemaal offline. Helemaal offline? Ga jij helemaal online? Gamen komen zo meteen nog wel bij. Nou, ik ben wel de laatste tijd heel erg offline aan het leven. Ik heb alleen de Stardew Valley speel ik op de iPad... omdat die goedkoper is dan de PC-versie. Dat is, oh, ja. Dat is trouwens wel een leuke game om handheld te spelen. Stardew Valley? Ja, 100%. Dat snap ik nog wel. Ja, dat casual. Tuurlijk. Maar daar heb je dus geen beest van een handheld voor nodig. Ja, dan kun je gewoon normaal spelen doen. Kun je op je telefoon denk ik al. Kijk, voor mij is het zo nu... dat vind ik echt... Ik zit bijna nooit meer op Instagram... Via WhatsApp ben ik moeilijk te bereiken. TikTok moet ik meer mee gaan doen, dat zakelijk gezien. Yeah. Ik kijk geen andere Twitchers tegenwoordig. Ik leef echt verschrikkelijk offline. Sterker nog, ik heb mijn telefoon, wat ik net zei... die ben ik verloren of kwijt ergens. Ik besef ook nu dat die daar in de hoek ligt al. En dat was al voordat jij binnenkwam dat ik hem erin heb geflikkerd. Ik heb nog geen Pokémon Go geïnstalleerd op mijn nieuwe telefoon. Oh, dat is wel een dingetje. Ja, ik heb nu echt, denk ik, nu 1,5-2 maanden die gedaan. Oh, dat wist ik ook niet. Nee, dus ik heb gisteren maar weer wel gedaan, want zaterdag is er een evenement en ik voel hem ook niet echt. Ik zit ook zo van, Waar komt dat door dan? Weet niet, ik vind het wel fijn. Ik zie zoveel maar, van... Je zegt offline. Ja. Maar dat Pokémon Go niet spelen is niet offline gaan. Nee, maar dat is wel... Ik zei het in dezelfde zin als dat ik Instagram zei. Ja. Ik zei het ook in dezelfde zin als... Kijk, het enige wat ik wel vaker doe is scrollen door Twitter en Reddit. Daar zit ik nog wel vaak doorheen te scrollen te kijken. Ja, precies. Hè? Precies, daar zit dus wel een verschil in. Ja, maar daar zit maximaal een uur op een dag, hè? Ja. En dat vind ik nog wel te behappen. Ja, ja. Ik heb heel vaak met mensen iets die, weet je, die slaan erin door. Ik weet Nos bijvoorbeeld. Nos, die heeft haar TikTok eraf geflikkerd, omdat ze daar te veel op zat. Ja. En dan zit ze op Instagram en dan zie ik haar die reels bekijken. Ja. En denk ik, nou, dat is een soort van... Pick your poison. Nee, exact. Je doet de kraan in de keuken uit, maar in de badkamer zet je hem even open. Ja, dan denk ik, precies. Ja, nee. Het is gewoon...
Hoe vaak kom jij van een social media of van je telefoon af met het gevoel van, nou, ik ben wat opgeschoten in mijn fucking leven. Dat is voor mij echt nooit van mijn fucking leven dat het gebeurt. Nee, nou ja, ik vind het altijd wel grappig, omdat je doet wel eens de uren vergelijken, weet je wel, op je telefoon. Hoeveel uur zit je op telefoon? Ik zit max 2,5 uur per dag op mijn telefoon. 2,5? Ja, 1,5, 2 uur. Dat is alles. Dus ook bellen, dat is echt alles. Alles. Dan zie ik met collega's met 6 uur dat ik denk, nou, pak. En dan gewoon uren op TikTok en Instagram. En ja, ik weet niet. Kleine poll. Deel je schermtijd. Hoe lang zitten jullie in de chat op je telefoon? Ik ben heel benieuwd. Even gewoon kijken. Dat is echt... ik te vaak switchen. Ah, Henkie. Dan moet je niet... Of Twitch. Twitchen, sorry. Niet switchen. Ik ga voor Twitch. Ik zou het je aanraden. Want kijk, ook op Twitch. Er zijn wel dingen die je kan kijken. Hetzelfde voor de NPO, hoor. Ook voor SBS, ook voor Twitch, voor elk medium. Waar schiet je wat mee op? Zoals bij eerlijk is... Ja, daar hadden wij die discussie laatst ook al over, hè? Hoe bedoel je dat? Als je iets kijkt, wat je dan kijkt en wat je daarmee opschiet. Ja, ik het is een beetje voor mij, het is heel erg om te zeggen, maar het gevoel van Robinson versus Wie is de Mol en South Park versus Family Guy. Weet je? Ja? Ja, ik bedoel Robinson. Dus jij keurt, jij keurt South Park meer goed dan Family Guy? 1000%. Ja, dat is dus compleet onzin eigenlijk. Hoezo is dat onzin? Nou, ik vind dat, ik snap je, ik ben het ook met je eens, maar dat mag, dat kan niet. Hoezo niet? Het is... Nee, je kan niet zeggen van fruit is gezond, appels wel en peren niet. Nee, maar dat is de cabaretier met de comedian vergelijken. Ik bedoel, André van Duin is heel erg leuk en aardig, maar hij is niet zo maatschappelijk kritisch als Dave Chappelle. En als ik dan kijk naar Dave Chappelle, dan ga ik na een uur naar buiten en denk ik heb hier wat van opgestoken. Ja, maar het gros als, niet. Ja, nee, het gros dat zit daar godverdomme op een paard rond te rijden op de manege te klagen over dat de Partij van de Dieren groter moet zijn. Dat gros, daar hoef ik ook niet bij te horen. Godverdomme. Nee, maar ja, nee. Ik snap je wel, maar ik weet niet of je dit kan onderbouwen. Nou, ik vind... Ja, dit is gewoon... Je hebt cabaretiers en comedians. Het is geen disrespect. En ik vind Family Guy veel meer een comedian, hè? Ja? Jochem Meijer, Bert Visser. Ja, zo zijn de grappen ook geschreven. Natuurlijk, het mag ook. Het is gewoon puur niets anders dan lachen. Dat is een emotie, die kan je voelen en daar mag je van genieten. Ja. Alleen bij South Park... Wat vind je trouwens van het nieuwe seizoen, tussendoor? Ik heb dat nog niet gezien. Oké, bedankt voor het kijken naar deze video. Tot volgende week. Bij South Park, daar ga je nog... Hou je op... Met kijken, dan kan je iets om over na te denken. Net als bij Rick en Morty. Ik wil niet die meme nu horen in de chat van... Hey, Rick en Morty heeft meer te bieden dan je zou denken. Maar dat is... I don't know. Ik hou ervan als je iets op kan steken. En dat is ook wat ik bedoel. Bij Robinson heb ik nog nooit wat geleerd. Bij Wie is de Mol? Dan zie ik dus de hele cultuur van een land. Ik zie die mensen die naar de kerk gaan. Je ziet iets over de taal. Je ontdekt iets over het eten, het geld. Maar ja, dat is ook manier wat zijn je interesses. Ik bedoel, kijk, als ik kijk naar Wie is de Mol, kijk ik ook een stukje voor mijn werk, zeg maar. Omdat ik... Tuurlijk. Je bent een videomaker. Je vindt het interessant om te kijken hoe dat eruit ziet. En dan denk je, oh ja, dit is gaaf. Dus je steekt daar meer van op. Maar ja, 1000%. Voor andere mensen halen ze er misschien wel iets... Ja, ik weet niet. Ja, maar dat is toch maar gewoon... Maar TikTok. Vind jij TikTok dus een waste of time? Hè, we hadden het net over die schermtijd. Als jij vond trouwens net, dat iemand ook 6 uur... Had iemand in de dingen zitten. Oh, geloof mij, die watchtime hier. Ook gewoon op zijn telefoon. Ja, op zijn telefoon. Daar hadden we dingen over. Maar zeg maar, als jij 6 uur per dag op TikTok zit... kan je daar wat aan hebben? Aan een volledige 16 uur niet. Het zit mij meer in de potentie die je eruit kan halen. Ik geloof best dat als je 16 uur per dag op TikTok zit... dat er één of... Oh, 6. Ja, okay. 16 is veel. Ja, dat kan. Dan heb je 8 uur slapen. Dan ga je verder. Dat is wel heftig. Dan heb je een probleem. Douche, onder de druk, eten. Alleen maar TikTok. TikTok heb je dus echt het minste aan ooit. Nou, kijk, dat is het, hoe Crockett zegt. Het minste aan ooit. Ik geloof dat... Ja, ik ben het dus niet eens. Maar ga door. Ja, ben jij nu van... Ooit moest ik jou overtuigen de TikTok te komen. Ja, nee. Maar ik probeer nu ook een beetje advocaat van de duivel te spelen. Ja, nee, mijn best. Ik zou dat willen stellen. Dat je best van 6 uur TikTok... 10-15% bruikbare content vindt. Ja, ligt er ook aan welke algoritme. Op een schaal van 6 uur praat je dan uiteindelijk met 10-15% over 30-40 minuten. Ja, dat is een time waste as fuck. Exact. Ja. En daar kijk ik meer naar. De ratio van de tijd die je verspilt ergens naar kijken. Ja, true. Je moet veel kijken om er die procent uit te halen. Ja. En ik denk wat heel veel mensen voor fout maken, stel op een schaal van 6 uur, 3 kwartier bruikbare content.
dat mensen het gevoel hebben dat ze 2 of 3 uur bruikbare content. Weet ik niet. Je slikt nu allemaal bagger door. Ja, goed punt. Dat je denkt, nee, die dus je standaard wordt lager. Exact. Ja, dat is ook. En het algoritme heeft dat door. Dan gaat die 3 kwartier die zak weg naar 1/2 uur. En dan verneuk je het helemaal. En dan... Dat vind ik voornamelijk aan veel mensen die TikTok proberen. Die gaan dan alle dingen die al gedaan zijn nadoen. Zoals Boyd Hoek. In de Apologetically, je weet. Hij heeft een villa in Ibiza, wist je dat al? Oh ja. Boyd Hoek, ja, je kan investeren in zijn cursus. Oh, maar cool. Hij drinkt geen alcohol, hè? Dat is heel, heel gaaf. Heel knap. Oh. Heel gaaf. If you know what I mean, Engels gezegd. Ik ook niet. Nee, lekker, jongen. Ik denk eerlijker gezegd dat je je hoofd vult met onzin in plaats van dat je er wat aan hebt. Nou ja, ik geloof wel dat er op TikTok een filmpje te vinden is die iets helpt voor jou op dit moment in je leven. Maar op een schaal dan moet je mee oppassen. Op een schaal van 6 uur investeren die kut heb voor 1/2 uur aan waardevolle content, dan is het zo. Het gaat ook voor Instagram. Maar goed, wat moet je dan doen? Werken. Ga werken. Ga naar buiten. Oh, ga iets maken van je kut. Oh ja. Orakel maar even verder, hoor. Nee, dat is. De influencer zegt dat je moet werken. Nou, dan weet je dat het heel ver vandaan is. Oh ja. Bardo, waar heb jij voor het laatst gewerkt, hè? Nee, ga je een tweede boek schrijven. Ga je weer terug naar de Vuurwerkershop om te werken, Bardo? Ja, fucker. Wat verdomme. Goedenavond, V-chattersnoor. Weet je wat het is? Ik zou zeggen, dat heb ik ook. Ik zit minder op mijn telefoon, ik ben minder online. Ook vorige week, kijk Duin. Ik leg mijn telefoon naast me neer. Ik heb gewoon een blaadje. Ik werk heel altijd analoog. Ik vind het heerlijk. Ja, je bent wel ontzettend analoog. Ja, en dat is niet dat je per se analoog moet werken, maar... Nou ja, daar zijn schijnbaar ook zo'n grote groep die ook zegt, je moet de jeugd... Is het echt zo? Ja. Jongeren kunnen heel slecht schrijven. Ja, ik kan ook voor geen meet schrijven. Jij ook niet. Maar je doet het wel. Doktershandschrift 100%. Ja, precies. Maar dat het schijnt wel dat beter is. Als je dingen opschrijft zelf, dan dat je het typt, dan ben je... veel minder hersenverbindingen aan het maken. Ja. Dus zeg maar, om het te reproduceren kost je veel minder moeite. Dus je leert het ook niet zo goed. Met schrijven help je beter met dingen. Schrijven moet je aandacht erbij houden. Oh. Je bent motorisch bezig. Dus dat ben je aan het aansturen. Dus je bent non-stop verbindingen aan het maken op het moment dat je iets moeilijks moet doen zoals schrijven. Als dat je het... Zo. Oh, wauw. Maar goed, ik weet niet of ik daar echt zo'n voorstander van ben. Dat is een beetje hetzelfde equivalent. Ligt eraan hoe goed je kan typen, ja. Dat is weer te kut. Soms moet je ook de chat echt met rust laten, hoor. Dr. Fireman PC, bedankt voor je geen bijdrage. Ja, dat is af en toe... Hey, trouwens, Bardo, wie is die guy met wie je praat eigenlijk, LMFV? Ralf Makkenbach is dit. Ja. Ralf, die kan je kennen. Hij heeft met Klikklak... was jij het Songfestival gewonnen destijds? Ja, nog een Nickelodeon Award gewonnen. Ook dat? Heb jij Kids Choice? Kids... Nee, lekker, leuk man. Ja. Nee, in ieder geval dat is. Dus dat is voor 1 keer dat hij er even bij is. Hoor. Goede tapdancer wel. Je klik-klak, let's go. Nee, maar dat is... weet je wat het is? Ik denk gewoon, je moet met die tijd... Gluurdertje! Zo, de knetter, hé. Je gaat er heel wat af. Ik kan niet eens zien. Yo. Sorry, voor de mensen die het niet weten. 10 zijn dat gifsupjes? Dat zijn allemaal gifsupjes. 10 stuks. Ja, dankjewel, Gluurdertje. Ja, dat alleen, de alerts hebben we hier dus nu niet aanstaan. Dus we kunnen je niet anders... Vind ik wel het coolste. Licht mag wel iets minder. Ja, iets minder licht? Doe dat. Hey Google, licht naar 50%. Dat is misschien wel erg extreem om het zo te doen, hè? Nou, ik vind dit wel gezellig. Kijken hoe dit voelt. Ja, maar nu ja, jij voelt meer als een escort nu. Jouw shot. Oh. Dit is intiemer. Ja, oké, iets intiemer. Doen we dit voor Gluurdertje. Ja, het is alleen zo, de balik is wel heel veel van deze Ken, die het nog niet helemaal lekker doet in deze eerste aflevering. To be honest, een beetje moodkleuren of zo. Ja, jongens, we gaan niet alles doen nu. Hè? Ja. We kregen net 10 gifted. Daar wil ik wel de dingen voor aanpassen. Maar voor de rest houden we even onze mail nu. 10 subs, dat wordt dansen. Behalve Dennis, lololol. Ja, ah. Intiemer. Waarom vind je me niet meer intiem? Nou, omdat jij bent nu gewoon knalrood in jouw shot. Ik zou dit lampje dan op jou moeten... Nee, joh. Nou ja, fuck it ook. Lieve mensen... Moet je luisteren naar de chat. Hmm? Ik moet ook niet luisteren naar het chat. Nee, daar kom ik ook weer achter op deze manier. Ja. Het zijn ook echt... dankjewel, Gluurdertje, in ieder geval voor de 10 gifted. En Mickey voor de 50 bits. Hartstikke lief. Het hele punt is... Ik ben voorstander ervan om meer offline te leven... en gewoon die boel een beetje aan de kant te flikkeren. Voor jezelf of voor iedereen? Voor iedereen. Ja? Ik vind echt, hoor... Ook die discussie die er laatst was van middelbare school. Ik weet niet meer hoe of wat. En dan praat je over 1 middelbare school door heel Nederland. Maar who gives a fuck? Yeah. Die kinderen die verdonden het om hun telefoon op te bergen... En, tijdens de les. Ja. Ja. En toen de leraar mag ze nu niet meer afpakken, want dan pak je een stukje privacy van de kids af. Ja. En die ouders komen daar dus voor op.
Dat ik zeg, je komt op voor je kind, zodat hij zijn naaktfoto's op zijn telefoon... Denk je echt dat die leraar dan zegt... Kimberly, geef jij je telefoon maar. Kimberly. Nee. Nou, is, ken je dat verhaal nog van mij? Van jou? Ja. Had jij zo'n verhaal? Ik heb zo'n verhaal. Wat dan? Van de middelbare school. Met jonk. Iemand. Nee. Sorry. Met onze natuur, met onze NASC docent en een meneer... de halfsnor. Ja. Ja. En mijn grote vriend van de middelbare school. Storm. Ja, ja, ja. Oké, okay, ja. Ik zit op dat lijn, ja. Die, nou, zal het maar eventjes vertellen. Maar mijn telefoon werd afgepakt door de docent, omdat ik aan het sms'en destijds was met mijn vriendinnetje toen. Mm. En die hij pakte mijn telefoon af en de meest klootzakkerige lul van een pipo zat naast hem, omdat hij straf had. Dat was mijn pestkop eigenlijk. En die pakte mijn telefoon en begon het voor te lezen. En hij deed niks? Hij deed niks. Docent deed niks. Ah, wat kut is dat, hè? Verschrikkelijk. Ik kan nog steeds heel erg pissig worden. Oh, dan ben je echt gewoon keihard genaaid ermee. Ik ben er keihard genaaid, ja. Heb je ooit er nog mee nagepraat, of niet? Nee, nee. Zij had het er wel, maar hij lachte het een beetje weg. Ik heb dat dus heel erg gehad met Henk. Weet je wie ik bedoel? AK. Niet AK. Oh, ja. Ja, AK. Ja. Die had mij apart genomen naar de middelbare toen een keer. Naar een school, naar een les of wat we ook hadden. Yeah. En hij zei tegen me, Bardo, moet je horen. Alle mensen die hier nu zijn, die lachen inderdaad. En die vinden het heel grappig wat er gebeurt. Ze lachen niet met jou. Ze lachen om jou. Oh, yeah. Je bent niet grappig. Je moet ermee ophouden. Oh. Je bent echt 3-4 zinnen op dat niveau. Je bent de clown van de klas. Hij kon dat ook zo lekker monotoon zeggen. Exact. Het was echt killing gewoon. Ja. En dan zit je daar als hitsige puber. Dat je denkt, maar ik wil gewoon dit. Ik vind het grapjes bij. Ja, leuk, leuk, leuk. Ja, weet je wel. Dan. Ja. En ja, dat was echt gewoon. Ik denk, wat een graflul. En dat denk ik nu nog steeds. Dat zo'n leraar daar gewoon rondloopt. En... Maar vind begrijp je niet een beetje langzaamaan onze leraren? Nou, ik snap het dat je mensen in bescherming moet nemen. En ik snap ook dat wij je... Wij hebben vaak een workshop gegeven voor de middelbare school. Mm-hmm. Nou, ik vond het soms echt schrikkelijk. Dan dacht ik echt van die gastjes dat ik daar... Jezus, ik wil je gewoon helemaal in elkaar stompen. Ja, jongens zijn verschrikkelijk. Ja, jongens ook, maar vrouwen ook wel. Nou, ja, ik moet zeggen, van alle mensen die wij op de middelbare school les hebben gegeven... Ja. Jongetjes waren per definitie kut. Nerds waren zulke nerds terwijl je niet mee werken. Mm-hmm. Die fitboys en fuckboys, die waren allemaal zo patserig, daar kon je niet mee werken. Nee. De normale jongens, die waren allemaal nog een beetje... En meisjes waren altijd, die waren toegankelijk, die stonden open, die waren lief. En als je wegloopt achter je rug, ja, staken ze je neer. Maar ja, heb je een goed punt. Als jij, en dat weet ik wel, dat hebben we een paar keer gehad. Als je zo'n meisje in de klas hebt, die gaat dwars liggen. Ja. Die ligt beter dwars dan alle jongens bij elkaar. Dat vond ik wel altijd. Dat als een vrouw gaat dwars liggen, en dat doet ze dan op school, dan kan je je borst nat maken. Maar dan ben je echt heb lul. Heb je wel een punt. Want jongens, die zijn per definitie allemaal kut. En voor de vrouwen was dat... Het is allemaal een beetje de aapjesrots idee, weet je. Ja, tuurlijk. Hoekatjaka. En denk ik, jezus, kutkinderen zeg. Ja. Jongens, doe maar fysiek pesten. Meisjes zijn emotioneel wat veel kwetsender. Ja, want dat is trouwens... Dat gaat ook nooit, wordt dat anders. Vrouwen zijn echt... Nu jaren later gasten confronteren met toen. Puntje. Nou ja, ik weet jouw pestkop. Die werkt nu ook echt in de zorg, hè? Ja, die werkt met gehandicapten. Met gehandicapten, maar mentaal fysiek? Alles. Alles? Nee, ik denk voornamelijk mentaal, ja. Echt zwaar gehandicapte mensen. Ja. Moet ik echt gewoon die ontoerekeningsvatbaar... Ontoerekeningsvatbaar? Ja, in ieder geval mensen die niet alles volledig kunnen waarnemen wat om hen heen gebeurt. Nou ja, gewoon zwaar gehandicapte mensen. Zowel geestelijk als lichamelijk. Ja. Wauw. Zo'n instelling is dat. Ja, nou, iedereen heeft wel zo'n instelling in zijn buurt. Ja, denk het? Volgens mij hier beneden daar zo. Ik weet niet, ja, bij ons in waar ik woonde was het altijd zo zijn. Zo noemden ze dat. Okay, ja. Ik weet niet wat het hier is. Ja, misschien dat het hier Brinkgever is. Ja, nou, Brinkgever is een woondorp voor mensen. Ja, mentaal. Ja. Hebben we hier een zorginstelling? Was dat niet dat de van vroeger... Nikita, woonde die ook niet op zo'n dingetje? Nee. Nikita, dat is ook al... Ja, is meer begeleid wonen dan, hè? Ja, dat is heel wat anders.
Maar jij bedoelt echt gewoon... Ja. Gewoon zo'n instelling waar jongeren wonen ook en verzorgd moeten worden. En dan, ja. Corel. Ja, nee, sorry, dit is een grapje alleen voor David vandaag. Excuus. Oké, we moeten nu verder gaan. Wat een leuke setup, lekker bezig, Bardo. Dankjewel, Mr. Leroy. Jongens, wat vinden jullie er eigenlijk van tot nu toe? Gewoon even benieuwd, wat vinden jullie van dit idee? Om vaker hier zo te lullen, elke donderdag. Het heet ook Bardo elke donderdag. Lekker lullen, nu met Dennis. We gaan wel een keer afbouwen met Dennis. Eén keer in de twee weken, dan vul ik het op. En soms zal hij de drie weken op reis zijn, je weet het niet. Heerlijk, beetje lurken. Dit is juist leuk, helemaal goed. I love it. Ik had het gevoel dat ik beter moest gaan zijn voor mijn pesters. Of beter moest gaan zijn dan mijn pesters. Mijn pester werkt op de visafslag in de media. Op de visafslag in de media? Oeh, die weet ik ook niet. Visafslag in de media, heb ik geen idee van wat je daarmee bedoelt, Gluurdertje. Maar je had het gevoel dat je beter moest gaan zijn dan mijn pesters. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat je gewoon verder wil gaan komen dan de pesters in het leven, weet je wel? Dat denk ik. Dat je gewoon de pesters... In ieder geval beter wil bewijzen dat je dat... Ja, ik denk het wel. Dat je daarboven wil... Ik snap dat ook wel. Dat je gewoon dat jij later in je Ferrari door de stad kan rijden. En dat die andere mensen, de pesters in dit geval, gaan kijken. En denken, oh shit, daar heb je Dennis. Ja? Oh, ja, nee, toch? Ja, ik zou hem nu vierkant uitlachen, maar... Ja. Pesten doen stoer. Ja, klopt. Ja, op zich wel Fatu, maar die makkebach nog wel een liedje zingen. Sheesh. Je merkt dat hij daar heel goed in is. Jij hebt het stemmetje nog wel, hè? Maar dat is alleen op bruiloft en partijen, dat zegt hij altijd. Gaat dit over mij? Ja. Jij bent toch Ralf Bakkenbach? Oh. En Bardo elke donderdag, wat top. Leert ziet er ook super gaaf uit. Dat is altijd Dirkie. Dirkie geeft dan altijd een complimentje, Dirkie Steen. Maar dat gaat hij op een manier doen dat hij alleen het werk benoemt van die weet dat het de andere gedaan is. Aha. Snap je? Heel slim. Dus layout is heel mooi gedaan, ja, Bardo. Ja, superleuk logo. Misschien moet je nog een beetje werken aan de inhoud en de setup van je camera's. Maar die layout, die ziet er goed uit. Denk ja, stikkenjuig... Hier, ik vind het een leuke setup. Als je met nog een rolstoeler wil praten, let me know. Ja, is dat... Ja, jij kwam laatst naar mij toe en je zei tegen mij... Ja, Bardo, ik vind Banjoe is leuk en ik wil iets minder gevreemd worden met de rolstoelgrapjes. Nee. En dan kom je nu aan rolstoeler, ja. Rolstoelgrapjes. Flikker toch nee, op, man. Nee, ik wil niet in negatieve zin worden gevreemd. Nee, oké. Dat is het enige. Ik snap je. Oké, sorry voor de gist. Oh, ik heb er altijd het idee om, nog altijd mooi lijkt. Voor Banjoe's hadden we ooit dat idee om iets van 10 rolstoelen te huren. Ja. En met gewoon 10 rolstoelen, want het is overdreven, maar ik zou wel mee willen maken hoe dat is. Ook als ik een subathon ga doen, een dag lang in een rolstoel, hoe erg word ik beperkt erin? Ja. Want het zou, ik schandalig hoe weinig dingen je in kan, denk ik. Toch? Ja. Ja, dan komen we een andere keer verder terug. Want ik zie, we zitten anderhalf uur te lullen nu, hè? Oh, jongens, hoe laat is het dan? Weet ik niet. Die klok loopt een uur voor. Bardo, kijk uit dat je geen trap achter je krijgt. Nou ja, ik weet... ik pak ook wel snel een peukie, maar dat is misschien een grappig verhaal. Jij, één keer in onze hele tijd dat we elkaar kennen, vanaf 2007, 6 ergens. Dat is nu 17 jaar. Wow. Je bent me één keer fysiek echt gewond geraakt in je rolstoel. Ik, hè? Ja. Wanneer fysiek gewond geraakt? Dat jij de wc uit wou rollen en achterover flikkerde. Oh, ja. Dat is de enige keer, toch? Nee, ik ben wel vaker fysiek, maar dat, ja. Maar ook op dat niveau. Weet je, echt machteloos hier rollen. Ik heb trouwens ook... Sorry, ik ga alle jouw... Ja, alle... fijn. Nee, gooi het op internet, joh. Fuck it. Nee, dat was erg. Dat was ook bij Apeldoorn toen, ROC, dat jij... die auto achteruit reed en jou met de rolstoel al eruit aangereden was. Ja. Ja, dat jij gewoon omver en ik ben nog een keer keihard op mijn bek gegaan met achter de fiets bij Sander. Tussendoor, moet je dat scherm eens kijken. Ja. Zie je? Dat is nou wat ze noemen een followbot. Oh. Dus heeft iemand... Ik denk, ja, totaal waardeloos, want je krijgt er geen aandacht mee, maar... Grappig. Ja, er wordt daar nu een followbot in gegooid, maar ga, sorry. Nee, dat ik een keer achter de fiets bij Sander nog... kaart op mijn bek ben gegaan voor de Aldi. Ja, bij de middelbare was dat. Daar was jij bij, toch? Nee, of niet? Ik was ik denk ik niet bij, maar ik hoorde de verhalen. Dat is een gruwelverhaal. Oh, dat was ook echt een heel kut, ja. Want gewoon... jij had op de middelbare... voor de mensen dan... Ja. Wij wonen heel dicht bij de supermarkt eigenlijk. Zoals, iedere middelbare scholier naar een supermarkt gaat in de pauze. En we hadden daar niet veel tijd voor. Dus wat deed ik? Ik ging met mijn rolstoel achter een fiets hangen van een vriend... De bagagedrager vast. Ja, de bagagedrager, zodat we sneller daar waren.
Nou ja, dat ging niet altijd even goed. Lag het dan aan het feit dat jij een slechte grip af? Of ging hij hard? We gingen op, we kwamen zeg maar net voor de Aldi en daar was een bocht. En daar zat zo'n drempel. Ah. En dat was een schuine drempel. En ik was dat vergeten of ik zag het te laat. Dus ik dacht, oh kut. Dus ik liet los. En toen ging ik al zo hard dat ik gewoon zeg maar woep, op die, oh. over die drempel heen flikkerde. En toen, ja, toen ben ik wel goed flink... En ik ben, ja, nee, ik ben er. Nu beginnen me ook te dalen. Ik ben ook een keer gevallen toen ik net de handbike had, die elektrische handbike. Ben je toen gevallen? Ja, toen. Met de handbike? Ja, ja, nee, niet de hand, maar elektrische, hè? Die, ja, die ik net had. Die, ja, ja, ja. Die, precies. Toen die hele dikke blauwe. Bij de, nog, bij de rotonde, bij de Baartrucks. Echt waar? Toen, toen had ik hem net en toen ging ik overal maximale snelheid doorheen. Want ik wist nog niet zo goed hoe of wat. Dus ik ging gewoon, nou, dat een beetje oefenen. En toen kwam ik met mijn band. Naast het asfalt terecht was zo'n stuk. Oh. Dus dat was in het gras. Dus ik ging... Oh, bro. Ja, en iedereen stopte op de rotonde. Ja. Vrachtwagen zelfs. Allemaal mensen om me heen die gingen mij helpen. Foto's maken van de verjaardag. Ah, kijk, deze begon. Kijk hem liggen. Niet schoppen, ik wil eerst. Even zelf. Schop hem nu licht. Nee, dat kan je niet doen. Nee, maar ja, wauw. Ja, nee, dus ja, ik ben best wel vaak... Ja, fysiek. Maar waarom vraag je dat? Ik weet niet hoe we erop kwamen. Maar ja, dat weet ik niet. Jij kwam ermee random mee. Ja, nee. Ik vind het was een aanleiding voordat ik het in ieder geval dacht, hoor. Maar je was vanwege die rolstoelen en zo. Toen dacht ik bij mezelf, ja, ik weet het ene verhaal van jou vind ik nog steeds een gruwel. Oh, dat ik achterover flikkerde. Ja, want dat, als je achterover valt... Was ook niet de eerste keer trouwens dat ik achterover viel. Want je vertelt hier van als je in een bocht valt of zo, dan heb je een soort movement nog. Dus heb je de rol je een soort vandoor? Nou ja, je kunt jezelf opvangen. Ja. En als je echt achterover kiepert met je rolstoel, okay. Dan op je achterhoofd, oh, dat is naar en eng, hoor. Ja, vol. Ah. Oh, dat is jij. Kan je dan ook overeind komen als jij? Nee. Want je ouders waren wel thuis, toch? Ja, ja. Ja. Ja, zeker. Want anders lag jij gewoon 3 uur lang op de grond. Ja. Ja. Bah. Ja. Nou, nee, kijk, in dat geval, want toen viel echt op mijn hoofd, met mijn hoofd op een tegel. Dus dat was echt gewoon vol. Dus dat was... Was je blackout? Nee, ik zag een beetje wazig. En mijn vader ging ook helemaal van... Oké, ja, hoe heet je? Waar woon je? Bla, bla. Dus ik zat nog een, beetje te ouwehoeren. Zo van, ja, Henk. En ik woonde... Hij zei, nou oké, grapjes maken kun je nog. Oh, goed. Ik kan me indenken hoe jouw vader dat is. Ja, die was gewoon kalm en cool. Ja. Maar mijn moeder was helemaal in paniek. Tuurlijk. Want er lag dus schijnbaar een hele plas bloed achter mijn hoofd. Mm. Dus het leek echt net zo'n crime scene, weet je wel. Ik heb nog nooit gebloed uit mijn hoofd. Ja, wel een neusje zo, hè, maar... Ja, nog nooit op je hoofd geflikkerd? Nee, nog nooit op die manier dat echt... Zat. Hallo, maar chat, is het dan normaal? Chat, type 1 als jij hebt gebloed uit je hoofd. Type 2 als jij nog nooit echt hebt gebloed uit je hoofd. En ik bedoel, neusbloeding telt niet mee. Nee. Echt, echte bloeding, echt hè? Echt je kop kapot. 1, hè? 1 is wel, 2 is nee. Wel. Oh, ik zie heel veel eentjes. Ja, maar dat is, bedoel, als je een keer goed op je bek of op je hoofd valt... Maar het is echt 60%. Die is wel een keer op zijn achterhoofd geflikkerd of zo. Ja, ben je op je achterhoofd geflikkerd of zo? Ja, nee, ja, dat is, maar. Ja, voor mij niet. En ik denk ook dat heel veel mensen denken... Ja, maar ik heb een scheurtje in mijn wenkbrauw. Dat heeft mijn zus dus ook gehad. Ja? Dat bloedt als een rund. Is dat echt... Als je hier opvalt... Oeh. Mijn zus had dat dus in het zwembad. Het zwembad? In het zwembad. Ik zou dan als vrouw zijn en gewoon zeggen dat ik ongesteld ben geworden. Nee, ja, die als met het bloed over je gezicht. Ik ben ongesteld. Je hele gezicht is open. Ja, ik ben ongesteld. Oh, ja, kut. Luister nou. Nee, maar dat gebeurt best wel. Ja. Oh, 2, maar vaak gevallen harde kop. Ja, Ja, scheurtje in mijn wenkbrauw. Het is echt oké. Kaak gescheurd, neus, oor. Oh, een tafeltennistafel aangeknald. Oh, dat kan je volgens mij ook heel naar tegenaan vallen. En toen bij het denken, mijn vader zei dat ooit op even mijn verjaardag, toen ik heel jong was. Yeah. Toen weet ik niet meer hoe of wat, maar hij kwam naar me toe en hij zei... Bardo, vandaag maken we er een onvergetelijke dag van. Oh. En ik weet niet meer wat. En ik zat zeg maar altijd aan de kop van de tafel. Papa, mama, Jentel, Caron. Zo zaten we met z'n vier, ik aan de kop. Yeah. En ik weet niet meer wat hij deed, maar ik wou mijn stoel aanschuiven. En tegelijkertijd... Waar mijn vader een grapje uithalen, waardoor hij de stoel weghaalde. En ik ging vol met mijn kaak, zo klaak erop. Zo, en ik was woest, jongen. Ja, ik was, snap ik. Want hij zei ook precies daarvoor die grappige one-liner van grap. Ja! En ik dacht ook, wat ben je nou voor graf, lul? Ja, wat een lul. Volgens mij was het ook echt mijn verjaardag of zo. En hij bedoelde het als grapje van haha. Ja, ja. En per ongeluk bewoog ik mee. En ja, dus alles ging daar samen. Die arme man, die heeft... Soms kun je het zo goed... Zo heb ik ooit een keer...
op de basisschool zat ik naast een meisje. Die vond ik altijd wel leuk. Was een leuk meisje. Raar en, dat je mij zo noemt, maar oké. Okay. Wij hebben toch niet op de basisschool gezeten? Heb je ook een punt? Ga verder. Jij was het leuke meisje van de middelbare school. Maar toen kwam ik erachter dat je een jongetje was. Ja, jij denkt, hey, die heeft dikke tieten, lang haar en een dikke reet. Let's go! En toen kwam ze, ja, alleen nog een snikker en rapper Sjors zou erop duiken, hoor. Ga verder, sorry. Nee, maar ik zat toen naast haar en zij ging naar de juf, ging ze wat vragen. Mm-hmm. En ze had haar laadje nog open. Weet je wel, die laadjes die je dan eerder op de basisschool had. En ik zag dat en in mijn hoofd dacht ik al, oh, die ga ik voor haar dicht doen, want ze is het vergeten. En met dat ik dat deed, kwam ze terug en stak ze haar hand in dat laadje. Dus ik deed, bam! Oh, vol haar vingers ertussen. En dus zei helemaal van, oh, what the fuck? En helemaal boos naar de juffrouw. En ik zei, ik wou alleen maar... Oh ja, ik was gewoon niet meer goed te praten. En ik vond het zo kut. Dus Carlijn, als je kijkt... Is het echt zo, ja? Ja. Die zit ook... Dezelfde Carlijn als de middelbare naar VC gegaan? Want er zat een Carlijn in mijn klas op VC, blondine. Maar ik weet niet of dat... Maakt ook niet uit. Ander verhaal. Haar achternaam lijkt op Tennissen. Nee, de achternaam zou ik niet weten. Oh. Nee, dat zou ik echt niet weten. Of als je met twee naast elkaar fiets... naast elkaar... Oh ja, dat is ook altijd van die filmpjes van. Dat ook altijd zo. Dat heb ik trouwens met Jeroen een keer gehad. Dat je in elkaar werd gefietst? Ja, Jeroen fietste toen in mijn handbike, zeg maar. Echt waar? Ja. Misschien even, wacht even. Ondertussen pak ik even een peuk. Jij de mensen thuis uitleggen wat jij nou de hele tijd bedoelt met een handbike? Want ik denk dat heel veel mensen... Wij lullen hier wel over, maar ze weten volgens mij niet eens dat je in de rolstoel zit. Nee, dat zeiden mensen net ook al, dat ze dat nog niet hadden gezien. Maar dan arme Carlijn wordt er geroepen in de chat. Ja, maar is ook wel zo. Is het een idee, als ik even een peukje pak, dat ik jou in ieder geval laat vertellen van wat je hebt? Center Core Myopathie. Oh ja, oké. Okay. En dan gaan we daarna wel over dat je met Jeroen in elkaar bent gefietst. Okay. Want dit moet waarschijnlijk nog 3-4 keer doen. Als iemand dit even kan klippen, als jij binnen een minuut kan vertellen... dan kunnen we gewoon altijd zeggen, daar is je info. Wow, dit is een elevator pitch. Ja, voor je rolstoel. Kom, ik pak heel snel dan een peukie. Okay. Gaan we dan in de 3, 2, 1... Mijn ziekte. Nee, hè? Ja, mijn ziekte. Nee, ik heb Central Core Myopathie. Zoek het maar op Google, als je er meer van wil weten... Kort gezegd, bij de geboorte te weinig spiercellen. Dus de spiercellen en spiermassa die ik had als kind, heb ik nu nog steeds. En daarmee moet ik het doen. Dat is het eigenlijk. Dus ik heb te weinig kracht om te lopen. En that's it. Dat is trouwens ook niet. Je hebt gewoon dezelfde spiercellen dus als je die hebt als kind, wanneer je geboren was. Ja, nou, ik had er laatst nog een discussie over met mijn ouders. Of een discussie, een gesprek gewoon. Want er is heel weinig bekend over mijn ziekte. Mijn ziekte komt voor op 1 op de 5 miljoen mensen. Mm-hmm. Ik heb het ook niet erfelijk. Dus het is gewoon een random mutatie geweest. Er zijn 2-3 anderen in Nederland die dit mogelijk hebben. Als je zo het statistisch, dan is dat klopt, ja. Wat zou ik nou zeggen? Oh ja, dat werd zeg maar aan mijn ouders verteld. Want er was echt nul bekend. Er is nog steeds heel weinig bekend over mijn ziekte. Mm-hmm. Maar zo van, ja, wat was het dan? Is het dan zo van dat mijn spiermassa nog steeds hetzelfde is? Maar de discussie was, kan je spiercellen nog aanmaken? Mm-hmm. Dat was even spiermassa. Ja, ja. Dat was even de discussie die we hadden. Maar dat weten we dus en, niet. Maar dat weet je niet? Nee. Ik dacht altijd, dat vertelde je op de middelbare ooit. Misschien is dat een soort opschepperij voor jou nog als hitsige puber. Oh, ik heb veel opgeschept op de middelbare. Maar iets met embryo's van kinderen dat je dat nodig hebt. Stamcellen, ja. Ja. Daar kwam Jeroen laatst mee. Super grappig. Wat dan? Hij stuurde mij een filmpje door van NOS op 3 op Instagram over stamceldonatie. Okay. En ik dacht dat Jeroen dat ooit een keer had gedaan. Dus nou ja, cool. Maar, en hij zei van, ja, wat zou jij dan kunnen met stamcellen? Dus ik zei, ja, niks. Kan er niks mee. Echt waar, ja? Nee, niet met een donatie, zeg maar. Daar zou ik echt helemaal niks mee kunnen. Dus hij zo, oh, nou, dan ga ik ook niet doneren. Zei hij dat, ja? Ja? Vond ik wel heel lief weer tegelijkertijd. Maar ik kan als mens zijn, ik kan nu bij stamcellen doneren, zodat iets... Dan kun je, daar kun je heel veel mensen mee helpen. Echt waar, bij jou niet? Nee, mij helaas niet. Nee. Omdat je niet wil of omdat het niet kan? Nee, omdat het een te grote stap nog is. Kijk, ik weet ook niet of het, zeg maar, wetenschappelijk zou kunnen, maar... Ja, het idee van stamcellen is dat zit in je lichaam... en die kunnen dan iedere cel worden die je ze zou toekennen. Dus die zouden ook spiercellen kunnen maken. Dus je zou alles in het menselijk lichaam kunnen kopiëren. Zou je daarvoor openstaan?
voor... Nou ja, stel, ze gaan dit helemaal verder ontwikkelen en er is een operatie mogelijk. Je moet... Ja, zo. Ik roep even, je moet naar Cambridge in Londen voor 3 maanden. Experimenten, ja, ja. Zou je dan zeggen, ik wil proberen te lopen, ik zou het willen weten, of zeg je nee? Want als het fout gaat, ben je misschien verder van huis of... Ja, dan kan ik niet meer lopen. Kaboom! Roasted! Worst case scenario, kan ja, je ik kan niet meer lopen. Nee, nee. Ik heb daar wel eens over nagedacht, hoor. Kijk, weet je, het is natuurlijk wel zo. Ik heb namelijk het idee dat stel dat dat zou kunnen, stamcellen... dan krijg je volgens mij een soort van anabole lichaam. Weet je wel? Dat je in één keer zo... dat je hier zo... wow, ziet dat je dan denkt van... ja, what the fuck? Ziet heel gek uit. Maar dat is... mij. Ik zou scheid hebben. Ja, kijk, voor mij... als ik... voor mij is het anders, hè. Ik heb mijn hele leven gelopen. Ja. Stel, ik plant morgen onder de bus... en over 5 jaar zeggen ze... Bardo, weet je, wil ik proberen? Tuurlijk wil je dat. Mij maakt niet uit... al zou mijn lichaam eruit zien als een mannetje van de karwei... die ervoor staat. Maar dat is het verschil dus, denk ik... tussen of je geboren wordt met een handicap... en je in een rolstoel bent... of dat je in een rolstoel belandt. Ja. Ik vind ook altijd zo cringe as fuck... van die, dat is zeker in Amerika. Oh, ik vergeet nooit dat ik daar een filmpje zag van een of andere Super Bowl-achtige wedstrijd, waarbij ze iemand in een rolstoel hadden en die had dan van die dingen aan zijn benen, een beetje robotachtige dingen, waar die dan zo 2 stappen mee kon zetten. En dat hele stadion. Ja. Wow, en ik dacht echt van, nou, je zet jezelf gewoon voor lul. Ja, ik weet die record. Dit is precies wat er mis is met. Nou ja, de mens, nee, ik het punt snap is, jullie wel. Het punt is, doe me denken aan die TED-talk. En dan sluit ik hier wel mooi op aan. Dat was een TED-talk. Je hebt mij toen samen gekeken, toen we knijterstoot in die bungalow zaten. Oh. Oude bungalowtje. Ja, bungalow. Daar was een vrouw en die had een kind in de klas. En die, een meisje in de rolstoel. Uh-huh. En die wil heel graag meedoen aan de eindmusical. En die vertelde erover. Ja. En wat ze had geregeld was dus een speciaal podium... waar dan dat kind op kon gaan staan. En dat kind was dan vanaf dat podium kon ze meedoen. En dan kon ze af en toe door de groep rollen en weer terug. Ja. Het punt is, je separeert die mensen volledig van de totale maatschappij. Ja. En je zet ze... Ja, het is een soort... Ja, ze kreeg ook een prominente rol, toch? Ja, prominent, alsof ze onderdeel was van het decor. Ja, nee, zoiets, ja. Dat is echt, je zegt, nee, ze wil niet onderdeel zijn van het decor. Je wil niet je eigen plek. Je wil onderdeel zijn van de groep. Ja. Je wil bij die kinderen meedoen. En dat vind ik ook voor wat jij net beschrijft van de Super Bowl. Ja. Door zo iemand zo heel specifiek zijn eigen rol toe te kennen. Ja. Nou ja, het gaat ook voornamelijk om het feit dat je zeg maar... Kijk, lopende mensen willen zien graag lopende mensen. Tuurlijk. En op het moment dat jij niet kan lopen... dan willen lopende mensen je graag zien lopen. Ja. En dat vind ik zo krom. Nou ja, dat snap ik wel. Maar dat is dus zo krom als je in een rolstoel zit. Van nee, dat is niet zo. Het is niet zo dat ik iets mis of zo. Oh ja, tuurlijk. Het is niet normaal en het is niet gewoon. Maar... Ja, het is niet dat ik dan alles wil doen aan het weer kunnen lopen. Ik zou je zeggen, ik moest net nog aan je denken. Een uur geleden, er zitten 2 uur live, iets langer dan dat. Ik zat hier in de haast alles bij elkaar te zetten en zo. Mm-hmm. En ik moest die camera moest ik pakken van onder het bureau, die grote die daar zo staat, verplaatsen. En ik stond daar en godverdomme, ik ging omhoog, want ik moet onder mijn bureau dat ding pakken. Ik ging omhoog en mijn knie slaat op slot. Ow. Ik denk, fuck me, fuck. Ik zat helemaal strompelend met die camera. En toen dacht ik... Is jouw knie wel eens op slot geslagen? Op slot? Ik kan hem niet eens trekken, hè? Nee, maar daarom vraag ik me af. Als ik jou nu, als ik hier tegen je been zo dit doe... Dit voel je wel, hè? Oh, ja, maar dat voel jij wel. Natuurlijk, ik ben niet verlamd. Nee, je bent niet verlamd, maar dat voel je wel. Ja. En dan denk ik, kan jij je been op slot... Heb jij kramp in je kuiten gehad? Heb jij... Ja, maar anders, denk ik. Maar ja, gewoon allemaal hetzelfde. Ja? Ja. Ja. En dat zijn dingen die ik in één keer voelde, omdat ik op mijn knie op stond. Ik dacht, dat zou jij nooit hebben gehad, denk ik. Dat je zo kut, mijn knie. Nee, wat ik bijvoorbeeld heb, is dat mijn knie is natuurlijk altijd gebogen. Ja. En voor de mensen thuis, dat klinkt goed. Ja, voor de mensen maar thuis. Maar voor de mensen die kijken, als je mijn pezen zijn ook een stuk korter. Dus op het moment dat je dan langer in een rolstoel zit, dan worden je knieën eigenlijk op een gegeven moment gewoon in een 90 graden hoek eigenlijk. Gewoon vast. Gewoon vast worden. Geroest, ja, vastgeroest. Dus, ja. En je knieschijven zijn natuurlijk een heel... bewegelijk ding. Dus die rollen een beetje over elkaar heen. Maar bij mij zitten ze altijd hetzelfde. En er zit een, zeg maar, onder je knieschijf, ik weet niet of je dat kunt voorstellen, zit een soort opening naar je zenuw. Die is bij mij best wel groot. De opening naar je zenuw? Ja. Oké, hier word ik dus altijd heel kriebelig van. Ja, nou ga verder. Dus verder. Iedereen kent het gevoel wel dat je je knie stoot en je raakt die zenuw. Dat heb ik best wel... Ja, dat heb ik wel gauw. Dus dat zegt bij jouw weak spot. Als iemand daar zijn vingertje zo op zou drukken... dan ben jij echt to helemaal... To the arrow to the knee. Old school memes. Oh, wauw. Die heb ik lang niet gehoord, die meme. Ja. Oh, wauw.
Oké, dus dat is voor jou, je hebt daar gewoon een hele grote opening. Wist ik ook. Nou, niet een hele grote opening, maar dat is bij mij wel wat anders. Ja, voor de rest, ik denk dat we genoeg vaker over je rolstoel gaan praten, daar niet van. Niet aan te beginnen. Niemand is perfect en ik vind Dennis ook wel aardig. Oh, daar gaat het om. Lief, dank hij zegt wel. Gewoon, je bent niet perfect, zegt hij gewoon. Weet je wel. Anabole Dennis lijkt mij super gangster. Ja, ik oprecht. Maar zou jij... jij zou het niet doen. Jij zou niet anabole nemen, zodat je dan vervolgens kan lopen... Nou, ik zou wel meedoen aan een experiment. Maar dat zou dan... Maar dat doe je voor anderen en niet voor jezelf? Nee, ook voor mezelf, maar op experimenteel niveau. Mm-hmm. Ik zou niet zeggen van, nou, spuit me maar even vol met stamcellen en gooi me de gym in. Ja. Maar als ik... ze zouden zeggen, joh, we hebben stamcellen die we willen testen op spieren. Mm-hmm. En ik zou daar iets voor moeten doen. Dus ik krijg, weet ik veel, ik krijg een injectie in mijn arm en ik in beide armen misschien. En ik ga sporten zoals ik nu ook doe. En dan gaan ze me volgen of zo. Ja. Zeg dat? Ja. Wat wil je ermee bereiken? Want ik zou meedoen aan het experiment als ik iets mee kan bereiken. Dus ja, maar goed. Je ik weet zou bijvoorbeeld niet... iets waar ik heel direct mee zou doen, gek genoeg, is die mannelijke pil. Zou ik best wel... vind het wel eng en riskant. Want ja. Het gaat over je voorplantingsorgaan. Ja. In een van je chakra's, om het zo te zeggen. Dat je zegt, ja, fuck man. Dus dat is wel biggie. Maar dan kan ik zelf iets mee opschieten. Want dan als die pil er is, dan kan je het zelf gebruiken. En dan ben je er vanaf. Het gezeik dat je vrouw niet... maar ik heb er ook nog wel een verhaal over met mijn ex. Die komen zo misschien nog wel bij. Maar maar voor jou... Ja, jij zou dat niet doen zonder eigen winst. Want voor mij is het enige wat jij eruit kan halen... voor mijn gevoel direct, is lopen. Of iets dat je in ieder geval... Nou ja, kijk. Je moet natuurlijk... Want kijk, ik denk dat jij ook wel eens... jij ook wel eens onderschat wat... Mijn handicap is natuurlijk niet alleen dat ik niet kan lopen. Hij is ook mentaal. Ja. Dat is ook wel gewoon lastig. Nu snap ik dat je slammertje nodig had. Jij nee, dat is niet aardig. Nee, maar je moet voorstellen dat als ik, zeg maar, wat je net zei, als ik val, dan zijn er spieren in mijn lichaam die het gewoon bijna niet doen of kunnen. Dus dan ben ik compleet machteloos. Ja. Kijk, zoals ik nu leef en doe, dan heb ik best wel de spierkracht die ik nodig heb. Maar leg je mij op de grond, dan is het klaar. Dan kan ik niet overeind komen, omdat ik gewoon de spierkracht daar niet voor heb. Ja. Dus ik kan heus wel wat winnen. Ja. Maar ik zou het ook gewoon doen voor de wetenschap. Dat is toch gewoon cool? Ik snap wat je zegt. Ja, het punt is ook voor de duiken. Ik heb wel doorhoorden hoe erg het is. Daarom ook met de voorbeeld die je net gaf, ook van zo'n rotonde... Kijk, het is niet eens erg als jij zo'n rotonde de bocht uitvliegt en je flikkert op je bek. Dat is niet zo erg. Ja. Het ergste vind ik aan dat verhaal dat je dan inderdaad in die berm ligt. Ja. Afhankelijk van de mensen. Nou ja, daarom kon mijn moeder nooit slapen als ik weg van huis was. Is het echt zo, ja? Mijn moeder maakte zich ook heel erg zorgen toen ik op mezelf ging wonen. Oh, wauw. Vond ze wel vervelend. Dat er mogelijk iets gebeurt met jou en dat je nergens heen kan. Zij kan daar echt... dat heeft ze nu minder, hoor. Maar je moet er niet zeggen van... Nou, ik vertel ook niks wat er met mij gebeurt of zo, zeg maar. Oké. Okay. Ik zou niet dat er wat met mij gebeurt. Hele gangbangs bij je thuis zit je met leren. Zo, rodebillen.nl. Kan niet meer lopen, man. Lol. Nee, maar meer zo van... toen ik met die duizeligheid en zo zat... Nou, dat vond mijn moeder verschrikkelijk. Okay. Want die dacht echt van, oh, die is dan thuis en die wordt dan duizelig. En dan valt die en dan, oh... Die gaat nu echt dood, zeg maar. Nou, dood, dat is meer zo van, dan kan ze niet helpen. Hè? Laten we even, want het is altijd leuk bij Twitch, het stukje waarbij je een beetje kapot gemaakt wordt. Oh. Dennis, mag ik vragen, heb je iets aan je onderste kaak? Deels. Wel ja? Nou, dat zijn ook spieren, dus ik heb moeite met kauwen. Is het echt zo? Ja. Oh, daar denk ik ook weer wat van. Wist je dat niet? Nee. Oh. Ik wist niet. Nu word ik heel zelfbewust van mijn onderkaak. Nee, exact, dat heb ik ook wel eens. Dat ze bij mij dingen roepen. Denk ik ook, is toch niks hiermee aan de hand? Waarom vraagt het je? Nou, dat heb ik nooit zo beseft. Maar later ook wel om een soort van zelf bedacht. Van ja, kijk, als ik een hard broodje of zo. Ik vind dat zo verschrikkelijk als je dan een broodje ergens bestelt. En je hebt van dat keiharde brood. Ja, dan zit ik gewoon een uur op te kauwen. En dat vind ik verschrikkelijk. Echt waar, ja? Maar dus kaakspieren voor jou die zijn gewoon minder goed dan bij anderen, zeg maar. Ja, en okay. Dat is ook, wordt ook heel vaak bij mijn... ik denk ook dat het bij mij dus een ding is, want als ik slik, en dat is super stom, als ik aan het eten ben en ik slik, dan doe ik dus dit. Kijk je weg, bedoel je, of ja, zo? Ja, ik klem mijn ding, dat is heel gek. Oh, wauw. Ja,
En of het is een tik, maar ik denk dat gewoon mijn lichaam dat heeft bedacht. Zo van, oh, als ik moet slikken, moet ik wat extra kracht even op die... Dat heb ik ook wel eens bij jou gezien, inderdaad. Ja? Dat is precies. Dat... Even zo. Dat is heel, ik kan het ook niet anders. Oh, ja, ik dacht dat de school heb je zelf aangeleerd op een of andere manier. Dat heb ik ook mezelf aangeleerd, maar wel omdat ik dus die kracht mis. Oké. Okay. Dus ja, nee, want het zit overal. En ik zie een lange... Maar waarom, vanwaar de vraag? Nee, V-chatter Simco, die kijkt naar het shot, denk ik, en denk, nou, ik vraag het gewoon. Oh, die zit dan de hele tijd naar mijn onderkaak te kijken. Ja, die dacht op de man af. Nu ga ik de hele tijd zo zitten. Want ik zie een lange reactie staan ook nog. Ik heb al sinds juni dat mijn rechterknie steeds uit de kom gaat, omdat hij niet goed groeit. Ik ben geboren met een zeer zeldzame ziekte, waardoor mijn benen in een X-stand groeien. Dit is voor het eerst dat dit gebeurt en ik kan niet chirurgisch worden, het kan niet chirurgisch worden gedaan, omdat dat te gevaarlijk is voor mijn benen, omdat ze zo apart zijn. Ik moet dus opnieuw leren lopen en hopen dat de braces die ik krijg het kunnen verhelpen. Oh ja. Dat kut, hè? Ja, dat is echt heel vervelend. Ja, Meertje zegt nog even, wat een lieve moeder, wat schattig. Mm-hmm. Hoe vet zou het zijn als je mee kan doen aan de wetenschap? Lijkt me gewoon vet. Ja, precies. Lijkt me ook heel leuk. 6 reclames in een half uur, maar lof naar Bardo. Ja, neem nog godverdomme een suppie. Mm-hmm. Ja, dus echt mensen die gaan er lopen zeiken. Geef een te lang didn't read van je antwoord. Chapo, die heeft er klaar mee. Die vond je antwoord te lang. Die heeft iets, ja, het is goed zo, Dennis. Okay, nou, dank je. Ja, want jongens, als jullie nu iets hebben nog over Dennis, kan je het nu nog even vragen. Daarna gaan we verder knallen, hoor. Want dit komt geit vaker voorbij. Ik wilde net een pilletje aanraden om de kaakspieren te trainen. Oké, dankjewel, Toeter Tim. We gaan gauw verder. Helpt trouwens niet. Helpt trouwens niet. Wat vindt je partner van je aandoening, Dennis? Wordt er gevraagd door Chapo. Ja. Je hebt geen partner nu, hè? Ik heb geen partner. Geen partner, maar slide in de DM's is altijd open. Ja. Exoskelet, zou dat iets zijn? Dennis, je bent echt een leuke jongen. Ik heb zelf een long... Wat politiek correct trouwens, dat we partners zeggen. Dat is gewoon vrouwen. Ja, oké. Okay. Ja, voor de zekerheid. Ik vraag me altijd af waarom jij zoveel potjes pindakaas koopt. Je doet het nooit op je brood, maar wie ben ik? Sorry. Ja, dit is voor de mens, als je know, you know. Ik heb zelf een longziekte en ik heb zelfs bloedpropjes in mijn longen. Dan sla je het eerste gedeelte over. Wat? Dennis, je bent echt een leuke jongen. Die had ik net opgelezen voordat we op de pop in de kaas begonnen. Dus Dennis, je bent echt een leuke jongen, staat er op. Bloedpropjes in je longen, holy shit, dat lijkt me echt verschrikkelijk, ja. Ik wil dat wel even zeggen voor de mensen. Ik vind altijd dat ik best wel... Het valt allemaal wel mee, wat ik heb. Ja? Ja, vind ik wel. Als je, zeg maar... Mensen hebben wel echt fucked up ziektes en zo. En tuurlijk, je moet ermee leven, maar ik voel me altijd... Ja, het valt allemaal wel mee of zo. Ja, heb je het gevoel dat het altijd voor anderen moeilijker is dan voor jou, zeg maar? Of ja, ja. Zeg maar, als je progressieve ziektes hebt of als je... Ja, weet ik niet. Maar ja, het is ook altijd zo van dat je... Als ik een andere rolstoel zie, dan denk ik ook een beetje zo van... Oh ja, ik zie dan niet mezelf. Dus dat is ook een beetje zo. Ja, maar voor jou is het ook heel makkelijk. Jij hebt gewoon leren leven met je beperkingen. De dingen die je niet kan doen. Ja. En voor mij, als ik dat zie, denk ik... Jezus, ik kan dit en dit en dit niet. En... Bijvoorbeeld, ja. En dat is ook het interessante, denk ik, hoor. Dat, nogmaals, binnenkort gaan we hier vaak meer over. Want anders gaan we hier te lang. We kunnen 5 podcasts hierover vullen als we willen. Ja, dat denk ik wel. Want ik moet ook nog je auto bijvoorbeeld. Over het scootmobieltje van je. Want zo kwamen UWV-verhalen. Ook leuk. Waarom uitleggen. Daar was van de week nog een interessante discussie over. Ja. Je zegt, je kan zoveel erover... Kunnen je spieren wel groeien of blijven ze voor altijd in de kindfase? Nou ja, dat was dus de discussie die ik met mijn ouders had. Ik weet dus niet hoe dat werkt. Ik ben nu wel flink aan het sporten en ik word sterker. Maar volgens mij is het zo dat je een bepaalde spiermassa hebt als je geboren wordt. Mm-hmm. En dat is de spiermassa die kan wel groter worden. Maar niet uitbreiden, niet meer worden. Dat is volgens mij het... Dat vertelde mijn ouders in ieder geval dat vroeger werd verteld dat de dokters dat zeiden. Zou je daar niet iets over willen doen, onderzoeken, maken? Nou, daar wil ik eigenlijk nog wel even een googeltje aan wagen om dat te kijken hoe dat dan precies zit. Okay. Maar ja, dat is ook zo kut aan mijn ziekte. Er is zo weinig over bekend dat zelfs de dokters die toen mij behandelden, wisten het ook allemaal niet zo. Ik zou je zeggen dus dat ik in de kliniek hoorde ik dus dat ik die ARFID zou hebben. Oh, wat is dat ook alweer? Dat is die beperking met eten, die voedselstoornis dingen. Oh. Eetstoornis, sorry. Ja. En van het weinig vreten, niet gezond willen eten en zo. Ja. En het begint nu daar info op af te komen. En dat is wel verrijking, hoor. Want eerder dacht ik, oké, ik heb ARFID, gewoon een heel zeldzame eetstoornis. Schijnbaar is dat niet zo zeldzaam. We hebben heel veel mensen dat. Ja. En er beginnen behandelplannen voor te komen. En dat voegt wel heel veel toe. Dan komen we zo, oké. Je kan dus dit pad gaan bewandelen. Enige nadeel is, je wordt wel regelrecht een hokje ingeduwd. Dus voor mij ook, als ik dat zou gaan doen...
Dan ga ik dus in een ruimte komen met allemaal mensen die dezelfde eetstoornis hebben. Dan zie ik, oké. Nou, ik vind het wel grappig, hoor. Want jij zegt altijd, of jij zegt, we hebben het daar al wel eens over gehad, dat in sommige gevallen, als jij gediagnosticeerd wordt, ga je er ook naar gedragen. Ja. En in het geval van een eetstoornis, ja, jij hebt inderdaad moeite mee eten, maar heb je een ziekte? Of heb jij gewoon patronen niet? Ik weet niet. Nou ja, stoornis is ook geen ziekte, hè? Nee, dus dat mag ik ook helemaal niet zeggen. Nee, stoornis is een patroon ding. Ja, mentaal ding tussen je oren. Ja, klopt. Het is geen ziekte. Het is niet zoals bij jou. Het is te verhelpen. Ja. Ja. Met genoeg inzetting. Misschien zal het altijd een beetje blijven en zo. Net als verslaving, weet ik veel wat. Maar nee, oké, sorry. Grote lijden kan je... Ja, geen sorry daarbij toe. Dus, nee, maar... Nee, dit is, ik denk voor mij in ieder geval dat het is gewoon fijn om te weten dat er een uitweg is. Wat je ook zei, dat is het enige wat ik heel erg haat eraan. Als je diagnose hebt, sommige mensen die krijgen de verrijking. Die leren van zichzelf, oké, ik heb dit en ik moet hiermee leren omgaan. Ja, dat is een soort bevrijding. Exact. Ja, en voor mezelf heb ik het idee dat ik denk, ja kut, ik wil niet hebben dat, dat ik eronder ga leven. Nee. Dat ik vanaf nu ga leven op een manier om te zeggen van ja, oké. Ik heb een eetstoornis. Exact. Ja. Ik ben Bardo, ik kan dit. En als jij dan een keer salade voor maakt, zeg nee, maar Dennis, ik ben Bardo. Sorry, ik heb eet Arvid. Ik niet. Ja, precies. Want dan, ja. Nou, maar jij staat toch nu de laatste tijd wel open om dingen te bedenken en te doen en te... Zeker. Vorige week met die taco's. Ik wil deze week nog een keer proberen. Ik weet zeker ook dat jij je veel meer lekker vindt dan je denkt. Maar goed, dat heb ik wel vaak gezegd. Dat is ook, maar dat is die stap die je moet zetten om gewoon dingen te proberen en te maken en te doen. Ja. Dat is... Ja, dat is, ja, dat geldt voor ieder mens. Dus niet per se... Oh, nee, zeker. Misschien. Even kijken, wat voor de rest. Ik heb helaas de eerste anderhalf uur gemist. Maar wat doet Dennis al in het leven nu? En hoe gaat het met werk? Doet er Tim? Dan moet je de eerste anderhalf uur volgende week erbij zijn. En dan kun je het opnieuw bespreken. Ja. Giro TV. Ze zijn nog aan het ontdekken of je spiercellen kan kweken door te trainen. Of dat je het inderdaad alleen je huidige spieren sterker maakt. Oh, oké. Okay. Heb je dat gegoogeld? Dat vind ik wel cool. Ja, dat is fijn, hè? Want dat is zo leuk ook aan Twitch, vind ik. Ja, dat is geinig, hè? Je hebt een soort database van Googlaars. Je hebt een klankbord, zeg maar. Dat je denkt, oké, als je vragen hebt, dan... Ja, precies. Is dit live? Nee, dit is allemaal van tevoren opgenomen, boerenpaard. Hij heeft dit gestudeerd. Oh, cool. Dat vind ik heel cool. Oh, for real? Dat vind ik echt heel cool. Je moet je omgeven met mensen vanuit een andere speciale cultuur, Bardo. Ik lustte niks tot ik 5 jaar geleden bij een aantal jongere vrouwen... Ja, daar lustte je wel pap van, zeker. God, dat was elke dag mossel eten. Sorry. Verse mossel. Die jongen die was aan het genieten daar. Die had de tijd van zijn leven. Dat doe ik wel, want voordat we live gingen er net. We gaan even de switch maken, jongens. Want dit komt nog vaker voorbij. Als jullie vragen hebben, mag ik ze altijd gooien. Ja. Jij zei dat je Roddelpraat had gekeken. Ja. Ja, dat laatste stukje nog even wat ik moest kijken. Ja, dat kwartiertje, 10 minuten. Ja, precies, dat was eens helemaal aan het einde. Het vuurwerk, zeg maar. De eindshow. De eindshow, wat vond je ervan? Ja, leuk. Ja? Ja, ik heb hardop gelachen. Maar gewoon, omdat we het daar natuurlijk ook over hadden. En je komt er gewoon lekker uit de verf. En ik vond het ook wel even lekker. Dennis Goutenbesje aan het einde. Dat vond ik ook heel grappig. Dat beffen. Ja, dat vond ik heel grappig. Ja, dat was... Even eerlijk, vond je dat ik daar te ver was gegaan? Nee. Nou, ik had dus van mezelf, ik doe dat dus nooit. Ik ga nooit een statement eruit gooien over seks. Dat is niet aan mij besteed om... Hoezo, wat bedoel je? Je hoort mij nooit zeggen... Ik zat daar te orakelen over hoe lekker ik beffen vind. Nou, dat doe ik nu weer op stream. Dat is niet het idee dat ik het beffen. Nu weer... Ja, nee. Dat is, dat ik dacht van mezelf... Ik weet heel veel creators en entertainment mensen die doen dat. Die vinden dat leuk. Ik ben me daar nooit echt aan gewaagd. Omdat ik voel hem nooit zo. Nee, en daar ook niet. Maar op dat moment ontstond er een sfeer bij Roddelpraat... dat het ging over mij, mijn ex, die geneukt is. Ja, nou, dat ging pas hard. Ja, wat vond je daar dan van even tussendoor? Ja, heftig. Ik vind wel... Ja, goed. Ik moet oppassen wat ik allemaal zeg, maar... Nou ja, je mag zeggen wat je wil. Ik kan de context er altijd verbeteren. Of, ik vond het zeer positief van Jan dat hij je backup gaf. En dat merkte je aan alles. Dus dat vond ik zeer goed. Ja. Ja, Dennis, ja, sorry, je mag dan hetzelfde heten, maar ja, fuck off. Ja, vind je dat? Ja, ik was wel blij. Respectloos. Vind je het respectloos? Ja. Naar mijn ex toe? Beide. Daarbij toe ook, bedoel je? Ja. Ja? Ja. Hoe hij erover sprak? Ja, hij probeerde het haantje te zijn. Ja. Terwijl jullie allebei... Nou, slachtoffer wil ik ook niet zeggen. Dat klinkt wel heftig. Mm-hmm. Maar jullie zitten in hetzelfde schuitje. En jullie moeten daar, vind ik, als kameraden over praten. En niet jij tegen ik. True. Nou, is dit wel even wat gechargeerd gezegd. Want jullie waren in principe wel samen een front.
Zo hebben jullie dat ook over gepraat, dus dat is prima. Maar ja, ik had wel iets van, kom op man. Hey, je moet nou niet de Playboy gaan uithangen die zijn vriendin heeft geneukt. True, true. Wat, ja, misschien ook wel zo is. En wat daarna, wat het leuke vond ik weer in dat hele gesprek daar bij Roddelpraat, was dat het daarna een beetje de... Kijk, ik stond gewoon voor lul, hè, met dat verhaal van mijn ex. Daarna... Ja, ik vond het wel meevallen, maar... Omdat ik het verhaal ken. Ja, nou ja, ik geloof, ik heb heel veel DM'tjes gehad. Ik zag één tweet voorbij komen, die vond ik zo mooi. Dat was een meid op Twitter en die zei van ja, het is leuk om te weten dat Bardo zolang zijn vleessalade dressing met Dennis, of de, zijn vleessalade met Dennis Schouten dressing had. Dat ik dacht, oh je kunt mij. Oh jezus. Ik zou trouwens zo lachen om jouw laatste grap zo van... En dan krijg je gewoon video van hem. Ja, kan ik bevestigen. Ja, was ik ook heel blij mee. Ik dacht, oh, die was oké. Okay. Ik kwam beter uit de verf dan ja, ik dacht op dat moment. Ja, had je hem. Dat was de kerst op de taart nog even ja. Zo van. Oké, okay, dat is gewoon de zelfspot en het niet ja, te zo. Ja, dat is gewoon heel grappig. Hè? Ja, ja, wat zeg je? Je had echt heel fijn dat Jan je backte. Ik ben verbaasd erbij. Ik had ja. De, je voelt... Nou, dat blijkt er toch wel een soort van goede gozer. Jan de... Of ja. Ja, weet je. Ik durf het bijna niet toe te geven. Jan is een slimme vent hoor. Jan, ja. Ik heb met hem gesproken ook voor en na. De hele. Ja, de god, ik ga het nu ook zeggen. Ja. Hele slimme, empathische man. Ja, dat en, zou. Ja, empathisch zou je toch niet eerst bij hem nee. Zeggen. Ik had ook altijd. Ik ken Jan ook van de hoe heet dat? Het Oekraïne-referendum van ja. 7 jaar terug. Ja. En met dat blauwe hoedje wat hij droeg ja, en zo. Ja, maar ja, dat was gewoon een clown. Ja, dat was een clowntje uithangen, maar. Ja. Het is wel... Het knappe vond ik ook bij Jan en ook bij Dennis hoor, in dat geval. Maar hun weten heel goed die show, zeg maar. Van oké, okay, we gaan nu live. Ja. We gaan onze persoonlijkheden keer 20 doen. Ja, en daarna is Jan zelfs ook nog veel te... Hij draaft het door soms. In de show bedoel je? Ja, ja, ja tuurlijk. Te grappig doen. Maar dat is een beetje Maxime Hartman, Robert Jensen, vind je dat Maxime Hartman dat ook doet? Natuurlijk, die zoeken de grens op. En soms ga je ja. Die grens over. Dat is de charme van de kunst van hun als entertainers. Dat je dan die grens wil opzoeken en dan vervolgens, kut, ik ben er overheen. Ja, maar ik vind dat bij Maxime Hartman... ik vond dat bij Paul Leeuw... nou, nu ga ik off-topic misschien, maar... Ik zag Paul Leeuw bij Boerderij van Dorst. Oh, dat vind ik een goeie, ja. Jij bent het aangeraden, Boerderij van Dorst. Echt ja? Leuk. Ja, oh, ja. Ja, ik vind het echt een prachtig programma. Superleuk. Maar... Ja. Heb je die al met Ferry Doedens en Splinter Chabot gezien? Stukje over dat Ferry Doedens jongens met witte sokken heel erg leuk vindt. Sportsokken. Dat hij ja. Daar graag seks mee heeft, ja. Toch? Ja. Nou ja, ik ben geen Ferry Doedens fan. Absoluut niet. Maar ik heb wel een beetje respect voor de beste man gekregen. Ja? Nou ja, ik had niet verwacht dat hij zo eerlijk was en zo... Ik vond het, in mijn beleving was het altijd die GTS-TRL-nichten. Kijk mij. En nu kwam hij gewoon over zo van... Oh ja, ik heb het zo verneukt. Blablabla. En ik kwam heel, ja, heel... Ik denk dat Ferry Doedens heeft ook wel echt iets meegemaakt in ja, zijn leven. Ja, dat echt... zal ik ook zeker niet onderschatten. Echt... Dat, ja. Maar dat zie je ook aan hem. En dat zegt hij ook. En hij... Ja. Nou, ja, ik het is niet echt spoilen. Maar hij geeft ook op een gegeven moment aan van... Ja, ik krijg nu een paniekaanval. Ja, echt waar, ja? Hij zegt gewoon in de uitzending, zegt hij gewoon, hij zegt al dat hij, voordat hij aankwam, dat hij net in de auto een paniekaanval kreeg. Mm-hmm. En tijdens de opnames dan ook, zegt hij ook van, ja, ik krijg nu een beetje een paniekaanval. Nou, vind ik echt ballen hebben als je dat durft te zeggen. Maar wat was de trigger daarvoor dan, dat hij paniekaanval kreeg? Nou, als jij met Splinter Chabot en Raven van Dorst een kast in elkaar moet zetten. Ja, dan kreeg je paniekaanval. Dan kreeg je wel paniekaanval, man. Holy fuck. Oh, wat goed. Ja. Ik wist... Nou, dan vond ik wel respect, ja. Maar terugkomend, Paul Leeuw, ook in dezelfde programma, dat ik dacht, ah jongen, je moet toch af en toe even niet proberen zo volgens mij heb ik die wel grappig gezien. Te doen. Volgens mij heb ik die van Paul de Leeuw dus wel gezien. Want hij ja. Was de hele tijd een beetje de huistuin- en keukenprinses aan het uithangen. Hij had ja. Twee tassen met veel spullen bij ja. Zich en die wil echt gaan koken. Ja. En... Nou is het, we zijn het ook van Paul de Leeuw gewend dat hij elke keer net een stapje te ver gaat en net te jennig wordt. En dat je denkt, oh ja, je probeert het nu echt. Ja. Dus ja, misschien is slecht. Maar ik vond voornamelijk dat je zei... Maxime Hartman vind ik dat dus totaal niet hebben. Die zat ook in dat programma. Ja, ook heel erg leuk. Beste aflevering van het programma is ja, by far... Hanneke Groenteman. Ook zo'n geweldige vrouw. Ik vond het zo leuk toen Hanneke Groenteman daar zat met Maxime Hartman. En Hanneke Groenteman die pakt dan haar kleine bakje. Je ging wiet. Draaien. Ja, had ze allemaal geraspte wiet thuis gedaan in een klein bakje. Super en dan... schattig. Ja. Ja. En ik vond het ook zo leuk aan Hanneke Groenteman. Dat ze zei van ja, als ik jonger was, Maxime, dan zou ik met je zijn gaan trouwen. En ja. Je voelde daar een oprechte klik. Ja, ja, zeker. En ook goed in elkaar gezet. Hanneke Groenteman is een rasfeminist. Maxime Hartman is iemand die ze uitdaagt. Ja, dat vind ik dat mooi gezegd. Ja, dus ja. Dat is iemand een provocateur. En dat is een goed recht. Ja, ja dat geldt ook voor Ferry Doedens. Ook voor Dennis Schouten. Ook voor Jeroen. Zijn allemaal provocateuren. Enig verschil vind ik erin. Als je kijkt tussen Maxime Hartman en het rijtje wat we op hebben genoemd.
En bijvoorbeeld Dennis. Soms gaat Dennis per ongeluk over de streep en heeft hij geloof ik niet door dat hij hoeveel, nou, hoe beledigend het kan zijn af en toe. En dat vond ik ook met dat laatste onderwerp bij Roddelpraat over die anticonceptiepil. Ja. Want toen dat voorbij kwam, dan weet je gewoon in ieder geval dat heel veel vrouwen hebben echt gezeik erover met hun vriendje over het nemen van zo'n pil. Ja, zeker. En ik vind dat nog steeds. Maar dat, ik vind ook wat Dennis daar doet, is niet provoceren. Dat is gewoon letterlijk zijn mening uiten. En zijn mening is provocerend. Kijk, als jij want dat vind ik ook zo goed aan Maxim Hartman. Hij is altijd respectvol met het onderwerp, maar wel provocerend. Zeg maar net als met een keiharde grap kun je maken als de grap heel goed is. Ja. En wat Dennis Schouten vaak in mijn beleving doet, is echt iets doms zeggen. Ja. En dan maar verwachten dat provocerend. Nee. Ja, ik zie dus hier in de chat van Krokkie voorbij komen. Eerlijk, ik denk dat Maxim erover nadenkt en Dennis niet. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik vind ook, je mag... Maar Maxim is ook echt een natuurtalentje, hoor. Ja, maar die man die heeft ook goede gesprekken. Je weet gewoon bij iemand als Maxim Hartman, die flikkert inderdaad de steen in de vijver. Ja. Maar die doet het bewust en die weet, ik wil deze rimpels veroorzaken. Ja. En dat betekent dat heel veel vrouwen, mannen, wie dan ook boos op me gaan worden. Ja. Maar ik bereik er wel mijn doel mee. En hij is niet bang om de bad guy te worden. Maar toch even, want ik vind wel, Maxim Hartman, als je bijvoorbeeld het interview kijkt van hem met Tim den Westen. Ja. Daar zie je toch wel dat hij dus op het moment dat het hem niet lukt om te provoceren, gaat hij nog harder. Nog harder, nog harder, nog harder, nog harder, nog harder, nog harder. En dan valt hij door de mand. Maar dan, ik heb datzelfde beetje dan als Maxime daarin. Elk interview, elk gesprek wat ik doe, zelfs bij Roddelpraat, dan zie je die irritante eigenschap van mij naar boven komen om de regie over te willen nemen. En dat heb ik heel vaak. Ik had dat ook bij de Knolkast. Dat ik op een gegeven moment Mila ging interviewen. Ja, ja. En dat hij erbij zat. En dat je eens kijken. Ja, maar dit is niet de bedoeling, Bardo. Maar dat het ook voor Roddelpraat was dat ook. Op een gegeven moment, hè, toen het echt alleen maar over mijn ex ging. Dat ik dan die Bef-quote erin gooi. Zodat het maar naar Dennis toe ging. Ja. En Dennis gooit hem weer naar Jan. Ja. Waardoor we in principe alle drie zitten. Ja. Mijn vriendin is geneukt. Jan gaat vreemd. En Dennis kan geen vrouw klaar laten komen. Dat je denkt, ja... Welkom in de wereld. Weet je, dat is wat ik heb. En als ik geen regie kan grijpen, dat gebeurt heel zelden. Ja. Dan zou je me ook wel zien struggelen. En dat bedoel ik meer, dat herken ik dan weer van Maxim Hartman. Nou ja, ik ken je aardig goed. Ik vind me daar niet per se... Je ziet wel dat je moet inhouden, inderdaad. Als ik daar zit tussen Jan en Dennis. Ja, maar ik denk ook dat je soms te veel inhoudt. Ja, dat is wel... Ik moet zeggen dan, als we het erover hebben, de Roddelpraat... Dan we zijn toch alle dingen aan het aftikken, je fuck it. Ik zie hier bijvoorbeeld ook nog, ja, die pil voor mannen is net zo kut als voor vrouwen. Alleen mannen doen kennen alleen de condoom, bla bla bla, dat staat erin. Dennis zal erover te wennen. Ja. Ik denk dat Ferry Doedens te snel en te jong populair is geworden voor veel mensen die snel populair of bekend zijn geworden. Dat ze vaak te snel het verkeerde pad gaan en dat ze veel fouten maken, snap ik ook. Ik wil ook een shout-out naar Meertie geven. Die zei, mag ik even zeggen dat ik deze podcast heel erg leuk vind. Ik ga zeker elke donderdag luisteren. Lief Meertie. Ja, nice. Horen we graag. Dat is alleen maar leuk. En toen ik zat bij, wat dat wou ik zeggen, bij Roddelpraat. Mm-hmm. Het was godverdomme echt een schaakspel. Je weet, ik zit daar tussen twee mannen die je carrière kapot kunnen maken. Het is niet erg om te weinig te geven. Het is wel erg om te veel te geven. Je wil niet gunsblazing naar buiten komen en als een pistolenpaaltje. Nee, maar niet toe, pistolenpaaltje. Ja, direct weet ik wel. Household name. Household name, pistolenpaaltje. Nee, maar dat vond ik, dat heb je goed erkend, zeg maar, op een gegeven moment. Dat jij dus wel een soort van front kon vormen met Jan. Ja. En dan neem jij die positie heel goed aan, vind ik. Ja, maar dan. Het is denk ik ook omdat ik. I pull my punches. Ik kies de plekken uit. Zoals toen het over mijn ex-vriendin ging. Nou, toen wist ik, dit is het moment, naar voren gaan, de handrem eraf, gas in. Weet je wel, dus ook vol de tegen. En ik ben ook trouwens heel blij en dankbaar ervoor dat ze in de edit zo duidelijk hebben gemaakt dat ik echt geen voorstander ervan was dat we haar naam noemden. Nee. Ik blijf erbij. Dat was ook wel weer zo. Ja, toch? Maar je hebt wel de Jaap genoemd. Ja, dat was inderdaad niet veel spreky van. En ook gewoon het zoompje op het moment van, ja, hij is toch gezwicht in de tussentijd en jij zo... Ja, exact. Die kut. Heel grappig. Maar voor Jaap had ik totale scheid. Weet je wat hij had gedaan? Oh. Op het moment dat die zwangerschap naar buiten kwam. Hij heeft haar geblokkeerd en verwijderd. Volwassen. Ja, heel veel weet dat ook. Nee, dit bestaat niet. Dus ik stuur Jaap een bericht. Ik zeg, hey, zij is zwanger. Heb jij haar geblokkeerd en zo? Yeah. Weet je wat hij deed?
Geblokkeerd en verwijderd. Ik denk ook, ja, fuck me. Ga je iedereen blokkeren en verwijderen die iets te melden heeft in je leven? Dat is ook een manier om met dingen om te gaan, hè? Ja, gewoon alles wat je hebt. Fuck it, die is ook in de doofpot. Dat is toch verschrikkelijk. Daarom heb ik ook totale scheid aan die Jaap. Ja, dat is een van de meest walgelijke internetfiguren die ik ken wat dat betreft. En dat zeg ik niet gauw. Maar... Nee, dat zeg jij niet gauw, nee. Oké, laat ik zo publiekelijk op internet. Laat ik het zo erbij zeggen dan in ieder geval. Want dat is echt een misbaksel eerste klas. Ja. In ieder geval, Jan Roos weet precies hoe hij mensen... Jan Roos weet precies hoe ze mensen op het pad op deze tijd krijgen. En dat is wat verdienmodel. Nou, dankjewel, V-chatters. Ja, soms is de chat lastig te lezen. Voor de mensen die zich afvragen waarom lezen de chat zo moeilijk... Er staat hier een heel klein schermpje. Ik wil nog een groter scherm. Ja. Zodat het is op zich wel te doen zo. Het is wel te doen, maar het is niet idealiter. Dus daardoor is het wat naar. Maar ik weet in ieder geval van die hele roddelpraat... Het is zo'n bizar schaakspel dat je denkt... Ja, waar ga je dan hard op en wanneer ga je te hard? En nogmaals wat je ook zei... De klik tussen mij en Jan Roos is hetgeen wat mij het meest heeft verbaasd. Dat ik echt dacht, huh? Ja. Gaan Jan Roos en ik nou door één deur? Tegelijkertijd verbaasde me ook weer niks. Nee? Nee. Nee, dat Jan Roos en ik op dezelfde lijn zitten, bedoel je? Ja. Ja? Ja, gevoelskwestie, denk ik. Nou, weet je dat ik heel fijn vond? Heb je dat gezien met... dat we het over Jan Jansen en Zoetemelk hadden? Op een gegeven moment, weet je wie dat zijn? Zoetemelk en Jansen, als we die twee noemen. Dat is toch een Elfstedentocht? Bijna. Dat is de wielrenner van Tour de France, die altijd tweede werd. Oh! En dat was... Joop Zoetemelk. Ja, Joop Zoetemelk. Ja. En Jan Jansen. Jan Jansen en de kinderen. Ja, ga je dat ook doen. Dus volgens mij letterlijk wat Dennis Schouten ook zei. Dat je het... Ja, het spijt me, Dennis, maar misschien wel leuk om te vertellen wat jij mij wel sorry. Wat jij mij wel eens hebt verteld, als je het hebt over de naam Dennis. Ja. Jij bent ook vernoemd naar Dennis, toch? Ja. Naar welke Dennis ben jij vernoemd? Ja, start the tune. Dennis Bergkamp! Jij bent echt vernoemd naar Dennis Bergkamp. Ja, mijn moeder dacht, nou, dat wordt zo'n goede voetballer. Nou, niet dus. Sorry, mam. Hoe mooi is dat? Dat je dan. Ja, dat is toch goud. Niet dat je in de rol staat en dat is niet zo mooi voor jou, maar wel als je dan. Hè? Ik vind het ook heel grappig. Oh, zo van ja, we vernoemen onze zoon naar Dennis Bergkamp en dan. Kan zit hij niet lopen? In de rolstoel? Godver, hebben wij weer. Een van de beste voetballers op aarde. Ja. Ik ga mijn kind nooit Lionel of Ronaldo noemen. Nee, dan wordt hij sowieso gehandicapt. Dat moet je niet doen. Ja, dat is toch ook echt bizar gewoon. Dat is één. Want jouw Griekse, daar is Dennis van gebaseerd. Dionysus, toch? Dionysos. Dionysos, en dat is de van de... God van de feest en de wijn. Is het echt zo? Ja. Je bent niet van de wijn, hè? Ik ben niet van de wijn. Ben je van de wijn? Ja. Ben je van de wijn? Meer wijn dan bier? Is dat... Jazeker. Ja, echt waar? Ja. Oh. Dat wist je toch wel? Nee, ik zie jou altijd hier met een biertje. Moet ik volgende keer... Want dan, we hebben hier al heel veel wijn gedronken. Ja, maar dat is meestal... Ik zou eerlijk zeggen, als ik dat wij wijn dronken... dat was ook bij Nederland-Argentinië... En toen had jij twee glaasjes op en ik had de hele fles al. Ja, weer. Je ging redelijk hard. Oh, ik dacht ook echt, we vliegen eruit. Ik kan bij mijn reet hoesten. Ik zei wel verder. Op een gegeven moment kwam toen in die 90ste minuut die 2-2. Dan kut, nog een half uur. Tweede flesje gepakt. Ja, maar zeggen, dat was de tweede fles al. Was het toen de tweede? Nou, de derde fles gepakt. Ja, volgens mij was het, hebben we toen wel, ja. Als ik voor de wijn ga, dan ben je hem ook echt kwijt. Dat ja, is... jij drinkt wijn alsof het Ranja is. Oh, ja, nee, juist naar de culinair. Oh. Even sippen. Oh, die 5 euro wijn van de plus moet je wel echt in je opnemen, zeg. Ja, nee, okay, dat is waar. Nee, ja, nee, ik ben wel zeker meer van de wijn dan van de bier. Zeker. Echt waar? Maar vind je ook wijn het lekkerst of heb je liever sterke drank? Vroeger wel, nu niet meer. Vroeger wel, sterke drank, nu niet meer. Ja. Ja. En dan tequila, vodka. Nee, rum. Rum? Rum. Ben jij een rummannetje? Ja, wow. Bacardi rum. Alsof dit allemaal nieuwe informatie is. Nee, voor mij wel. Ik ben, zeg maar, dat is altijd, vind ik zo raar. Ik heb ik heel vaak met de chat ook over. Mm. Ik ben een soort maagdelijk klein jongetje die door het bos van alcohol aan het wandelen is. Ik heb al die... Schreeuwen voor de pedo's. Zo, hé. Ik ben een maagdelijk klein jongetje. Ik heb al die tijd geleefd in het truffelbos. Ik laat het anders zeggen voor de mensen thuis, want praten heel veel codetaal nu, sorry. Ja. Ik heb al die tijd geleefd van de drugs. Ja, same. En ik weet niet hoe het voor jou is, maar ik had altijd, als ik ging drinken, terwijl ik dezelfde avond ging blowen, dan merkte ik minder van het jointje. Dus dronk ik veel minder. Dat vond ik veel minder lekker dan. Ja, klopt. Dus ik dronk eigenlijk zo goed als nooit. Ik zie het ook bij heel veel andere stoners. Ja. Puur omdat ik dan alleen maar... Nou ja, stoned worden is leuker dan dronken. Of leuker, maar fijner. Vind je het echt leuker en fijner? Nou, dat ligt eraan. In welke situatie je zit.
Kijk, we kennen allemaal wel... tenminste, ik snap ook niet waarom mensen gaan blowen met uitgaan of zo. Of in de, ik denk, nee, dat is toch helemaal niet chill. Nee, dat zit je gewoon daar een beetje zo... Denk, ja, is, tenminste, ik zou dan echt denken van, is kut. Ja, ik denk sowieso wel. Ja. Maar ja. Nee, maar dat snap ik niet. En ja, met drinken is het toch van, oh ja, leuk, gezellig. Beetje wat meer extravert. En blowen is wat meer introvert, is voor mijn gevoel. Nee, maar eens, je gaat dan veel meer naar jezelf gekeerd zitten. Ja. Waarbij je inderdaad met een drankje veel meer naar buiten gaat... en ontastelijker wordt en god mag weten wat. Ja, meisjes gaat betasten. Ho, 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 Dennis. Waarom zeg je dat als ik in beeld ben? Ik had liever die camera op jou, terwijl je dat zegt. Nu hoor je zeg maar... God, dat zei jij toch? Ik dat zei dat niet. Vuile boef. Meisjes betasten. Ach. Het hele punt is alleen... jij hebt ook best wel lang, net als mij zeg maar... gewoon bijna elke dag zitten smoken of wat dan ook... Ja. Naar de kloten zijn gegaan... En daar heb jij niet veel tijd gehad om te drinken. Daardoor praten wij ook nooit echt over drank. Ja, nou, ik ben wel een laatbloeier, hoor. Want wanneer ben jij... ik ben, zeg maar, voor mij... 2019 hield het voor ons echt een beetje op, van dat drugsleventje. Dus heb je vanaf de coronatijd 2020, zeg maar, het opgepakt dan? Of daarvoor? Nee, wel eerder. Ja? Ik denk eigenlijk meer mijn studententijd. Echt waar? Ja. Toen heb ik meer leren drinken. Ik kon nooit tegen drank. Okay. Want ik werd gewoon heel snel misselijk. En ik vond het kut... En was jij er toen ook? Toen op de verjaardag van Naomi op MBO? Nee, dat ik ben nooit uitgenodigd op die feestjes. Toen hadden we gingen we indrinken. Ja? En toen had ik 2 biertjes op. 2 flesjes. Mm-hmm. Dat was voor mij toen al wel best wel veel. En toen kwamen we daar aan en toen kreeg ik een shotje. Stuitenbal heette dat. Ja, in Apeldoorn heette dat stuitenbal. Oké. Okay. En dat was van die mega zoete rode troep. Nou, en echt nog een half uur daarna was ik dus gewoon helemaal naar de kloten. En ik heb de rest van de avond daar op de wc zitten kotsen. Oh. Ik dacht echt dat het maar een half of een kwartiertje was dat ik daar was. Dus ik zei van, ja, kom er zo aan. Ja, Dennis, je zit hier nu al 2 uur. Ik zo, wat? Oh, wow. En toen hebben mijn ouders me opgehaald. Wow, dus ik heb echt maar een half uurtje van dat feestje meegemaakt. Ik heb dus wel... de heel beschamend. Jij was hier laatst. Toen heb ik jou een triple IPA gegeven. Ja. En jij zat hier moeilijk te doen. En ik voelde me wel. En ik dacht even, zit je nou stom te doen? Dus ik had 2 weken terug. Volgens mij het weekend voor Valentijnsdag. Ja, zeker weten, zaterdag. Dus eigenlijk niet afgelopen zaterdag, de vorige week ook welke het was. Was ik bij Gary Miller. En ik zou met hem even gaan zuipen. En hij kwam eraan in een speciaal bierwinkeltje. Oh ja. En die had dus allemaal speciaal biertjes. Een hele goedkope triple IPA's. Ja. Dus ik dacht, IPA'tje. Het is IPA, maar fuck eens. Jullie. IPA. Vind ik gewoon leuker klinken. IPA. Ja, of als ik IPA. 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 Kijk bij me de IPA. Wil graag een IPA. Oeh, daar ben ik met 2. Het hele ding is... hij gaf me er een. Oké, voelde ik niet. Deze zei ik, nee, ik doe er nog eentje. Oké, toen dacht ik, ik ken het de buurt. Zeg, ik doe nog maar eentje. Oké, let's go. Einde van de avond, eindstand, had ik 7 IPA's, triple IPA's gedronken. Oh, nou, toen dacht ik ook bij mezelf, die ging toch wat harder dan ik dacht, hè. Oh, jezus. 6 of 7 trainen, ja. Jij kan aardig wel hebben, maar... Ja, nou, zelfs ik ging daar, dat ik bij mezelf... Ja, joh. Ik vroeg ook, waarom draait Utrecht? Kan iemand die stilhouden? Waarom draait Utrecht? Ja, kan iemand gewoon... Zit ik in de draaien? Hey, Amersfoort. Jezus. Ja. Maar dat was ook voor mij. Ik ben niet. Ik kan wat hebben met drank, maar ik drink niet zo heel veel vaak, zeg maar. Nou ja, dus, weet je, ik heb ook wel gemerkt, misschien dat de chat dat wel kan beamen, maar het is ook wat je gewend bent om te drinken. Ik weet nog dat ik een van de eerste keren dat ik een triple dronk, was bij iemand thuis. Ja? Dat is, zijn vader was zo van, oh ja, willen jullie jongens een triple? Dus ik zo, ja hoor. En daar had je al een paar biertjes op. En dan dat trippeltje, nou, en die klapte erin als een bom. En ik zat echt, ik was echt tering naar de kloten. Ja, ik weet van eerder nog wel, als je naar de kloten wil gaan op een drankje, dat je dan altijd ging kijken voor die, hoe heet dat, Grols kanon. Oh, kanon, ja. Oh, dat was vatsig. Oh, ja. Dat was niet te zuiken. Ja, dat is ook zwaar bier. Ja, maar dan vind je die IPA's wel fijn, want dat proeft niet zo vatsig. En nee, het heeft hetzelfde effect. Wat frisser, ja. Ja. Ja, maar ja, dat is maar net wat je gewend bent. Ik word ook nog steeds sneller dronken van wijn dan van bier. Echt waar? Ja. Ja. Maar drink jij omdat je het lekker vindt of drink je voor het gevoel? Want ik heb persoonlijk dus, ik drink echt puur voor het gevoel.
En als ik iets zou drinken in de stad, met jou of wat dan ook. Ja. Ik kan wel een biertje drinken, maar stiekem wil ik dan gewoon direct 5 wegtikken. En gewoon lekker dat voelen en lekker de kloten naar huis gaan. En ik vind het niet chill om te drinken voor de smaak van het bier of de drank. Of de... Mm. Dat is niet aan mij besteed. Misschien is dat verslavingsgedrag, hoor. Dat ik zou dat ook niet kunnen met blowen. Ja, dat is wel mijn eerste ingeving. Maar ja, kijk, natuurlijk op het moment dat jij op een feestje bent, dan drink ik ook voor het effect. Zeg maar, dan is het ook zo van, nou ja, ik wil wel een beetje aangeschoten worden of een beetje dronken worden. Maar als ik thuis met het eten koken een glas wijn drink, drink ik niet om dronken te worden. Dan drink ik echt een glas wijn omdat ik dat lekker vind. Dus ja, dat is net wat je, ja, welke situatie je dan zit. Is dat zo? Ja, ik zie dus in de chat ook weer losgaan. Plantenstudent die zegt, dat heb ik met wijn. Wijn klapt er bij mij dus zo hard in. Waarom heeft hij erop reageert? Wijn krijg ik toch wel met de grootste kater van. Wordt echt nooit meer wijn drinken. Moet je duurdere wijn halen. Is dat echt zo? Ja. Goedkopere wijn? Goedkopere wijn krijg je hoofdpijn van. Oh. Pinky zegt nog, dat is de vormgever trouwens. Shout-out naar Pink Blanket in de chat. Die zegt, verklaart wel waarom je IPA's bestelt. En dan zegt Krokkie nog een keer, maat houden, I guess. Ja, nou ja. Dat is dan denk ik het beste advies eigenlijk. Ja, tegen de alcohol. En je moet weten wat je kunt. Ik denk dat, ik weet niet hoe oud iedereen is, maar het is natuurlijk altijd van, je moet weten waar je grens ligt. En soms ga je daar overheen. Ik ben laatst nog een keer een beetje over mijn grens heen gegaan. Echt waar? Ja, met het nieuwjaarsborrel van werk. Dat is een hele chique plek om dat te doen. Hè? Ja, nou, ik was niet dronken of zo. Ja. Maar we kregen zeg maar allemaal een openings... Nou, wat was het? Champagne, wijn, ik denk... Nee, het was champagne, denk ik. En een collega van mij drinkt niet, dus die gaf zijn fles... Of zijn fles. Zijn fles ook. Die gaf zijn glas aan mij, dus die heb ik opgedronken daarna nog een. Dus ik had in de rappigheid 3 of 4, weet ik niet. Geen goed gebaar. Nee, ik denk 3. Ja. Of was het dan? Nee, 4. Dus bij mijn 4e... Of 5. Nee. Ik had gewoon het hele kratje mee naar huis. Of was het helemaal niet een nieuwjaarsborrel? Dat was de heroïne die ik had meegenomen. Ja, was het die gewoon in de kroeg? Ja, was het heel goed. Nee, maar toen dacht ik op een gegeven moment, toen ging ik naar huis. Toen dacht ik, poeh, ben best wel terug. Ik heb een tukkie gedaan. Oh, in je stoel. Nee, in mijn bed. What the fuck? Weet je, gewoon slapen bedoel ik? Ja, gewoon werken. Van... Nee, toen ik naar huis ging, dat ik eventjes een tukkie had gedaan thuis. Oh, wauw. Ja. Dan ben je wel echt goed ver. Ik heb dus altijd, met drank is een beetje het irritante. Er is een moment, en dat heb ik best wel de laatste tijd vaak aangetikt. Dat was 2-3 keer in een jaar tijd, vind ik heel veel. Mm-hmm. Dat het zeg maar blackout. Dat ik het echt niet meer weet. Oh ja? Ja. Jij drinkt ook echt veel. Ja, als je gaat, dan ga je goed. Ja, als ik ga, dan ben ik echt... ik vind mezelf ook, dat weet ik van mezelf, ik kom vaak complimenten. Ik ben een leuke dronkaard. Ja. Ik ben niet vijandig of wat dan ook. Ik ben vriendelijk, ik help mensen. En, veel te gezellig. Ja, daarom. De avond herken ik Bardo, we gaan naar huis. Nog even die handje geven. Ja, wacht maar, misschien kan ik je wel meenemen naar de DSA-party dit jaar. Dat DSA-party? Ja, de Dutch Stream Awards-party. Oh, ja. Dan zie je al de gezellige mensen in de chat. Alleen, het enige rottige voor jou is, Dennis, dat je dan niet het rookhok in kan gaan. Want het rookhok is een trappetje naar boven, daar moet je dan zitten. En, oh, goed. Ik rook toch niet meer. Nee, maar dan kun je ook... Dan zitten wel de leuke stoners, is wat rustiger. Dat mis ik zo erg. Wat? Nou, dat sociale stukje van het roken. Ja? Ja, mis ik echt. Ik heb nu veel collega's die niet roken, dus daar heb ik niets. Maar andere momenten, ja, heel erg. Dat mis ik heel erg. Ja? Ja. Ik vind het nog altijd, ik voel... Ik zie er heel erg tegen op dat er binnenkort die tabakzaken komen. Ja? Dat ik dan weet gewoon van, net als dat je naar de apotheek moet gaan, dat je ergens heen moet lopen om je kankerstokjes te halen die je op gaat roken. En ik denk bij mezelf, ja, dan voel het wel echt, dan ben ik wel echt een verslaafde junkie. Ja, maar dat is precies ook waarom ze dat doen. Ja, dat het besef. Dan wordt het een exclusieve ding dat je denkt, oh ja, ik kan niet zomaar overal sigaretten halen, net zoals dat ik mijn eten kan halen. Ja, dat is heel goed, vind ik. Ik snap wat je zegt. Ik wil even snel tegen de chat zeggen. Je kunt eindeloos door blijven vragen wat voor werk Dennis doet. Maar dat je aan het begin erbij moeten zijn. Waarom wil je dat weten? Ja, mensen willen weten waar je werkt. Maar dat kan volgende week of zo wel. Kunnen we even kijken. En ik zie ook nog, Krokkie zegt dat. Ik kreeg een compliment van Twitchers. Dat ik kan heel erg amicaal roken op stream. Zoals net met jou, als ik een peukje opsteek. Ja. Dat is heel erg amicaal. Alsof mensen krijgen schijnbaar het gevoel ervan als ik aan het roken ben. Van, oh lekker, ik zou ook wel willen roken. Dat ik rook zeg maar, ja leuk. Want, weet je, zoals in de jaren 90 toen de... Dat is het compliment wat ik krijg. Ik hoor het ook, het amicale roken. Dus zoals Theo van Gogh vroeger altijd met Bart de Graaf en zo. Met een pakje peuk op tafel. Klopt. Ja, oké. Maar dat image heb je ook wel een beetje.
Hebben jij, vind je dat ook? Want, ja, ik vind het best wel. Het is voor mij dat ik denk, ja, kut. Ik wil niet hebben dat nu iedereen die dit ziet bij zichzelf denkt, oh, dan ga ik ook roken als nee, partner. Nee, zeker niet. Nee, ja, ik, ja, nee, ja, eerlijk. Ja. Ja, ik vind het. Dat je heel erg als een, hoe zeg je dat? Als een roker rookt. Ja, als een roker. Als verslaafde rookt, zeg maar. Ja, ketting verstokte. Ja. 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 Het valt dus niet altijd even erg, hoor. Maar ja, nee. Ik vind dat van mezelf ook, hoor. Als ik vind mezelf er niet uitzien als zich. Dat is één van de redenen waarom ik ook ben gestopt. Mm-hmm. Dat ik dacht, nee, ik vind mezelf super kut. Voel jij je lichaam verbeteringen nu gestopt met roken dan? Als het nou ja, huid, dat of... is appels met peren vergelijken. Want ik sport nu en ik ben veel gezonder nu. Mm-hmm. Dus... ja, maar ik weet niet of dat per se door het roken komt. Oké. Okay. En ik weet ook niet of ik echt dermate zodanig inspanning lever waarbij je dat conditie merkt. Ik snap je. Nee. Ja, ja, ik gewoon, ja. Je merkt het niet heel erg, maar met name... Nee, voel ik bloot nog steeds, hè. Dus dan, ja. Voel je ook niet schoner op je longen of je... Nee? Nul? Niet per se, nee. Oh, ik zou me in kunnen denken dat het daar ook nog wel iets op bijdraagt. Nee. Nee, het is meer zo dat... Maar goed, ik heb natuurlijk nooit echt heel veel gerookt overdag, hè. Want dat was altijd mijn ding. Dat vind ik sowieso... Dat is wel echt als je... Je voelt je zoveel beter als je overdag niet rookt. Ja? Ja. Dat vond ik altijd, zeg maar. Jij bent nooit overdag. Je ging altijd een avond ergens een keer roken. Nou ja, ik had altijd dat als ik de eerste sigaretten gerookt had... Daarna was het gewoon... Het hek van de Dam. Ja. En dan had je pas op een gegeven moment zin om een sigaret. En dan ging je pas... Dus ja, op een gegeven moment dacht ik gewoon van ja, waarom zou ik overdag roken als ik ook gewoon, nou ja, s'avonds op het moment dat ik het echt wil, dat ik dan ga roken. Ja, ik zie hier ook, ik zie een hertog Jannetje op tafel staan, puntje, puntje, puntje. Ik vind je heel radicaal roken. Als ik Bardo zie roken, krijg ik niet het idee dat ik ook wil roken. Heel goed. Dit is waarvoor mensen volgende week terug gaan komen. Dennis, zijn werk blijft een mysterie. Nou, wie weet komt dat nog een keer voorbij. Ja. Ik heb meer, als Dennis in de rolstoel zit, eigenlijk... Zou ik ook willen in de rolstoel willen zitten in plaats van Bardo willen roken. Nou. Hey, fuck jou, V-chatter. Fuck jou. Volgende week weer met Dennis, AUB. Kunnen even kijken, Pinkert. Ja, dit is dus de vormgeving. Pinky, dit is leuk. Dennis vond de vormgeving, het logo wat boven zijn hoofd staat nu, vond hij heel erg mooi gedaan. Dus ja, shout-out naar jou. Heel tof. Toen moest ik uitleggen wie dat is, want dat is voor jou een hele nieuwe wereld, dit Twitch-wereldje. Hè? Dat, ja. Je hebt Pinky, je hebt Krokky, je hebt Pizza Koe, je hebt Intens Broodje. Je hebt al die namen, je hebt Nos, je hebt... Hank Games 11. Ja. Voor jou zit allemaal dat je denkt, wie de hel? Meertie in de chat ook. Pink Blanket. Ja, Pinky is... Ja, ik vind, je hebt talent. Chapeau, goed gedaan. Ja. En rokers zijn sociale mensen, ben ik het helemaal mee eens. Thanks Dennis. Dat is toch leuk, hè, die Pinky man. Wat een wereldgoos. Dit is waarom je terug moet komen. Ja. Hij zit gewoon elke donderdag met een dipje. Dan mag jij buiten gaan lopen lullen. Fucking Pinky, jongen. Leuk dat je erbij bent. Nee, maar dat is heerlijk. Ja, ik moet zeggen... Chapeau, ja. Ik heb van jou overgenomen om te zeggen dat ik voor mijn 30ste wil stoppen met roken. Oh ja? Ja, en ik ben nu 30. Dus ik zie nu... Ja, ik moet het echt eruit gaan flikkeren. Ja, weet ik niet. Ja, weet je, dat blijf ik ook nog altijd zeggen. Ik wilde niet meer de persoon zijn die rookte. De persoon zijn die rookte? Ja. Dat je op een feestje bent en je weet, ik wil roken, Dennis rookt, ga je mee naar buiten. Zo bedoel je hem? Als jij een beeld van jezelf hebt, is dat dan iemand die rookt? Ja of nee? Ah, oké. Okay. Wil je dat beeld van jou rookt? En dat vond ik bij mezelf... Ik vertelde laatst aan mijn collega's, die mij dus... ik ben nu goede 2 jaar gestopt met roken. Die kennen mij dus niet als roker. En ik vertelde dat ik dus... Nou, sinds mijn 14e rookte. Ja. Zei ze, nou, dat vind ik helemaal niet bij je passen. Echt waar? En precies daarom, want dat vond ik ook altijd eigenlijk van mezelf. Dat ik dacht, ja, ik dat past helemaal niet bij mij. Ik deed omdat het stoer was. Ja. Dat ik iets stoerder zou zijn. Maar het past echt niet bij mij. En dat vond ik op een gegeven moment ook. Dus ik, ja, als je dan daarna gaat gedragen... Ja, ik zal je zeggen, ik associeer je nog steeds met roken. Ik vind jou ook past wel bij jou. Ja, nou ja, dat gevoel van bij mij past, dat heb ik helaas ook. Of associeer je mij met roken? Sorry. Associeer jou met roken. Sorry. Oké, okay, dat maar begrijp ik niet. Mezelf die associatie kan ik ook leggen. Ja, dan denk ik, godverdomme. Nee, maar dat is denk ik met name zo. Je zou mij hebben overtuigd als je blowen er ook uitwerkt. Nou, een maandelijks jointje of wat dan ook. Ja. En als je dan die tabak is een peer. Want ja, ik moet zeggen, als je mij nu vraagt om een sigaretje, hè, dan sta ik nog steeds. Ik denk, je mag wel peukie. Laatst ook bij die Ant-Man première. Ja. Dat ik hem geef en denk, oké, fuck it, geniet ervan. Ja. Maar tegelijkertijd is het dan wel zo...
de verbazing zou... Dan zou ik het ook niet eens geven als blowen eruit is gewerkt. Naar maandelijks. Weet je, dat is wat ik bedoel. Niet stoppen met blowen voor altijd. Ja, maar dan zou je me zeggen van... Nee, ik ga je geen sigaret geven. Ja, dan, want... ja, dan heb ik zoiets. Weet je, de dagelijkse tabak is het al zo ver vanaf uit je leven. Zo ver. Oh, alsof je mij weer verslaafd zou maken. Ja. Oh, zo. Nee, dat is... Want voor nu is het... Ja, het is geen sigaretje. Maar zelfs je zegt... Nee, ik ben gestopt met alcohol. Ik drink geen bier meer. Alleen wijn. Ja... Ja. Klopt eigenlijk wel wat ik dan ja, zeg. Ja, nee, dus dat is de associatie die ik bij je heb. Dat ja. Ik zie je nog steeds als bierdrinker, ondanks dat je nu wijn drinkt. Ja. Nou, biertje voor je neus. Maar ja, daar ben ik altijd zoiets. Ik ben benieuwd hoe dat jou zou staan. Als je ook de blow eruit zou gooien in ieder geval. Ja. Verdomme, nu mis ik dus een stuk door reclames. Ik begon net spannend te vinden. Ja, we praten wel lekker verder hier zo. Bardo, ik ben inmiddels 33 en ik rook nog steeds lekker bezig. Sorry trouwens voor lieve mensen voor de blog. Of iets anders kunnen doen dan dat. Maar dat is ook iets... Hoe noem jouw moeder of je vader dat? Als jij stoned bent. Mijn moeder was steeds... Zit je lekker aan de blow? Aan de blow. Heb je hier een blowtje gedaan? Ja, de ouders zeggen heel vaak... heb je een wietje gerookt? Een wietje? Ja, dat zei Jeroen ook altijd. Nee, mijn... wat ik wel vervelend vond... is dat toen mijn ouders net om een beetje... wisten... ja, echt wisten dat ik blowde... dan zei mijn vader altijd van... ja, maar toen was hij zeker in hogere sferen. Ja. Ja, dat vond ik dan altijd wel heel schattig of zo. Dat hij dat dan zo van... oh, dan was hij altijd... Maar nee, ja, mijn ouders hebben er nooit zo over gehad. Ja, ouders hebben hetzelfde als de mijne, geloof ik. Als in, het is voor hun heel bekend terrein. Ze weten van de blauwe, ze weten van alles. Hè? Ja. Alleen, ze hebben het respect nog om het een soort van taboe te laten. Doen alsof het er niet is. Ja, het is er wel. Ik weet niet of het uit respect is. Ik heb altijd wel bij mijn ouders het gevoel dat ze het hebben gedaan. Zo van, nou ja, weet je, laten we het daar maar niet over hebben. Want dan geven we het ook een soort van niet toe. Of dan hoeven we er ook geen discussies over te hebben. Hmm. Want mijn moeder is denk ik wel anti. Ja? Ja, mijn moeder is anti. Anti-smoken? Ja, dat denk ik wel. Ja. En mijn vader minder... Maar ja, dat is sowieso... Ja, die vindt het sowieso allemaal niet zo heel erg. Maar ja, nee. Wat is het meest speciale jointje wat je hebt gerookt? Het meest speciale jointje? Ja, welke komt er hier op? Misschien heb je niet één, maar... Oh ja, als in moment of zo. Nou ja, als ik voor mezelf... Ik weet dat ik met Leon Winkler... Dat is nu de hoofdpersoon van Ubisoft Amerika. Die deed de E3-show en zo. Oh, ja, dat ik met hem op Amsterdam wel eens heb zitten smoken. Ja. Ik weet dat ik bij premières weg ben gegaan om met een bekende radio-DJ, wie zou dat toch zijn, daarmee in een steegje te gaan smoken. Dat vond ik heel dope. Ik vond het ook wel heel grappig toen... Nee, dat moet ik denk ik niet zeggen. Nee. Wat dan? Nee, dat we met een Engels sprekende Nederlandse YouTuber gingen smoken. Een Engels sprekende Nederlandse... Op een Dutch YouTube Gathering. Een Engels sprekende Nederlandse YouTuber op de Dutch YouTube Gathering? Ja. Wacht even hoor, dan... Alle camera's weg. Ik doe heel veel de audio. Hebben we met hem gesproken? Hebben we dat gedaan? Ja. Wanneer? Ja. Volgens mij... nu ga ik misschien te veel. Gasfabriek? Was hij bij ons gaan zitten? Zeker. Het groepje van Thomas en zo. Nee, Thomas was er toen niet bij. Ik weet, dat was ook bij de eerste Feed Awards dan ook en zo, toch? Oh ja, dat was de Feed... Ja, dat was toen bij de Gasfabriek. Dat was geen Dutch YouTube Gathering. Ja, toen dachten we nog bij... Dat zal ik nooit vergeten. Dat we toen dachten van ja... Ik was genomineerd, geloof ik, voor de Comedy Award. Voor de beste Nederlandse comedy YouTuber. Ja. En ik dacht bij mezelf... Nou ja, die prijs zullen ze wel uitrekenen ergens halverwege. Ja. Wij zaten buiten, begonnen over een kwartiertje. Dus we rolden nog even 2 jointjes, weet je. Fuck it. Dat deden we dus ook. En vervolgens lekker gebloot, lekker naar binnen. Yeah. Eet je wel. We dachten, ja, echt, die show kan ons aan onze reet roesten. Al die kinderen waren enthousiast, die wouden dat heel graag zien. Yeah. En wij dachten, ja, krijg de tyfus. Hè? Dus we gingen lekker blowen, we gingen naar binnen. En wat gebeurt er? Bij de deur komt een pizza bezorger aan van New York Pizza. Oh ja! Toen dachten we, geef maar. Dat we zo'n stapel pizza kwamen knijterstoot een half uur te laat binnen. Gingen we pizza's uitdelen aan mensen. Ja. Het was de bedoeling dat iedereen 2 stukjes zou pakken. Ja. En we hadden allemaal een eigen doos genomen. Want we dachten, ja, we zijn stoot, we zijn op een awardshow. Ja. Op een gegeven moment zaten we daar.
En beauty was gegeven, gaming was gegeven. Vervolgens beste man, beste vrouw. Toen dacht, dat was wel heel gezellig. Toen dacht ik van, ja, maar dat moet toch wel een keer nu het moment gaan komen voor comedies. Ik voel dat ik... Dylan, wie heeft de beste comedy gewonnen? En hij wees zo. En dan zat Rutger daar met die kut award. Dacht, heb ik nou echt hier 3 kwartier gezeten, knijperstoot, pizza's vretend? En er is gewoon, de comedy award is al weg. Ik heb gewoon de comedy... En schijnbaar was er dus ook nodig op podium of zo. En ik zat bij... Ik was een van de mensen die het podium op moesten. En ik was er niet bij. En ik zat buiten te blauwe pizza te vreten. Dat was echt... En daar was die persoon die jij net aan mij vertelde dus bij. Ja, buiten. Buiten. Ja. Oh, wauw. Leer ik ook weer wat. Ik was het helemaal vergeten. Normaal onthoud ik het niet. En ook mee gesmokt. Ook echt mee. Oké. Dat is wel een hele grote YouTube-naam inderdaad. Ja. Laten we dat niet doen, want dan krijgen we echt gezeik met de kabel. Ja, nee, dat moet... even kijken. Gieltje, denk ik. sorry, jij kan het toch niet laten. Toch kun je niet laten. Sorry hiervoor. ja, dan kunnen we het ook. Maar dan wil ik ook even zeggen, hij heeft daar de meest legendarische quote gezegd. Die onthoud ik forever. Wat dan? Wat heeft hij geroepen? Hij dan? Zei gewoon, want kijk, hij was natuurlijk niet nergens voor genomineerd. Nee. En toen zei hij, ja, ik ben godverdomme, ik heb meer abonnees dan iedereen die fucking hier rondloopt. En ik word er nergens voor genomineerd. Dus dacht ik... Ja, man. Je hebt fucking gelijk. Hij was ook toen echt heel erg booming. Die, Ja, maar hij kreeg nul respect. Uit de community. Ja, nee, dat was... Wij konden daar met hem langslopen. En mensen dachten gewoon van... Terwijl hij daar de grootste was die daar rondliep. Ja, maar dat is hij zo... Ja, in Nederlandse kinderen kijken niet zozeer naar dat... Nee, nou, maar daarom vond ik het ook zo legendarisch. Dat hij daar zei van... Ik heb godverdomme meer dan abonnees dan jullie allemaal met elkaar. Ik vraag me wel eens af of Jordi ook zo groot was geworden... als hij Nederlandstalig had gedaan. Nee, natuurlijk niet. Nee, daarom. Nee, maar dat, ja. Ja, dat is een beetje het lullige eraan. Hij werkt in de markt die hij bedient, zeg maar. De buitenom weet ik niet of het voor hem... ondanks dat ik wel zijn house tour met JJ Boske heel hoog heb zitten. Oh god, cringe. Ja, dat was niet zo goed gedaan van Jordi, maar alle liefde. Oh, sorry. Ja, hij is wel een beetje ontspoord nu, hè? Jordi? Ja. Ja, hij is aan het zoeken, hij is aan het graven. En ik vind het leuk om te zien... Ik zie wel dingen, zeg maar... Van Jordi voorbij komen. Ja, maar ook wat ik denk van... Oh ja, dat heb jij ook wel een tijdje gehad, zeg maar. Ja, het spetteren voor je gaat verzuipen, ja, zeg maar. Precies. Ja, ja, ja. Exact dat. En dat gevoel, dat is me niet onbekend als ik naar Jordi kijk op zijn Twitch. Dan denk ik, Jordi. Ja, het is echt heel... Of zijn Twitch, zijn YouTube. En ik heb zo op Twitch nu, hè. Ja. Fuck je mijn leven, Twitcher. Man. Heeft Bardo een penthouse van 5 miljoen gehad? Nou, just saying. Ja, zeker. Twee. Twee zelfs, ja. ik kwam hem dus een keer tegen op Tinder. Heb je daar rechts geswiped, Mirti? Dat is nu een beetje de vraag. Oeh. Als je Engelstalig maakt, draai je gewoon niet mee in de Nederlandse scene, zeg maar. Ik snap het wel. Ik snap het ook. En het is niet erg. Maar toen was dat nog veel minder. Dat je niet, toen viel je er nog echt heel erg buiten. Ja, true, nu nog steeds een beetje, toch? Als je Engelstalig... Ja. Nee, helaas, zegt Mirti. Mirti... Het is niet alsof het per ongeluk naar links is gegaan, hè, de swipe. Je hebt hem zelf doelbewust naar rechts geswiped. Had wel content geweest. Had ook liefde kunnen zijn. Oeh, had ook liefde. Ja. Ja, nu... Of keiharde seks. Ik ga hierover op voordat we gaan praten over welke YouTuber denk jij het grootste lul heeft. Wie zou het beste zijn in bed? Is het die... Defano of niet? Oh nee, dat mag ik niet zeggen. Zeg jij Defano? Ik voel de bescheidenheid van sommigen dan wel. Dat ik denk, bescheiden... Ja, ze zeggen altijd lange mannen, ook grote pik. Dus misschien dat Rutger ook wel... Rutger zou jij... Rutger Packing? Rutger Doobie Packing, bro? Nee, joh. Hey, Gerry van Boven, dankjewel voor het suppie. De alerts staan alleen uit. Dus we horen er niks van. Koen van de Bank zit. Oké, laten we dit niet doen. We gaan nu echt hebben over... Dit is een heel slecht idee. Ik wil nu ook al mijn excuses aanbieden. Ik heb weer hele domme dingen gezegd. Ja, dit is ook heel kut. Moet dit ook nog even oefenen, dat live. Godverdomme. Weet je dat ik zat te denken wat mij leuk lijkt? Want we zitten hier nu inmiddels... Weet je hoe lang we hier al zitten nu? Ja, want ik wil er ook een eind aan breien. Ja, daarom. We gaan zo van door. Wat ik zit te denken. Voor volgende keer wil ik dit scherm werkend hebben erbij. Dat snap ik. Kunnen mensen, dan gaan we. Ik heb een domein voor ogen die ik ga kopen. En daar kan je op zien. Je gaat 3 soorten donaties krijgen die je in deze stream kan gaan doen. Ja. Je kan voor €5 je bericht op het scherm laten hebben. Dus als jij het belangrijk vindt om mee te lullen in een onderwerp, €5. Kom op het scherm. Dat lijkt mij heel leuk. Ja, dus dan moeten we wel reageren. Ja, dan kun je echt ons onderbreken hier zo. Ja. Heb je dit shot en dan kijken we gewoon live mee en zeggen we: oh fuck, dit wordt er geroepen. Moet je wel met goede punten komen. Ja, stel dat geld zie je gewoon Duitse volkslied. Ja, gek, dat gezeik. Ja, never gonna give you up. Voor €10 is het TTS. Oh ja. Dus dan knalt het ook door de woonkamer. Dan gaan we het ook luisteren.
En ik zat te denken, wat misschien leuk is... ik weet nog niet de uitwerking ervan... maar enveloppen vragen voor €25. En dat... Je wil dan hele moeilijke... Ik twijfel. Sappige vragen gaan we... Ik zit te denken misschien om een roulette ding te kopen. Oh, god. Ja, dan krijg je gewoon een vraag uit de roulette. Oh. En dan heb je zeg maar rood, groen en zwart. En groen wil je echt niet hebben, want dat is de kleinste kans. Dan krijg je echt hele nare kutvragen. Oh. Ja, ik weet niet. Ik dacht bij mezelf, ik voel hem wel om iets op die manier te doen. Dat is wat nu op dit moment, kijk, het lullige is... Ik wil niet hebben dat we hier de hele tijd door Bartonia onderbroken worden in een gesprek. Want dan heb ik gewoon de podcast in de kloten. Er moet wel tea zijn. Er moet zeker thee zijn. Topplan, ik voel thee. Alweer een rat van fortuin. Ja, maar dan dit geval is het meer een roulette rat met vragen erbij, zodat we het gesprek verder kunnen doen. Ja, ik hoop dat chat dan lief is. Nou, dan moet je het limiteren tot 5 of 10 vragen. Nee, kijk, als ik 10 vragen moet openen voor €25 per stuk, dan is €250. Nou, dan kunnen wij lekker een keer naar de bioscoop. Dat is alleen maar omzet wat dat betreft. Vertel ik wat voor werk ik doe. Dat is 1 van de 10 vragen. Gooi dat geld erover de balk. Ja. Nou ja, dat vind ik een beetje nu op dit moment. Wij ook mensen die subjes gooien, dat komt op de andere computer binnen en dat horen we afgaan. Nee, dat is ja. Maar dit is gewoon kut. Je hebt liever dat de interactie nog wat hoger, zoals dit nu. En het lijkt me leuk als mensen mee kunnen discussiëren. True, true. En Mauro Griff, dankjewel voor je Prime sub. Want ik vond dat net bijvoorbeeld bij jou. Prime is altijd Big Brain trouwens even genoemd. Dat er iemand in de chat was die ook begon over de knieschijven en zo. Ja. Dat ik denk, ja, maar dat is wel... nou, ik wil zeggen, de essentie, dat is wel het leuke eraan. Dat als jij iets vertelt, dat mensen interactie hebben. En we proberen de chat bij te houden, dat lukt niet altijd. Ja, ik wil ook jou aankijken. En dan wordt het zo'n, oké, laten we een gesprek voeren. Want als we dit nu even gaan, want die 3 opties voor volgende week uitwerken. Dus dan zorg ik dat ik envelopjes heb en zo. En in ieder geval die eerste 2 opties. Ja. Bardo, je had al een PM... Mag ik mee bemoeien over de regie, de set? Gluurdertje, als jij ideeën hierover hebt, heel graag. Kijk, dit zijn de shots die we nu hebben. Het is allemaal even snel opgezet. En de regie, zoals mensen hier kunnen zien, mijn rechterhand hier in de onderhoek. Ik doe dat heel snel in de weerschakelen de hele tijd. Dus alles wat je ziet, is door mij gedaan. Dat is misschien wel even leuk om resumerend. Wat is jouw gevoel over deze eerste? Ik vond het heel leuk. Ja? Ja, ik denk dat het lekker werkt zo. Ik vond het ook leuk om met de chat te praten daarin. En dat werkte nu heel goed. Oké. Okay. Vond ik. Ik weet niet of misschien dat de chat denkt wat minder of wat te weinig interactie. Ja, jongens, op een schaal van 1 tot 10, hoe leuk vonden jullie het? Ben ik even benieuwd. Want ik vind het fijn dat we niet al te veel interactie hebben gehad. Het voelt nog steeds als een normaal gesprek. Volgens mij is de regie die ik hier de hele tijd stiekem voer ook niet heel erg irritant voor jou. Nee, in het gesprek. Ik vond het niet vervelend. Nee, vond je het lastig? Soms had ik wel... Het punt is, als ik nu bijvoorbeeld de camera op mezelf zet... Mm-hmm. weet ik moet mezelf wegklikken zijn bij jou. Mm-hmm. Ik moet erbij, ik heb 2 keer kan ik achter jou, want achter jou daar zo staat een scherm. Yeah. Daar kan ik dus zien wat ik aan het doen ben. Yeah. En ik 2 keer dat ik dacht, pas na 2 minuten... Dacht, kut, ik zit verkeerd om te schakelen. Oh, dus ja? Als jij praat, dan ben ik in beeld. En als ik praat, ben jij in beeld. Ik ook kut, snel van hem. Dus even, dat kan gebeuren. Kinderziektes. Dus we krijgen veel achters. Even kijken. 8, 9... 8,6, 8, maar weinig interactie. Het zou ook zo blijven. 8, 10, een 8, een 5,5 van Gluurdertje. Ja, maar die moet ze bekhouden. Nee, Gluurdertje die werkt ook in de mede. Dat is wel iemand met ervaring. Oh. Dat is wel, Maar hij zit haat op de setup. En dat ben ik wel met hem eens. Ja, vind je de setup kut? Nee, maar het moet gewoon nog even wat clean. Ja, natuurlijk. Mag wat netter en zo. Frames met name op die camera. Terwijl het shot, als je nu op het scherm achter jou kijkt, dat shot daar, het past wel lekker zo, toch? Ja. Het shot hier pakt wel lekker. Alleen kijk, als we deze doen en deze van mij. Kijk, dit zijn niet echt... Nee, tegenlicht. Sowieso een laddertje erbij is nooit echt geil. 8,5, 8, 9,5, 7,5, 10 plus zelfs. Doe eens een wheelie, solide 7. Doe zelf een wheelie. Dit zijn goede cijfers. Vraagteken, 9, 9, 5,5, 10. Uurtje gekeken, goede 8. Iemand geeft het een 4. Oké, qua gesprek een 8 plus. Maar die trap, dat is een 5. Ik snap dat de trap achter mij... En ook dat hij dan krijgt Gluurdertje volgende stream een trap. Ja, dat is een hele grote trap hier op tafel neer van Gluurdertje. Nee, lieve Gluurder, die was wel de man die 10 gift had gooien. Dus ik vind het wel lief dat iedereen ook zo positief is. Wat gaat er in de pan vanavond? Dat ga ik niet eens uitleggen. Ben jij bekend met de panstreams? Ja, sinds vorige week. Echt waar? Ja. Oh, dat heb ik jou verteld natuurlijk. Ja. Ja, dat is meteen ook gewoon het beste binnenkomen. De cacao snuiven. Ja, lekker. Lekker man, de hele avond cacao geroken. 8. Het microfoongeluid in de scène met de cam op Bardo is iets harder dan in andere scènes. Is dat zo? Volgens mij valt dat wel mee, toch? Even kijken. Ik denk omdat jij iets harder praat. Oh ja, maar de geluiden staan hetzelfde als ik hier ook kijk, maar dat maakt niet uit.
Dennis, sowieso een 10 plus. Vind je het juist een huiselijke setting? Leuk. Ja, het blijft ook huiselijk. Ja, eens. Weet je wat het doel is? Daar blijf ik bij. Wij moeten een gesprek kunnen voeren. Jullie als chat kunnen ondersteunend werken. Bij sommige onderwerpen kunnen we naar jullie vragen. Wat we vandaag ook deden. Dat vond ik heel goed werken. Ook leuk. En de geilheid moet erin blijven. Dat als jij zo meteen gauw naar huis gaat, dat ik alles in die kast flikker. Oh. En volgende week er weer uit kan toveren. Ja, ja. En dat ik niet het gezeik heb de hele tijd van kabel. Nee, snap ik. Dat houd ik gewoon heel verdrietig van. En Gluurdertje zegt nog, Dennis sowieso een 10 plus. Dat is heel erg lief. Dat is wel heel erg dank cute. Dankjewel. Dus volgende week wil je het weer doen? Zelfde zender, zelfde tijd? Of, zelfde zender, zelfde tijd. Volgende week. Kijk het rustig even. Dan kunnen we. Ik had wel iets. Of wanneer was dat? Ik heb geen idee. Als volgende week kan ik ook Gentle. Nee, ik kan volgende week wel. Oh, ja? Shit, dan moet ik toch doen. Weet je waar ik heen ga? Ik heb vandaag kaarten besteld. Oh, waarvoor geen? Avond van de filmmuziek. Nee joh, ja. Maar is het Hans Zimmeravond of zo? Of, ja, alle filmmuziek. Oké. Okay. Ja, heel cool. Wat moet ik me daarbij indenken? Gewoon alle filmmuziek ooit? Een orkest, gewoon een gigantisch groot orkest die filmmuziek gaat spelen. Dus Star Wars en zo. Oké. Okay. Ja, fucking cool. Dat is wel dope. Ja. Alleen, ben jij van de filmmuziek dan zo per definitie of valt dat wel mee? Ja, zeker. Welke moeten voorbij komen om het een geslaagde avond te maken? Wat denk je? Dankjewel daarvoor. Dune natuurlijk. Oh, Dune, oké. Okay. Ik zat oprecht te denken aan Interstellar, Inception. Ja, zo mooi, maar niet. Wie heeft Dune? En Lord of the Rings natuurlijk. Lord of the Rings, oeh. Dat is wel Hans Zimmer, toch? Nee. Nee, Hans Zimmer is Dune. Dune is Hans Zimmer. Ja? Hans Zimmer, ja. En wie is dan Lord of the Rings? Howard Shore. Ja? Howard Shore, ja, 100% Howard Shore, sorry. Ik ga niet eens kijken naar de chat, zal ik je het eerlijk zeggen. Ik zit ondertussen even te kijken. Zie je hier een naam tussen staan die jou wel leuk lijkt om... Otaki, dat is een leuke. Oké. Okay. Ja, sorry, ik zit te zoeken en te doen. Prima. Maar uiteindelijk zie je gewoon af en toe een naam staan... dat je denkt, ja, dan kunnen we daar beter naar. Otaki is een heel leuk wijf. Die heeft een kunstwerkje voor mij gemaakt, hè? Wat leuk. Ja, dat is oprecht gewoon een mooi werkje geworden. Dat, volgende week ben je er weer om 7:00. Ja? Helemaal goed. Dan mensen, dan weet... 7:30. Ja, oké, okay, cool. Weet dat rond 8:00 dat wij weer live gaan. Ja. Wij zijn nu ook 2:50 live gegaan. Vind je dat we dit op Spotify moeten zetten als losse... Ja. Ja? Ja, en op YouTube. En op YouTube? Ja. Oeh. Ik wil dat best doen. Jij wil het best doen? Ja. Nou, dan zou maar ik, dat kunnen we straks nog wel even... Ja, nee, kom goed. Die snor, man. Wat, mijn snor of die van Dennis? Even kijken. Ik heb ook wel een beetje, hè. Ja, jij hebt, bij jou komt wel goed vanaf op jouw shot, ja. Bij mij. Ja, ik... Ik heb een donsnorretje, jij hebt zo'n Italiaans snorretje op je shot, zeg maar. Dat is het verschil hier nu. Papi. Dennis, gooi je socials, wordt er nog gevraagd. Gooi mijn socials? Ja, ik ben niet zo heel actief op social. Mijn Instagram is @DennisBroekhoff. Nou, easy as fuck. Ga lekker daar naartoe. Heel misschien ben ik zo meteen nog live, lieve mensen. Met een half uurtje zou dat een maximaal zijn. En Gluurdertje... Die gooit er nog even 5 in. Ja, we horen de Mexicaanse kat afgaan in die andere kamer nu. Vind leuk. Dankjewel. Ja, is fucking lief. Dankjewel, Gluurdertje. Dikke kus. Tot volgende week. En het rare is nu, omdat we die pop-up naar boos zien staan, kan ik hem dus niet in één keer doorraden nu. Dat zijn dingen die ik nog moet ontdekken aan Twitch, zeg maar. Voor de setup. Dankjewel, Gluurdertje. Ik ga het meenemen. Dan gaan we daar de setup mee uitbouwen en zorgen dat de chat volgende week hier onderaan gaat staan. En ja, interactie. Bye-bye. Hey, later, lieve mensen. Joejoe. Tot volgende week, boefies.